We zijn eindelijk live in de motherfucking... Hoe noemen we dit, man? In de bunker. De bunker. In de bunker. Rookworst bunker. We hebben vandaag allemaal speciale gasten. Ik heb hem aan mijn rechterhand heb ik de man met zijn stem in motherfucking Disney films. De laatste, wat was de laatste? DC Club. DC Super Pets. Super Pets. Ik was daar, man, bro. Ja? Ik was daar, man. Met mijn dochter, man. Kom op, man. Ja, ja, ja. Is het goede money? We gaan zo, nee, zo over praten. Oké. FF motherfucking G. Kijk, shit. Jullie naam klinkt als een droga, man. Iemand zei net 4FMG. Wie zei dat ook weer? Ja, Jack zei 4FMG. Geen bij Buma, man. Ja. jullie zijn, hoe moet ik het noemen, man? Ik denk misschien wel de grootste comeback in jaren, toch? Comeback zat in Chadding, man. Chadding! We beginnen. We komen zo daar. Dat is fijn. Nee, we gaan het erover hebben. Jack. Ja. Motherfucking, maar jij hebt ook een soort van comeback gemaakt. Wel, bro, nu ga ik gaan. Jij hebt ook een comeback gemaakt. Waarom? Jawel. Hoezo? Welke comeback? Ja. Maar, ik ben nu actiever. Je bent actief, bro. Je bent er. Oké, ik werk nog harder dan ik altijd. Hij heeft geen comeback gemaakt. Hij is niet weg geweest. Nee. Hij is niet weg geweest, maar. Oké, noem een jaar. Je deed toch even niet heel veel shows zelf? Jawel, ja. Oh ja, heel Nederland deed geen shows zelf. Nee, maar in de zin van. Het is gewoon zeg maar in het producerland is het gewoon zeg maar altijd eventjes is iemand aan het ja toch is iemand zeg maar aan het kapot maken. Ja man. Je bent weer kapot aan het maken nu. En niet om te zeggen dat je niet kapot aan het maken was of dat je niet aanwezig was, maar je bent nu weer. Ik weet het niet. Je gaat kappelen nummer 1 achter elkaar nu toch? Ja, maar dat heb ik. Ja, dat klinkt heel fijn. Ja, maar daarom. Ik... Maar dat heb ik altijd gedaan. Hè. Nee, maar serieus. Ja. Zeg maar, er is altijd. Ik heb gewoon geleerd van oké, er is altijd een guy met de hype. Die kan je maar één keer zijn, toch? Die heb ik gehad in 2015. Ik ben voor mijn gevoel sinds dat wel gewoon redelijk goed de nummer 2 gebleven, zeg maar. Ik ben Arsenal, zeg maar. Ken je die? Van... ik doe altijd mee met de top, maar je wordt niet zeg maar elk jaar kampioen, toch? Arsenal doet echt niet altijd mee met de top, bro. Oké, tot 10 jaar geleden. Ja, precies. Ja, okay. Ja, maar ik ben een Arsenal manager, daarom zeg maar van... Oké. Ja. Ik snap het. Ja, ik snap je? Ja. Oké, we gaan zo verder erover. Monica. Ik vind het altijd leuk om vrouwen uit te nodigen, jongens. Maar er zitten echt weinig vrouwen hier. Nee, maar want jij komt met cadeautjes. Sophia May. Weet jij, is dit zeg maar jouw alter ego? Nou, zo kan je het bijna wel zeggen. Wat is dit? Het is een roomspray. Kan je hier een beetje lekker laten ruiken? Die... Kan ik het nu spuiten? Nee. Nu niet doen, bro. Luister, niet? Om te mixen met die jonk, het gaat mis. Het gaat mis. Juist wel, man. Nee, man. Het gaat mis, man. Jullie kennen de kracht. Wacht, je moet hem eerst. Het gaat mis, man. Hij is nog dicht. Klein beetje kan, man. Dan kun je het even ruiken. Je kan gewoon spuiten. Net zoals je. Ja. Het ruikt lekker, man. Het ruikt gewoon fris. Mijn hele huis ruikt net En waar moet is dit zeg maar zoiets wat je in je gordijnen... Nou, gewoon in de lucht. Of in de lucht. Ja, gewoon om het lekker te laten ruiken van een roomspray. Oh, oké. Okay. Dus maar waar gaat het heen, zeg maar? Het is er gewoon. Dus als je dan mensen over toch, de vloer krijgt. Toch, ben ik raar? Is dat een rare vraag? Spuit gewoon, doe het gewoon. Ja. Hier. Oh, mijn jonko. Je huis gaat er gewoon lekker van ruiken. Dus als je dan mensen over de vloer hebt, dan komen ze binnen. Zeggen ze, het ruikt hier lekker. Weet je waar het nou ruikt? Dure winkel. Ja, nou, weet je waar ik deze geur op heb geïnspireerd? Als je bij Cartier naar binnen loopt. Ah, dat is precies deze geur. Ik ruik echt naar een dure winkel. Wat zeg ik iets raars? Nee, je zegt niks raars, man. Ik ruik niks, maar je zegt niks raars. Volgens mij ruikt het goed. Ruikt goed, man. Dit moet ik spuiten. Ruik aan naar Cartier, wat heb ik nog meer gekregen? Wat heb ik nog meer? Een geurkaars, die is ook lekker voor geurkaars. Oké, maar ik heb nog meer cadeautjes gehad, hè? Of je hebt nog meer... Ja, drink heb je ook meegenomen. Je bent echt een zakenvrouw. Nou, dat valt wel mee. Nou, ik kom eventjes met twee bedrijven hier. Ik sta gewoon achter alle producten. Ik sta gewoon achter alle producten, dus dan denk ik, nou, dan neem ik het mee. Dat vind ik wel tof. En niet te veel drinken, man. Oké, ja, we zijn welkom allemaal, man. Dank je. Dankjewel, man. Thanks. Thanks voor de uitnodiging sowieso. Ja. Ja, ik heb er zin in, man. We hebben al eens heel veel zitten lullen over. We zitten al een uur hier. Ja. We hebben echt over alles gesproken, gewoon eigenlijk. Ja, maar laten we eventjes beginnen over de tekenfilm, de stemmen doen. Oké, ja. Hoe doe je dat, man? Hoe? Ja. Oké, nou. Kijk je naar die Dago eerst van, oké, dit is zo'n Dago, deze stem zou passen bij die Dago, of is het gewoon... Nee, niet direct. Ze geven je eigenlijk gewoon een karakterbeschrijving. Van oké, dit is de hond, hij is nonchalant, of hij is dit of hij is dat. Daar pas je zelf ook een beetje op aan. Je krijgt een scherm te zien. Je hebt je tekst. Je gaat zitten of staan. En je moet een beetje, ja...
mee. Mee gaan bewegen. Ben je niet bewegen? Ja, een beetje je wel, moet, man. Zeg maar, je moet een beetje erin gaan. Ja, ja, ja. Ja. Of je ja, toch ja, iets ja, anders. Ja, ja, ja. Maar het is wel tof, man. Ik zie het jou ook doen. Ja, ik zou het graag doen, man. Maar die man is niet zo goed, zeg je. Nee, het is niet. Je wordt er niet rijk van of zo. Het is gewoon, ja. Gewoon tof op je cv te hebben. Ja, toch. Het is tof om te doen. Tof om te doen. Ja. Maar ben je niet gewoon... Je doet gewoon je eigen stem, toch? Ja, ja, ja. Ja. Hoe lang duurt dat zoiets dan? Ja, ligt aan je rol. Maar bijvoorbeeld de laatste, dan zit je, volgens mij, uit mijn hoofd, 4 dagen, een paar uur. Zoiets, 5 dagen, een paar uur. Dan zit het erop, man. Redelijk. Ja, wat is je tofste personage geweest die je hebt gedaan? Wat was het leukst? Wat heet je in DC Superpets? Ace. Ja. Ace was tof. Want Ace was ook grappig. Kevin Hart doet de originele. Hart. Originele stem. Heel dope. Dus hij houdt wel van een grapje en gewoon lollig zijn en zo. Dus deze was wel hard. Deze is ook echt een nigger, zeg maar. Stiekem. Een nigger doggo. Ik snap wat je bedoelt. Ja, yeah. Ja, ja, ja. Ik snap het. Ja, yeah. Ja, ja. Dus deze was wel aan, man. Maar bijvoorbeeld Ugly Dogs. Of Ugly Dolls. Ugly Dolls. Daar was ik ook. Volgens mij een soort hondenpop. Die was ook aan. Ja. Wel gewoon wat leuke dingen gedaan. Je hebt ook een paar kinos gedaan. Ja. Wat vond je leukste kino? Leukste kino? Poef. Er is eentje waar je zeg maar die soort slimme nigger op score speelt, weet je? Oh, Misfit. Ja, ja. Man. Ja, man. Ja, die was ook wel leuk. Zit je in alle Misfits? Want er zijn een paar Misfits, hoor. Nee, dat was het derde. Er zijn 3 volgens mij en een serie, maar na 2 zei ik van ja. Ik heb het nu wel gezien, zeg maar. Ik vind dat ik een beetje... Nee, niet eens dat, man. Maar ik was het karakter een beetje ontgroeid, vond ik, man. Waarom zeg je dat, man? Waarom? Waarom? Ja. Ja, gewoon op een gegeven moment. Ik heb 2 gedaan. Er komen jaren overheen. Het is een middelbare scholier. Je wordt ouder zelf ook. Dus ik voelde van, ja, het is hem. Maar ze wilde je wel. Ja, ja. Maar waarom zou je dat dan niet doen als hun jou willen, bro? Dat leg ik net uit. Voelt, dat wil je toch juist echt niet doen? Waarom zou je een middelbare scholier gaan spelen? Wie gaat nee zeggen tegen nog een film? Ja, omdat het gewoon hard werken is. Ja, toch? Nee, maar broer, je moet ook kijken naar jezelf. Toch naar, oké, waar wil je naartoe? Wat wil je allemaal gaan doen? En ik zag van, dit past niet meer in mijn mol. Dat kan toch? Is toch ja, toch? Raar. Maar is niet zo gek, toch? Is ik dat vind het juist wel hard dat je dan zegt van, ik ga het niet doen. Omdat het klinkt heel erg leuk om een film te doen. Ja, toch? Ja. Maar het is heel hard om te zeggen, maar het is ook raar, toch? Een beetje van... Okay. Ja, maar het is alsof... Oké, het is helemaal niet te vergelijken. Maar het is alsof je wordt voor een track gevraagd. Je vindt het hard, maar het is een clubtrack. En het past niet meer bij wie Hef is. 10 jaar geleden had je het gedaan, maar nu niet. Precies. Ah, maar het is wel met een hele gade nieuwe artiest. Dus je denkt, eigenlijk zou ik het wel willen doen. Snap je? Maar het was niet bij mij. Je wil nu geen clubtracks maken, want je album komt bijna uit. En dat is een hele andere kant op. Ja. Of ze vragen je voor een Vibra-reclame nu, zeg maar. Zo hard zijn, man. Ja, maar je wil Zeeman ook niet terug toekeren. Dus moet ik het niet doen dan, zeg maar. Ja, dan word je een soort van het altaar voor de skere mensen, zeg maar. Dat dit is... Maar dit voelt wel als een one-off. Ja, is dat wat ik bedoel. Ja. Dan word je een soort van een rip-off vibe toch? Als je reclame maakt voor, weet ik veel, je doet eerst bij Ajax en daarna ga je het bij Feyenoord doen. Dat is zo raar. Dus jij zou nu ook geen... Je bent een Feyenoord-mannetje. Ja. Ik ben een Sparta-mannetje. Ja, ik weet ben je een Sparta-mannetje? Sparta? Zeker weten. Wauw, man. Ben je naar die knaakdagen gegaan? Hoe noem je dat? Dat je voor een knaak kon kijken? Nee, man. Dat was echt way back. Voor een knaak. 2,50 gulden was dat. Voor 2 gulden. Ik weet niet of je weet hoe jong ik was toen gulden nog bestonden, bro. Ik ben 28, bro. Ja, nou ja, gulden kwam in 2000. Of euro. Hoe oud was je toen? 7. Kwam de euro in 2000? Oh, die... Is het 2000? Ja, bro. Oh, 2000 zelfs, maar zijn 2002. Maar praat over knaakdag, bro. Toen woonde jij in Schiedam, bro. Toen woonde ik in de zaadbak. Toen de euro's kwam, weet je wat ik gedaan heb toen de euro's kwam, boys? Dat was zeg maar, weet jullie dat nog? Dat toen de euro's kwam, kreeg iedereen zeg maar, in hun brievenbus kreeg iedereen zeg maar, een munt. Een munt van alle munten. Ja, ja, oh ja. Ja, ja, ja. Zo'n kaart. Ja, we hebben alle brievenbussen gebost. Alle brievenbussen. Alle brievenbussen gebost bij ons in de buurt, bro, man. Kiko! Oh, je was op die dingen, hè? Ja, gelukkig. Zo, maar ik weet het niet. Dat zou gewoon eens maar fijn opkomen. Maar Feyenoord Sparta, zo. Ja, 18, toch? Goeie gamer. Wordt moeilijk. Hè? Huh? Wordt moeilijk. Voor jullie, ja, super moeilijk. Je volgt ze ook echt op de voet. Ja, ik heb seizoenskaart alles. Ja? Ja, ik ook. Oh, wauw, je bent echt een Sparta-mannetje. Ja, man. Dat hoor je niet vaak of zo. Oh, daarom was je niet bij die Feyenoord-poko maken. Ik had haar gecheckt. Je bedoelt die pokken, toch? Ja. Oh nee, jij bedoelt jullie hadden iets voor Feyenoord gedaan, zeg maar. Nee, ja. Ik ben ooit daarvoor gevraagd, man. Maar je wacht op Sparta. Maar zou je het doen? Ik zat serieus. Nee. Maar zou je Feyenoord dan niet doen? Omdat je... Ik zou serieus, zeg maar, stiekem die Sparta-mars erin samplen. Maar dan zou ik doodgaan, denk ik, de volgende keer. Oké, dus je zou het echt niet doen. Je fokt gewoon echt niet met Feyenoord op die manier. Jawel. Ik ben niet tegen Feyenoord, zeg maar. Maar ik zou, zeg maar... Je liefde is gewoon bij Sparta.
Ik zou het ook kaka vinden om te doen. Zeg maar ook tegenover. Zeg maar, er zijn ook mensen die. Ik weet. Laat Ronnie die beat slaan, zeg maar. Die man wil echt verfijnd zijn. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor je. Hé, hey, dit was. Dit was. Nee, ja. Laat mij gewoon die Sparta. Laat mij die Sparta Mars. Nee, er is nu. Maar ik wil het story. Maar waarschijnlijk kent niemand deze story. Maar er is nu een track gemaakt. Daarom kwam dit me bekend voor. Van een NFL-club in Atlanta. En Rotimi, ken je Rotimi? Mm-hmm. Hij heeft die tune gemaakt voor hun, zeg maar. Maar iedereen zegt van, bro, waarom geen Lil Baby? Je toch iemand echt die eet, Ludacris. Ja, iemand die echt eet als deze man is gewoon... Is hij niet een New York nigger? Ik weet hij niet Hij speelt 50 ook vaak, toch? Hij is ook even ja. Hij speelt in Power. Precies, ja, Rotimi. Ja, man. Ja. Maar een beetje hetzelfde. Ja, ik zou dat niet zo snel doen, man. Denk ik. Maar Jack, je hebt geen comeback gemaakt, vind je? Nee, man. Je hebt niet het gevoel dat het nu weer, zeg maar, echt gek gaat? Ja, tuurlijk. Nou dan, dat is toch... Nee, toch? Ja, maar dat is niet per se een comeback. Maar hoezo is dat een comeback? Is niet een comeback? Hij heeft zichzelf ontstegen. Maar gewoon als artiest, zeg maar, in je loopbaan heb je gewoon momenten... Dat heb jij een comeback gemaakt tegen carrière? Ja, man. Vind je? Ja, zeker, man. Oké, ja, dan heb ik ook een comeback gemaakt. Ik vind dat niet, namelijk, zeg maar. Ik denk dat je als goede artiest zijn, dat je een paar comebacks maakt, man. Ja, oké, maar ja, dan is het... Hoe, zeg maar, ja, dan maak je elk jaar een comeback, zeg maar. Dat is toch ook... Ik denk dat hij het een beetje associeert met negatieve, toch, zeg maar. Dus dat in jouw geval, en zijn geval... Dat je niet direct die dip zag of zo, zeg maar. Denk ik. Nou, als je terugkijkt, zie je die dip. Zeg maar, dus zeg ja, maar, zo dan. Snap je wat ik bedoel? Ja, bedoel niet per se een dip te zijn op de comeback te laten zijn. Zeg maar, het kan ook zijn van, oh ja, je doet nu weer iets anders op een andere. Zeg maar, ik vind dat jij qua... met je podcast vind ik dat je ook een soort comeback maakt. Als, zeg maar, host van dit. Precies. En ook voor jongere mensen die jou nu van dit kennen. Die kennen misschien niet jouw muziek van vroeger. Ja. Vind ik ook een comeback, maar het is totaal iets anders. Ja, is heel gek, want soms komen mensen naar mij toe. Hè, van, joh, mag ik op de foto met jou? Denk ik bij mezelf, ja, maar ik ben een goede rapper. Ja. En dan lopen ze weg als een rook was, maar master. Ja. Ik denk bij mezelf een beste rapper van de man. Rook was, man, top. Ga door, weet je toch? Oké, maar dat vult elkaar aan, toch? Dat wel. Nee, hoeft niet. Want je kan alleen naar Rookworst kijken, maar nooit naar jouw muziek luisteren. Nee, ik vind hem wel een goede host. Dus eigenlijk meer dan. Maar defineer comeback dan, zeg maar. Van, ik vind dat moeilijk. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat het comeback / upgrade is. Zeg maar dus... Verbreding. Ja. Als we het zo bekijken... Maar ik vind niet dat ik, zeg maar, niet lekker ben gegaan op bepaalde punten in mijn carrière. Ik ga nu wel lekkerder dan de afgelopen jaren. Juist. Dat wel, zeker. Dus going through it, zeg maar, als je er doorheen gaat, zeg maar, is het niet van, oh, ik ga nu slecht. Ja, maar bij jou is het moeilijk, want lekker gaat, denk je, worden. Je begon, zeg maar, met een hele hoge piek. Maar je hebt het eigenlijk soort van eigenlijk volgehouden. Ik heb nog nooit een jaar geen nummer 1 hit gescoord, hè. Zeg maar, sinds 2015, dropping sinds ik facts. Mijn eerste vocal heb. Ziek. Ja, zeg maar, dat klinkt, nee, maar niet om... Nee, hard, ja, ja. Hoeveel nummer 1 heb je in totaal? Dat weet ik, 13 of 14, één van de twee. Eng. Hey, is Boot nummer 1 hit geweest? Nee, man. Niet in de streets. Op TikTok wel. In de streets. TikTok wel, volgens mij. Van niks. Niet op, hoe heet het dan? Die Dust Charge. Nee, ja, Dust Charge. Hij is volgens mij gepiekt op 5. 3. Ah. Of 3. Drie. Sterk. Sterk. Ja. Anton ook toch? Hè? Anton. Hij lag dwars. Ja, hè? Anton leeft veel mee. Maar niet eens, hè. Want het was ook, weet ik wel, een van die weken. Toen stonden we wel als een van alle Nederlandse acts. Dus toen was Harry Styles, dus ook Harry Styles, hij ligt ook weken, maanden dwars. Ja. Weet toch? Dus... Maar ik... Ja. Maar deze, je weet toch, soms, deze tijden, is het ook van, ja, wat is er nummer 1? Want ik zie, kijk, de meeste mensen houden eigenlijk gewoon... Nummer 1 is belangrijk, bro. Nee, sowieso. Nummer 1 doet je prijs, dan gaat je prijs van je gaasje raar. Maar de meeste mensen houden gewoon de Dutch charts als maatstaf, toch? Maar ik zie soms ook mensen komen met... Ja, ik was Spotify en een of andere gekke lijst, de nummer 1. En dan promoten ze dat helemaal. Ja, maar dat is een soort van die... Ja, maar veel mensen, shaman. Is het nu in de top 50 dat je dan in de top 3 staat van... Yes, we staan gewoon in de top 3. Ja, top 3 van wat? Niet van de top 40. Precies, snap je? Dus ik denk van ja. Wat ik relevant vind is die Dust Charts, zo zeker. En gewoon sowieso ook top 40, man. Daar zijn we ook voor het eerst in gekomen. Ja, maar top 40, bro. Ik zeg je eerlijk, top 40... Het is flex dat ze supporten, dat is een blessing. Maar top 40 is... Nee, het is een mening van iemand. Nee, 100%. Top 40 is een lijst die door iemand maakt die lijst en die zegt gewoon van ja, nee, jij bent nu nummer 1, man. Nee, maar 100%, maar kijk zeg maar op streams of views. Misschien is het op een formule, maar die formule is niet realistisch. Maar kijk, wat wel zo is, zeg maar, Nederland is een klein land, je weet toch, en het heeft toch maar, zeg maar, een paar kanalen, snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk, hoe je draait of verkeerd, je kan vinden wat je wil, maar als je via die top 40 komt, is heel simpel, net zo mensen soms op straat zeggen van... Gisteren toevallig ook, hoor. Toen het Boot remix even nog in bijklippen. Je man zich ook. Ja, even een snelle promo.
Ja, dat hoort erbij toch? Ah! Ah! Ja, ja. Boe, praat met me, wie komt erop? Wie staat erop? We komen zo daar. Die mannetje ook, zijn oudere mannetje, hij zei ook van, ja, je weet toch, dus dit is nu echt jullie doorbraak. Ik zeg, meneer, we zijn al 10 plus jaar bezig. Bezig. Hij zegt, nee maar, want ik heb jullie voor het eerst op de radio gehoord, wat top 40 moet je draaien dan, toch? Ik heb voor het eerst op de radio gehoord, dus snap je, het is toch wel iets. Je kan zeggen wat je wil en of je er... Nee, maar het is hard als het wel doet, maar ik bedoel meer van, als ze het niet doen... Boeit dat ook, snap je wat ik bedoel? Ja, is ja, je beïnvloedt ja, door radiostations ja, maar ik weet zeker dat Boef geen 1 nummer 1 hit heeft gescoord in de top 40. Durf ik nu? Ik heb bijna alle pokkens met hem gemaakt, maar, weet maar, zeker. Maar wat wel zo is, want ik ben me wel een beetje gaan verdiepen in die shit, je weet toch. Wat wel zo is, wat hij dan weer zegt, en dan praat ik ook echt over inderdaad jongens die heel constant zijn, onder andere hem, misschien BL, Frenna, dat soort boys. Weinig top 40, dat wel echt. Misschien ja. 1 of 2. Weet je toch, het is ja. heel moeilijk. Ja, dat zeg heel ik. Heel moeilijk, ja. Dat wel. Ja, maar het is gewoon, daar is gewoon een soort, zeg maar, Dutch chart is voor mijn gevoel is gewoon een soort formule van, oké, als jij de meeste sales hebt die week, heb jij de nummer 1 hit. Snap je wat ik bedoel? Nee. Top 40 neemt een soort van mening, radioplay, allemaal rare shit. Maar ik weet niet precies of dat een formule is of dat het echt daadwerkelijk een mening is. Nou, oké, laten we dan hier met z'n allen nu even bepalen wat een hit is. Wat is een hit? Ik weet gewoon dat, zeg maar... Niet om een soort van weer te gaan bashen, zeg maar. Want ik weet, De Maan is niet de populairste artiest hier. Maar ik weet, zeg maar, als zij een tune dropt, dan pakt zij veel hoger in de top 40 dan in Spotify. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het eigenlijk sowieso raar dat er een lijst is van 1 tot 40 of 50 of whatever. Want eigenlijk, al die muziek is toch zo anders. Je kan dat toch eigenlijk niet... Nee, maar dat is normaal. Elkaar... Het is toch ja, gewoon een chart. Dat, ik snap wel dat het zo is. Alleen eigenlijk is het heel raar dat er met zoveel verschillende muziek en zoveel nieuwe artiesten, dat het nog steeds zo is van... Hoe staan bijvoorbeeld Maan en jullie in dezelfde rij? Dat is toch heel anders? Ja, dan is het gewoon veel meer mensen luisteren naar liedjes als die Maan maakt bijvoorbeeld. Ja. Ja, logisch dat zij dan hoger staat. Maar dan gaat het meer om... Ja, maar dat is dus niet zo. Ik denk zeg dat maar. Er veel meer mensen luisteren naar liedjes die Maan maakt. Maar ik denk dat er... Toegankelijker is, sneller... Ja, ja. Ja maar voor, nee, maar voor wie? Ja. Nee, maar daar ben ik het niet mee eens. Waarom? Het pakt minder streams en minder sales. Hoezo is dat toegankelijker? Nee, maar dan kom ik ook... Hoezo luisteren meer mensen dan? Ja, om te draaien, gewoon gezinnen in de auto en zo. Oké, maar is dat dan de graadmeter voor of het meer mensen het luisteren als hele gezinnen het kunnen luisteren in de auto? Als je kijkt naar heel Nederland, denk ik wel van... In heel Nederland, Randstad is wel echt een klein gedeelte daarvan. Ja, maar waarom pakt zij dan... Die streams gaan niet over de Randstad, het gaat over heel Nederland. Ja, snap ik. Maar je laat het niet over, je laat het over die NL top 40 weer, toch? Of niet? Of is het weer... Nee, zij heeft het gewoon over... Überhaupt lijsten. Zij zegt eigenlijk, Maan is relevanter dan hiphopartiesten. Nee. Nee. Zij ik dacht, staat het over echt die NL top 40, maar ja, ze praten van Spotify streams, ja, dan streamen zij met... Ja, maar kijk, op Spotify heb je natuurlijk wel al die losse charts, of al die losse lijsten weer met Dutch Urban Worden Schat. Ja, maar dan is wat hij zegt, die betekent niet zoveel als inderdaad die officiële... Weet je hoeveel die editorials, playlists, zeg maar, die woordenschat en zo, dat levert wel iets op, maar dat heb je het over 20% van je streams. Dat is niet, zeg maar, het is niet dat als zij nu 40 miljoen streams pakken met een pokoe, dat zeg maar... Komt door playlist. 25 miljoen streams komt door woordenschat. Nee, natuurlijk niet. Dat zeg ik ook niet. Nee, dat is toch omdat hun lied gewoon aanslaat. En... Ja, maar dan is dat toch toegankelijker en groter dan wat Maan doet. Ja, ik als zeg zij ook... 5 miljoen streams pak, bij wijze van spreken op dat moment. Ja, maar Maan is toch meer mainstream. Dat bedoel ik, die wordt sneller. Ja, maar defineer mainstream. Ja, mainstream. Hoe heel Nederland naar iets... hoe snel worden jullie uitgenodigd voor Jinek? Ja, maar dat is toch... Dat dan zeg je toch nu dan heel kom iets ik op anders. Dan kom ik op dat stukje wat ik zeg. Er zijn bepaalde kanalen. En weet je, dat is ook wel weer zo... Ze kiezen wel wie ze toelaten. Makkelijker ook, snap je? De een dan de ander. Ja, het een is makkelijker of toegankelijker. Maar dan wat voor... hij zegt... Het is moeilijk om te zeggen van... Oké, dat hoort zo. Of nee, maar... zij is per se mainstream. Juist, dat probeer ik te zeggen. Het is ook niet dat Maan alleen maar hits heeft. Totaal niet. Nee, dat bedoel ik zeg maar van... We nemen nu haar als voorbeeld. Ja. Hè? Maar er zijn 100 andere voorbeelden. Maar waarom als hun minder streams krijgen... Is dat dan toegankelijker of... Ja. Of populairder dan degene die wel echt daadwerkelijk maar dat is het hele pakken. Systeem toch weer. Ja, maar dat bedoel ik. Dan kom je terug bij, zeg maar, diepere takjes en echt het systeem. Nee, maar dat is zeg maar voor mij het verschil tussen top 40 en Dutch charts. Dutch charts is gewoon, zij pakken 1. Top 40, normaal gesproken, zou het niet raar zijn als jullie niet eens in de top 40 zijn. Met diezelfde pokoe. Daar had ik mijn geld op ingezet. Ja, van ik snap wat je snap je wat ik bedoel? Ik hoor je. Want ik zie mezelf daar nooit en ik zie weinig... Van ons of van hiphop of whatever zie ik in die lijsten. En ik zie wel mensen die in de Dutch charts op 70 binnenkomen. Opeens op 8 binnenkomen in de top 40. Waar jij zeg maar zo'n grote hit moet scoren. En dan kom je misschien na 8 weken, als die echt blijft gaan, kom je misschien daar in de top 5. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor
Ja, maar jullie zijn dus top, dus nummer 3 hebben jullie aangetikt met Dutch. Is dat Dutch? Ja, die Dutch Charge. Ja. Ja, ja, Sparrow hoor. Ja, independent ook. Ik kan het zeggen, wie heeft dat uitgebracht? Wij. Oké, dus jullie hebben nu 17. Deze man. Hij is op rekenen. Maar hoe is dat gegaan dan? Zeg, jullie hebben het uitgebracht, gewoon zelf en toen, hoe is het? Zo je vraag, want daar wil ik eigenlijk komen op wat hij zegt. Wat maakt eigenlijk een hit een hit? Vind ik persoonlijk dan het publiek. En dan TikTok bijvoorbeeld is de nieuwe platform die dat eigenlijk best wel goed weergeeft. Vind ik persoonlijk, weet je. Want je ziet gewoon... Als het catchy is, gaan mensen het voelen. Dan gaan mensen het gewoon pakken. En dan gaat het gewoon bewegen. Ja. Je kan campagnes er tegenaan smijten. En ik weet dat dat kan. Maar ik geloof niet dat dat werkt. Maar ik wou net zeggen, wij hebben dat niet gedaan. Het is niet goed. Heel simpel gezegd. En het voelt lekker. Mensen willen het overnemen. Ze denken gelijk, oh ja. Uiteindelijk zie je gewoon publiek bepaald. Ja. Maar Jullie Tune was al een hit voordat het uitkwam, toch? Precies, was praktisch al een hit. Precies, ja. We hadden het inderdaad op TikTok al een beetje getest. En zelfs de grap, dat is de grap van, de eerste keer hadden we het gezet. Draai die mic even een beetje naar jou, bro. Ja, toch? De eerste keer hadden we het gezet. Viel al mee. Daar hebben we gewoon hetzelfde filmpje weer gepost. Geen viraal. Zo okay. Kan het gaan. Ja, gewoon een paar mensen moeten het oppakken en er iets op verzinnen. En dan precies. Algoritme. Ja, het is ook TikTok toch? Het gaat om die eerste soort van reactie op die pokoe. Dus zeg maar, nu zou je wel een hit kunnen maken, ook denkend aan, oh, wat gaat goed op wat TikTok? Gaat daar en waar kunnen mensen grappige sketches of memes of whatever opmaken? En daar gaan we een refrein opbouwen en dan daaromheen. Ik heb het gevoel dat dat niet werkt, man. Heel veel mensen doen dat, toch? Ja, maar forceren. Klopt, maar ik heb wel echt veel dat ik denk van, dan hoor ik sounds op TikTok, denk, oh leuk, en dan ga ik naar het echte liedje en denk, oh, best wel gaar. Ja, het maar moet dat wel dat uiteindelijk is, een goed maar, nummer zijn. Vooral natuurlijk. Buitenland, bijvoorbeeld. En dat vind ik eigenlijk wel tof aan TikTok. Want nu bijvoorbeeld, vooral buitenland, weet je, grootschalig dan, om maar zo te zeggen, je ziet gewoon heel veel TikTok-artiesten, om zo te zeggen, van Amerika, worden nu gewoon plat gedaan op radio. Ja. Nog hetzelfde verhaal, geen label nodig, niks. Gewoon alleen die platform. Ja, dat is wel tof, weet toch? Dit opent toch de deuren. Ja, dat is wel echt dat inderdaad de luisteraars maken die hit, ja. Precies. Ja. Heb je niet het gevoel dat jullie nu... Zijn jullie bezig nu met deals? Word je nu met deals gesmeten naar jullie? Je weet hoe het gaat. Ja, ja. Ja, komen dingen binnen. Maar weet toch, we kijken nu gewoon om te kijken van... Wat is het beste om te doen? En ik zeg wel eerlijk, bijvoorbeeld... Even snel ook gelijk gezegd, echt een label deal, dat zit hem sowieso niet meer. Maar voelt het voor jullie ook echt als een doorbraak? 100%. Want jullie zijn al 10 jaar bezig, zei je net. Dus maar jullie hebben wel al die 10 jaar gewoon gedacht, we gaan nog steeds door met z'n allen. We gaan door. Kijk, we zijn langer dan 10 jaar. We zijn langer dan 10 jaar bezig. En even op dat verhaal weer terug te komen. We hebben sowieso ook hits gemaakt, veel hits. Ook inderdaad 10 plus, 15 plus hits. Maar inderdaad, nu heb je echt gewoon aandacht. Nederland, volledig, je weet toch? Dus en ja, nogmaals, zonder label, gewoon echt eigen kracht. Eigenlijk het publiek, ja... Is maar dit is ook wel echt je grootste hit, toch? Tenminste, het wel worden, lijkt me, zeg maar. Is zo. Ja. Hoeveel streams staat hij nu? 17,4, zag ik. Ja, maar die gaat wel gewoon naar 40, 50 of zo, toch? Als het zo doorgaat. Laten we hopen, man. Inshallah. Zo mooi. Ja, kijk, het, gekste is dat... Oh, sorry? Ja, mijn dochter zingt dat liedje dus ook wel eens, maar ze denkt dan dat ze iets doet wat niet mag. Dus dan gaat ze zo... Dan ben ik aan het koken en ze zei... Oh, je hebt de boot. En dan kijk ik zo naar mij en dan zit ze zo van... ik mag het niet zeggen, maar... Ja. Kindvriendelijk, alles. Het is juist heel leuk. Ik denk dat hij daarom ook is aangeslagen, man. Het is gewoon heel algemeen. Heel als je kinderen dit luisteren, denk je als ouder... Oh, wat grappig. Heel leuk, een leuk liedje. Ja, precies. Ja. Weet niet, man. Die O blijft in je hoofd, man. Ja. Gewoon alleen die O de hele tijd. Ja. Shout-out, shout-out. Weet je hoe vaak ik dat op een dag gewoon random doe? Nee, serieus, man. Maar weet je dat ik echt pas laatst jouw verse echt goed heb beseft? Dat is een andere boot weer. Dat is een andere boot. Want je toch even luisteren. Ik dacht, oh. Ja, maar dat is wel het ding met... Laat over die boot. Nee, maar is wat zij zegt. Is ook wat zij zegt. Op TikTok, je hoort een kleine stukje. Tuurlijk. Je weet toch, dus uiteindelijk... Veel mensen beseffen misschien die tune pas later. En dan gaan ze die first. Maar dat is echt het ding met die tunes die blazen op TikTok. Tenminste, wat ik zelf merk bij shows en zo. Mm-hmm. Dus dat stukje dat op TikTok gaat, dat werkt zo goed. Ja. En nu bij die first denk ik zo... Is deze tune eigenlijk wel zo'n hit? Ik word raar onzeker. Soms ik draai Amsterdam en die pokoe heeft bijna 40 miljoen streams. Ik draai die verse, ik filter ergens in die verse. Ik denk zo, dat had ik misschien niet moeten doen. Ik hoor gewoon en mensen kennen dat dan niet per se. Ja, en dan daarna komt die hoek weer en dan is het weer gek. Nee, maar herken je dat zeg maar ook niet, sowieso als muziekmakers onderling. Herken je dat ook gewoon niet zeg maar, als je in de boot bent en je maakt een tune. En bijvoorbeeld 9 van 10 keer begin je met de hoek toch? En dan dat gevoel moet erin zitten, toch? Van, hé, die hoek is hem. Ja, weet je al van, de rest van die poek komt goed. Ja, maar sommige hoeks komen ook, zeg maar, per zin. En sommige hoeks komen gewoon bam, je hebt heel die 4 bars. Ja, maar ik heb wel, zeg maar, als ik oude tunes draai, oude hits...
dan zingen ze die hele verse echt mee. Nee, nee, gebeurt wel, gebeurt wel. Maar gewoon. Bij die nieuwe heb ik dat niet meer. Maar misschien is dat TikTok, toch? Misschien is dat TikTok even. Ik heb ook het idee dat het minder op personality is gebouwd. Zeg maar die TikTok sound zijn de TikTok sound. Eigenlijk zou je niet per se dan misschien weten: dit zijn jullie drie, dit zijn jullie hoofden, die verse doe jij, die doe jij. En vroeger had je bijvoorbeeld Broederliefde of zo. Die zijn meer een soort van op personality, denk ik, groter geworden. En dan, dan ben je meer aan het investen in, oh, wie is Ems? Wie is dan die? Wat doet hij? En hoe klinkt zijn stem? Dat heb je minder. En dat is dan denk ik ook misschien meteen weer die valkuil van een TikTok hit hebben, toch? Ja, van dat ze alleen invested zijn in die tune, in en die precies sound. Precies dat refrein. Precies, maar niet van, oké, wie zijn deze guys? Dus ja, aan het einde van de dag moet je gewoon sowieso altijd aan je branding werken. Ja, marketing, aan je branding. Ja, ja, man. Dat is een stukje waar je gaat groeien. Je moet even in de mic praten. Oh, ja. Dat is een stukje waarin je gaat groeien en gewoon ervaring op moet doen. En op een gegeven moment ga je dat aankleden. Op een ander niveau. Ja, toch? Maar, ja. Maar weet je waar ik... Want hadden jullie meteen vanaf het eerste moment dat jullie de tune hadden gemaakt van, hey, dit is een hit? Of was het gewoon... En hoe kwam die hoek überhaupt, eigenlijk? Deze man was alleen in de studio. Je moet hem niet alleen in de studio laten weten. Ja, hij was alleen in de studio. Hij liet het ons horen. Je weet, of zeiden gelijk... Wat is zijn gevoelsmatig toch? Dat je weet van, hey, bam, hit. Ja. We wisten al, dit was een hit. 100%. Alleen ja... Het moet een hit worden. Het moet nog hit worden, snap je? En als je uitbrengt, hoeft niet altijd zo te zijn dat het valt hoe je denkt dat het valt, zeg maar. Ja, maar wij wisten het onderling al, weet je dus. En we hebben eigenlijk best wel lang gedaan, dus precies zodat mensen echt beginnen stalken gewoon op die TikTok, hebben we hem eigenlijk maar een soort snelle uitgebracht. Ja. Want het lag er al lang. Maar hoe kwam die hoek dan? Hoe kwam je op die hoek? Of wat was, had je idee of... Kijk, weet eens, kijk, van je kent mij. Zeg maar wat je ziet als je kijkt naar me. Zeg maar wat je ziet als je kijkt naar me. Kon al lang zo zijn, maar je twijfelde. Honderd, als je ja, ja, wat een geasher of wat. Kijk, weet je wat het is? Hoe ik er eigenlijk op ben gekomen is eigenlijk gewoon, kijk, bij mij is het als je een melodie hoort. Je moet in die mic een beetje, man, bro. Ja, man. Jullie zijn een grote groep, man. Als die melodie klopt, voor mijn gevoel, komt de rest vanzelf, man. Je weet toch? En de eerste ingeving op een beat, dat is meestal raak. Ben je zo'n man die eerst gaat neurien? Nee, ik neurie niet, man. Gelijk. Ik kom gelijk erop. Gelijk. Gek. Enge freestyler, hè? Ja, is aan. Stefano, ga niet daar met me, man. Nee, maar deze man is ook... Je bent aan. Nee. Serieus, man. Nee, maar jij kan ook freestylen. Niet meer. Ik heb te veel in camps gesproken, zo, snap je? Het is, nee, maar freestyle, nee, man. Nee, ja, fair. Ik moet even weer komen, snap je, die knoppen, maar... Je weet dat je nee, man. Zo in die spiegel gewoon... Kijk, nee, man. Mijn vraag is, zeg maar... Want het is superleuk, toch? Hit, oké, bam, hahaha, chillen, money maken, bitches, shows doen. Jullie zijn al... Vrouw. Oh. Ja, ik ben gewoon Maastricht. Okay. Nogmaals, bitches, shows doen. Ja, gooi hem heel snel erin. Ik heb er niks mee te maken. Ja. Zijn jullie al buitenland geweest? Zie je, man. Ja, toch? Was een leuke zomer, man. Oh, de zomertoertje. Ja, man. Oké, maar. Wat is jullie gage nu? Bro, dit is juist het moment om het te gooien. Ja, dit is het moment, bro. Hij is op rekenen. Dus. Wat is jullie gage nu? Nee, we zijn nu toevallig ook pas aangesloten bij het nieuwe boekingsbureau, Your Welcome. Agency. Your Agency? Ja. Wie is dat ook alweer? Rosalie. Het is gewoon... Daar zitten veel mensen. Veel mensen. Ja, uitnodigen snel. Dopey, Bila... Oh, Dope. Namam, Christian, zeg maar. Namam is Namam Gang, dat wou ik weten. Dat nee, weten. Het is niet Namam. Niet direct. Zeg maar. Nee. Niet direct. Jij zit ook maar daar. Wel indirect. Huh? Jij zit ook daar. Zit? Ja. Zat. Is zat. Zat. Ja. Ja, ook toch? Hè? Nee, man. Oh. Wat was de vraag? Of je bij Your Agency zat? Nee, man. Nee. Oh, Your Agency? Oh, ja, we gaan even crisscross. Ik dacht, je bedoelt Namam. Oh, nee. Je bent los bij Namam ook? Ja, man. Ja? Ja. Oké, daar gaan we het over hebben zo. Oh. Maar, Otjan, je was aan het vertellen. Oh, gage vroeg, toch? Ja. 35 exclusief volgens mij nu. Oh, damn! Wanneer wat kapot, man! Ja. Ja. Ik hoor je. Exclusief maakt hem af ook. Ja, vergis je niet. We moeten niet in die pauw gaan, toch? Ja, oké. Je vergeet het, die prijs gaat ook omhoog snel. Ja. Want zeg maar, kijk, dat is mijn vraag, zeg maar. Oké, is leuk. Shows gedaan. 35 barkies. Wat is de volgende stap? Want dat is zeg maar, ik denk dat die druk op de volgende pokoe is leuk zeg maar, om uit het niets te komen zeg maar, en braas. Maar hoe ga je nu doen? Mensen kijken nu naar jou van wat ga je doen? Wat ga je zingen nu? Over welke boot? Of welke fiets ga je zingen nu? Kijk, weet dus. Welke waggie? Het gaat niet per se om welke fiets, welke dit. Het belangrijkste is van je moet plezier hebben in wat je doet. Snap je? True shit. En
Schuif die microfoon. Dat moeten wij gewoon aanhouden. En voor de rest, ik zeg je eerlijk, die prijs moet omhoog, man. Die prijs gaat zelf omhoog. Je muziek bepaalt, snap je? Ja. Je daden gaan het regelen, geloof ja. Maar jullie hebben nog eentje, toch? Jullie hebben nog een hit, toch? Nog een paar. Maar recent, was er nog eentje? We hadden eentje, die ging ook best wel lekker met Max Wall in Blub. Ik denk dat je die bedoelt. Oh, ja. Hoe gaat die? Zo. Kijk dat? Gewoon een shock, even. Ja toch. Ik ben nu overvaren. Oh. Nee. Blub. Dat was ook een TikTok. Nee, nog een andere. Oh, en daarna gaat die sound over in die, oh, je hebt de boos, maar dat is toch die? Nee, dat is gewoon een edit. Nee, feestje. Hoe gaat feestje? Oh, nee, feestje, ja. Feestje. Dat doe je. Nee, maar kijk, die is... De grap is, die is al 2 jaar oud. Hoeveel zit die nu? Die is, ja, die heeft ook goud. Die is op 10 milli. 10 milli's. Bro, jullie zijn aan het dat cashen, bro, dat zeg ik. Hetzelfde vaar. Want zeg maar, kijk, wat ook het gekke is, zeg maar. Ik stel gewoon normale vragen. Ja, ik wil niet zeg maar zo van KK overkomen. Maar ik kan me voorstellen, zeg maar, dat het zeg maar, in de periode dat het niet aan het lukken was. Dat jullie gewoon allemaal een junta hebben. Dat je gewoon een hele Libië hebt. Dat je zeg maar een soort van. Je was net gezet van, ah, dat is bang. We zijn nog pokus aan het maken. Het gaat misschien op een dag lukken, maar je bent wel gewoon aan de junta. Je bent wel gewoon als je langer dan 10 jaar over doet, dan ben je... Je bent andere dingen aan het doen en nu ben je weer opeens soort van... Nu ben je weer in je mind van, fuck deze baas. Was je die nigger, zeg maar, man? Je kent die nigger dan, man. Ik heb bloot reageren voor de fuck you! Ik ga los. Op deze mag reageren, ik heb nooit gewerkt, man. Ah. Ik heb gewoon altijd geloofd in dit, man. Hard. Zeg je eerlijk, broer, ik heb ook nooit gewerkt, man. De enige verstandige was hier, man. Ik wou het zeggen. Ik dacht, doe maar iets. Ja, maar kom, ja, maar... Fijn, oké, hoe laat het was. Ja, ik keek al van wanneer dan, dat snap je. Maar ja, maar doe maar iets binnenkomen, zeg maar. Hij is ook degene die niet smoked en zo, toch? Hij was raap, junte. KPN, hè? Die periode was ik ook in een lange relatie. Ik woonde ook al samen en zo, snap je? Dus sowieso, ja, tuurlijk, de droom... Is leuk en zo, maar ja, rekeningen moeten betaald worden. Dus ja, ik ging inderdaad ook gewoon werken. Ja, precies. Heb ik ook gewoon gedaan. En dus nu... Is dat dan nu, zeg maar, zijn jullie op het punt dat je nu zeg maar, zoiets hebt van oké, fuck Junta weer, of denk je? Nee, dat wel, man. Ja. Je hebt ontslag genomen. Ja, al lang al. Ja. Ja. Ik wist dat wel, is wat hij zegt. Dat geloof is er altijd al geweest. Je weet toch, gewoon even bepalen van oké, nu gaat het. Zeg maar, om het maar ook te zeggen, voor Boat hebben we Andelo denk ik ongeveer 5 liedjes nog gedropt. Het ging allemaal een beetje in de stijgende lijn. En dat was zeg maar begin van dit jaar, dat we ook toe hebben gezegd van weet je, we gaan alles gewoon independent doen, alles zelf doen. En nu gewoon fully focus knallen. Ja. Waar zaten jullie hiervoor dan? Als Sony. Laatst bij Sony, man. Sony toch? Ah, oké. Okay. Ja, man. Sony? Ja, man. Dus dat we dat gewoon die mindset hadden van oké, weet je, begin dit jaar, nieuwe jaar. Gewoon knallen, alles geven. Wat is die bagger die jullie nu willen krijgen? Hoeveel mannen jullie willen? Minimale emmeren. Zeg je eerlijk, broer? Emmeren. Deze emmeren qua tekenen sowieso niet, denk ik. Nee, maar afhankelijk wat het is. Kijk, label doet niet. Maar in principe... Label doet niet. Distributie is wat hij zegt, man. Waarom zeg je dat? Ja, kijk, bro, weet je het is? Je ziet wat je zelf niet doet, toch? En wat je zelf kan. Ik denk ook eens gewoon... En hun doen precies hetzelfde als jou. Niks anders. Ja. Maar wat is dan het verschil tussen... Jullie doen het nu zelf, wat is het verschil tussen Sony en nu? Nee, kijk, ik denk gewoon dat het er meer in zit in... meer doen? Ja, nee, je bent een beetje beperkt, sowieso. Want aan het einde van de rit, dat is altijd zo. Jullie kennen dat van, oké, je bent vrij in wat je doet bij een label deal, maar je bent niet 100% vrij in wat je doet, want er is een budget tot en met, zeg maar. Ja. Je weet toch? Ik denk dat het er daarin zit. En dat je zelf gewoon kan bepalen, oké, hier nemen we wel bijvoorbeeld veel risico, of hier niet bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Dus gewoon echt het zelf bepalen ook van wanneer je dropt. Hoe lang dat is. Vrijheid, zeg maar. Ik zeg eerlijk, hem ga je niet meer signen, man. Hij is het label, man. Ja, maar hij is fair. Dat is het gewoon. Ik denk, mijn optiek, en ik zeg, dat zeg ik ook altijd, labels niet goed, labels niet fout. Het is gewoon wat je nodig hebt op het moment. Ja. Snap je wat ik bedoel? Snap je, als jij een opkomende artiest... De beste artiesten zitten bij een label, hè? Ja. Is niet waar. Is niet waar, man. Is echt niet waar, ben ik het niet mee eens. Waarom? Wie is dan... Ja, maar je weet toch niet wat voor deal ze hebben met het label? Nee, maar bedoelt ook van de beste artiesten, die zijn misschien creatief, die hebben dat nodig. Noem dan zeg maar iemand. Drake. Frenna. Nee, maar ik heb nog Nederland. Ik zou dat zeggen, noem maar dat wereldwijd. Ja, oké. Ik zou wereldwijd. Oké, ja. Ja, wereldwijd. Ik weet niet of je dat... Oké, ja, oké. Maar distributie noem je ook bij een label zitten, toch? Nee, toch? Nee, vraag label deal. Distributie is geen label deal, toch? Wie zijn de beste artiesten van Nederland, dan? De beste artiesten van Nederland? Ja. Of bedoel je de grootste? Grootste, ja. Oké, wie zijn de grootste? Frenna, Lil Kleine. Zit hij bij een label? Nu, volgens mij nu niet meer. Okay. Maar hij heeft altijd bij een label gezeten. Broederliefde.
Je Silvio. Jonna. Jonna. Nee, maar je gaat Ronnie echt ontwijken, zeg maar. Ronnie heeft ook heel lang bij een label gezeten. Nee, maar hij zit toch niet meer bij een label? Tuurlijk Jonna wel. Ook niet. Zat er gewoon Sony onder zijn pokus? Maar is toch gewoon een distributiedeal? Maar er staat nog steeds Sony onder zijn pokus. Ja, maar je zijn label. Nee, maar distributie is wel een beetje anders. Is independent nog steeds, toch? Is wel een beetje anders. Je moet in de mic, broer, in de mic. Met distributie ben je nog steeds independent, toch? Of toch? Je bent independent. Ja. Gewoon ze distribueren. Nee, je bent niet independent, maar je zit niet bij een label. Dat vind ik wel iets anders. Nee, je zijn niet independent, toch? Je hebt geen artiestendeal. Je hebt geen je distributie. Independent is independent. Dus geen, je staat niks af. Je doet alles zelf. Mensen, er staat gewoon Sony onder jouw product. Staat gewoon Sony. En Sony die houdt overzicht. Ja, maar dan zit de hele wereld bij een label. Dat bedoel ik. Ja, maar zij gaan ook een distributiedeal tekenen. Maar dat is toch niet independent meer? Maar dan gaat Haas nog alle keuzes. Ik vind dat wel independent, man. We gaan niet tekenen zomaar, hè. Nee, maar uiteindelijk... Je hebt gezegd, je wil een M, een M. Ik neem het positief, hij weet waar het heen kan. Ja, ik snap wat hij bedoelt. Uiteindelijk, bro, geloof mij, als jullie doorgaan en je scoort nog een keer zo'n hit, dan gaat het 100% gebeuren. Maar independent kan iets heel goed zijn, maar het hoeft niet altijd. Nee, het hoeft niet. Het hangt gewoon, wat ik net zei, het hangt gewoon vanaf wat je nodig hebt. Snap je? Ik bedoel, als jij als nieuw artiest binnenkomt, wat moet je verwachten, bro? Je weet niet hoe dat gaat gaan. Nee, maar uiteindelijk ga je toch ooit wel, zeg maar, je kan ook zelfs een distributie, kan je een soort van... administratietory doen, zonder voorschot, bla bla. Oké, maar Jack. Je gaat het jezelf makkelijker maken. School die mannen, zeg maar, toch? Hij zegt hij wil een M. Ja? Toch? Hij wil 1 milli. Ja, maar praat ook voor de mensen. Ja, maar ja, dat is voor... Oké, maar... Wat wil je voor rechten, Ik weet, je gaat die topnotstakkie gooien, maar is niet. Nee, ik wil gewoon een vraag stellen. We weten waar we over praten, hè. Het is niet zomaar die M. Nee, maar je weet niet. Dat weet ik niet. Wacht. Laat me mijn vraag stellen, bro. Wat is die retentieperiode, zeg? Dus kijk, we willen een M. Toch? Ze hebben nu, zeg maar, 17,4. Ze hebben 10 milli's op die andere pokus. Jullie hebben, zeg maar, in totaal misschien... Streams? Ja. Nee, over de barkie. Hoeveel streams moet je ongeveer hebben, zeg maar, om een milli te vragen? Hoeveel streams had jij toen je eerste paar ton kreeg? Ik denk, voor een milli moet je 350 milli pakken, zo ongeveer. Voor, zeg maar, om het in te lopen. In een jaar? Nee, gewoon die milli niet, bro. Milli, zeg maar, minus distributiefee, et cetera, kom je op 370 milli of zo. Ja. Dus jullie zijn nog niet bij een milli? Nee, maar bro, we gaan toch niet een deal tekenen op gebaseerd wat ze op 4 jaar geleden hebben gedaan of op een pokus die niet werkte. We gaan een deal tekenen op die nieuwe pokus. Ja, toch? Ja, maar dan ga je toch geen M? Dan kan je geen M je weet toch? Bro. Nee, maar het gaat toch anders. Nee, maar zij zeggen ook niet, wij gaan tekenen. Nee, ze zeggen, wij gaan pas tekenen als we dat minimaal krijgen. Maar voorschot is ook relatief, bro. Dat zegt ook niks, bro. Kijk, luister. Ja, voorschot. Hoe meer voorschot, hoe meer schuld je eigenlijk moet gaan inlopen. Nee, maar los van dat, zeg maar, van... Je hebt een deal, je hebt een soort van een balans in een deal, toch? Dus je hebt, zeg maar... Als ik jou moet realistisch zijn. Als ik jou nu een deal aanbied en ik zeg je krijgt 1 miljoen, teken je dan? Ik zelf, nu persoonlijk? Ja. Maar je weet niet eens wat erin staat. Maar ik wil 500 albums, bro. Huh? Ik wil 500 albums. Ja, maar dat is niet wat je nu doet. Ja, is niet maar eerlijk. Dat bedoel ik. Ik wil een retentieperiode van eeuwigdurend. Ik wil alles. Snap je? Nee, dat moeten we over gaan zitten. Ja, maar natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen waar je over moet gaan praten. Want je kan ook misschien een deal tekenen. Ja, want Sony geeft zulke deals. Sony geeft je makkelijke milli. Als je, zeg maar, je moeder wegtekent. Ja, maar je... Bro. Ja. Ja, maar als ik... Ja, maar... Oké, maar nu met... Nou, vertel. Bundy, met alle respect. Als ik nu bij jullie naar binnen loop en ik zeg... Ik ga voor de rest van mijn leven mijn muziek bij jullie uitbrengen... Ga je me geen miljoen geven? Jawel, dat doet Top Notch ook, bro. Oké. Maar dat is een hele andere deal. Ja, maar dat bedoel ik met... Nee, wil ik niet 1 milli, man. Ja, maar dat bedoel ik met te zeggen van... Voorschot, bro. Bro, je moet meer willen dan dat, zeg maar. Je moet die balans van die deal moet gezond zijn, zeg maar. Ik heb het altijd gezien, zeg maar, als de plug. Toch? Zeg maar gewoon, oké, van de spang. Als ik deze baken nu neem bij deze nigga, kan ik deze baken terugbrengen. Als ik deze baken terug kan brengen, dan ga ik het nemen. Bro, ik heb mijn vorige deal bij... Ik wil niet, zeg maar, dat ik loeshoek kan of dat je dan tegen mij zegt, je bent me nog schuldig. Want dat is echt een... Dat is echt een ding bij ons. En iemand schuldig zijn en een milli gebost hebben, zeg maar, is echt een slecht gevoel, bro. Bundy, bij mijn vorige deal bij Top Notch heb ik volgens mij mijn voorschot ingelopen voordat ik mijn album had uitgebracht. En ik had maar voor 1 album getekend. Precies. Zeg maar, die voorschot is flex. Het is flex om een goed voorschot te krijgen, tuurlijk. Maar dat betekent niet heel veel, snap je wat ik bedoel? Want uiteindelijk... Ik zeg niet dat de deal van mijn leven was eigenlijk, maar zeg maar, ik bedoel meer van, uiteindelijk als je, zeg maar, een deal tekent, is het ook belangrijk dat je, zeg maar, je kan ook nu, jullie zouden ook kunnen zeggen van oké, wij tekenen voor 5 singles en we krijgen 3 ton
En we hebben binnen 2 jaar alle rechten terug. Dat kan ook. Snap je? Dan heb je wel een soort zekerheid ingebouwd. Je bent nog niet blind staan op 1 hoog bedrag. Wat zou je kan misschien zelfs. Wat zou je? Dan komt er wat Bunny zegt. Je moet niet te lang eraan vast willen zitten. Of überhaupt het kunnen inhalen. Nee, maar precies. Maar dan teken je voor 5 singles. En dan kun je zelfs nog in je contract kunnen bouwen. Dan gaat het voorschot waarschijnlijk omlaag. Dat je zegt van als we niet ingelopen zijn, zijn we alsnog vrij. Dat is ook een mooie deal. Ja, dan heb je voor 2 ton getekend. Maar ja, je doet 5 pokoes. Je hebt 2 ton gepakt en je bent weer klaar. En je hebt budget om die dingen te doen. Je hebt al 5 pokkels liggen misschien. Snap je, er zijn mensen kijken... Huh? Ja, maar mensen kijken echt veel naar alleen voorschotten. Snap je, ik bedoel, het soort race in Nederland van... Oh ja, ik heb getekend voor 2 miljoen. Oh, ik heb getekend voor 2,5 miljoen. Nee, maar we weten misschien sowieso... teken ik voor 1 miljoen en dan heb ik een... Maar heb ik een goeie deal. Hoef ik maar 1 album te doen. Jij hebt getekend voor 3 miljoen. Kan je dat overal roepen, bij wijze van spreken? Levensroes, ik klik als shots trouwens, maar dat was geen shots. Nee, zou dan naar kleiner, man. Ja, sowieso. Maar had een mooie deal. Maar ik bedoel, zeg maar, van... dat de deal moet gewoon veel, kloppen, snap toch? Snap je? Ik bedoel, ja, toch? Kloppen. De balans van die deal, dat is belangrijk. Daar moet het zitten. Sowieso wat het ook is met de voorschoon. Vooral voor die jongen, snap je? Die blinden staren zich tot de dag van vandaag eigenlijk soms misschien nog steeds blind op bedragen, zeg maar. Want een 20k als... 18-jarige bijvoorbeeld, 20-jarige is gewoon... Het is heel veel geld, zeker. Snap je? En denken gewoon van, ik ga all in. Maar het is ook van, wat ga je met het voorschot doen? Dat is het ook. Van, ga je... Ja, maar daar gaat iedereen hetzelfde mee doen, bro. Nee, Je moet gewoon aan die lifestyle bijdragen aan personality zijn online. Zeker. Maar ze moeten ook wel beseffen, er zijn mensen die een voorschot nemen en niet eens weten wat het inhoudt. Weet je waar je mensen in moet schoolen? Ja, mensen die denken van dan heb ik 1 miljoen, thanks. Ja, precies. Klaar. Ik teken blow gewoon alles. Voor niet te lang. Daar moet je mensen in schoolen. Dat sowieso. Teken een kutdeal, maar doe het gewoon voor 1 album. Dan weet je daarna wat je hebt gemist. Wat ook is met contracten wat ik mensen wil meegeven. Eigenlijk iedereen trouwens kan hier iets mee. Let niet alleen op wat erin staat. Dus je weet toch, je kan gewoon dingen toevoegen, je kan zoveel doen. Want mensen op staan is ook blind of van, dit staat erin, ik ga hier wijzigen. Maar je kan ook gewoon je eigen mode zeggen. Als jij zegt van, je wil, bij zo'n spreken, elke show win een Burberry pet. Je kan het erin zetten, bro. Nee, maar wat jij zegt, in het begin... Is bij wijze van, maar je snapt me, maar in het begin als die shit nieuw is. Ja, als het nieuw is toch, dan ben je bang. 9 van 10 keer ben je bang om te onderhandelen, weet toch? Maar er zijn geen regels. Je gaat niet heel snel zeggen van... Er zijn geen regels, dat is het. Je kan doen wat je wil, je kan zeggen wat je wil. Of wat eigenlijk iedereen, dat heeft bijna iedereen waarschijnlijk ook gehoord bij een eerste deal. Laat het even checken door een advocaat of een jurist of zo. Ja. Maar niemand doet dat. Snap ik wat ik bedoel? Ja, dat zijn die dingen. Je was spijtig. Dit is die ding, dit wil ik. Nu gaat het beginnen. Topnotch, en als Ark geven jullie nu zeg maar gewoon een soort bedrag of een budget zeg maar, om dat te laten checken echt door iemand. Ja. Dat is hard. Ja? Wie kent deze takkie? Iedereen kent deze takkie die ooit labelonderhandeling heeft gehad, toch? Ja, maar dit is gangbaar. Dat is niet gangbaar. Ja. Jij wil gewoon niet praten over het feit dat dit eigenlijk niet menselijk is, maar je doet het bij iedereen. Precies, dat. Ja. Dit is niet gangbaar, daar moet je altijd nadenken van dat zegt niks, zeg maar. Er is niks gangbaar, snap je? Het is een contract. Nee, het is echt aan de hand van je situatie, vind ik. Je weet toch, het is gewoon net... Nee, maar gangbaar is zeg maar een takkie van... Jij gaat alleen maar... stel, jij maakt nu Nederlandse muziek, ja? Ik wil jou tekenen voor je Nederlandse muziek. Maar jij maakt on the low, maak jij ook Nepalese muziek. Snap je wat ik bedoel? En die heeft niks met die deal te maken. Maar nu wil je eigenlijk alleen tekenen voor je Nederlandse muziek. Maar in die deal staat van... voor al jouw muziek die jij uitbrengt. En dan zeg jij, maar ik wil mijn Nepalese shit. Dat gaat misschien ook ooit op een dag blow. Dat wil ik niet bij jullie onderbrengen. En dan gaat het label antwoorden, maar dit is gangbaar. Dit doen we bij iedereen. Ja, maar jouw situatie is niet gangbaar. Want jij hebt zeg maar een andere situatie dan de rest. Je label hoeft ook niet te chappen op je optrainers, man. Hoeft niet. Je weet toch? Hoeft niet. Maar ook dat. Dat is ook... Ja, maar dat vind ik ook... Ja, werkt twee kanten op. Nee, natuurlijk, het ligt eraan, hè. Het ligt eraan, maar het is bijvoorbeeld... Het moet niet. Ja, maar het is niet omdat... Nee, maar dat gebeurt ook niet meer zoveel. Maar als jij een opkomend artiest tekent... En die opkomend artiest... Hij gaat niet zoveel maken. Nee, maar hij heeft echt de verwachtingen van... Jij gaat met hem praten. Je hebt de balans van een deal. Altijd. Je biedt hem een standaard deal aan, meestal aan het begin. Ja. Je hebt een soort ideeën van, dit geef ik een opkomend artiest. En je gaat nog een soort puzzelen van, hij gaat zoveel bereiken, maar in principe is die deal best standaard. Nu
zegt die artiest tegen jou, ja, maar ik wil gewoon clips schieten van 20.000 euro, man. Ik wil dat die clips echt, echt dik zijn. Ik wil gewoon de guy zijn met de dikste clips in Nederland. Oké, is cool. Ja, maar dan moet je gaan inleveren op anderen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dan gaat bijvoorbeeld of je voorschot gaat omlaag, of je gaat zeggen, oké, is goed, maar dan wil ik ook 15% van jouw shows hebben. Nee, sowieso. Dat soort dingen dus, kunnen. Dus dat snap de ik, balans. Dus dat is wat ik wil uitleggen met contracten. Niks moet, bro. Kijk, mensen... Maar ik bedoel, van mensen zien staan van, op de 5% ass shit. Oké, dan doe ik bijvoorbeeld, ik wil 10 zeggen. Maar je kan ook zeggen, ik wil het helemaal niet. Wat je ook kan zeggen is, zeg maar, oké, dan span je wil percentage van mijn show, is goed. Maar ik geef jou een percentage van mijn show vanaf deze bedrag. Dat kan ook. Dus nu moet jij als label mij gaan helpen om boven die bedrag te zijn altijd. Precies. Ja, begrijp wat ik bedoel? Ja, dus dan mag je mee. Je moet er gewoon altijd een deal maken waardoor je allebei het vertrouwen erin hebt dat het nog beter gaat. Juist, dat je meer succes gaat bereiken samen. Je moet iets aan elkaar hebben. Het moet lange termijn visie. Ik ben eerlijk gezegd, zeg maar, ik zit nu zelf, ga ik voor distributie en zo. Maar ik ben eigenlijk soort van meer fan van die joint venture shit, man. Ja. Gewoon van, we gaan helemaal niet onderhandelen. 50, we doen gewoon 50. Alles 50-50. Ja, maar dan echt 50-50, snap je? Ik bedoel, gewoon, eigenlijk zou ik het liefst gewoon een contract zien met, yo, 50-50. Alles wat binnenkomt, minus kosten, delen door de helft. Ja. Bam, gewoon makkelijk. Zo werk ik het liefst. Zo zou ik het liefst met alles in life werken, man. Boy, alles wat je met ik heb een belangrijke vraag voor jullie, man. Zouden jullie meedoen aan Temptation Island? Nee. Nee, man. Nooit. Nee, toch. Nee, ik was gewoon van, ja, broer, kom hoeveel? Op, man. Hoeveel? Wat moet ik... Ja, iedereen heeft een prijs. Ja. Iedereen heeft een prijs, dat sowieso, maar over het algemeen... Afhankelijk van wat het is. Wat moet ik doen bij... Als je een ton krijgt om mee te doen aan Temptation Island. Een ton? Ja. Nee. Alsjeblieft. Nee. Nou, ik vind dat je wel... Wacht. Ik ga voor een ton niet meedoen aan Temptation Island. Ja? Maar wat moet je doen? Ik vind het wel lijp dat je daar zo hard nee op zegt. Je moet met je Ik ga voor een ton niet mee doen aan Temptation Island. Ik denk dat ik wel iemand ga opslaan. Sorry. Een ton? Schatje, ga een ton maken, man. Nee, ik presenteer het al. Zou jij meedoen aan Temptation Island voor een ton? Zeg jij waarschijnlijk misschien niet je huidige situatie. Nee, maar ze zegt, ze vond het best wel... Temptation Celebrities. Ik vind het gewoon, ik vind het wel lijp dat je zo snel zegt... nee zegt tegen een ton. Zo, hoezo? Nee, man. Je principes toch? Dat is toch? Ja, maar je principes, dat ligt dus binnen je relatie. Dus je kunt toch gewoon meedoen. Nee, maar nu ga je ervan uit dat wij het programma überhaupt serieus nemen. Ik schaam me als ik met mijn wifi... Als ik met mijn wifi daar al sta... Ja, oké, kijk. Als ik presentator, ton, doe ik het. Maar niet... Ja, presenteren, natuurlijk. Ja, als het schande moet zijn dat je dat presenteert. Nee, precies. Nee, maar ja, jij bent presentatrice, zeg maar. Ik moet daar op het strand die Turkije fotoshoot maken met mijn wife. Snap je? En zeggen van, ja, we gaan deze uitdaging aan. Nou, anyway, we zoeken nog mensen, erin. Dus wil je ook... Over het algemeen maken mensen al snel toch ook een negatieve associatie met Temptation. Hoeft niet, je kan ook er superleuk uitkomen. Maar ik denk over het algemeen denken mensen bij Temptation. Nou, maar pas op je antwoorden. Dat is een hele makkelijke, snelle indruk van... Als je doet mee in Temptation, zitten echt leuke mensen in. Ja, maar Monica... Vast wel, er doen ook hele leuke mensen mee aan andere programma's zoals X on the Beach, maar... Ja, kijk, X on the Beach vind ik, zeg maar, dat gaat een beetje... Dat vind ik niet... Temptation kan ik genieten. Maar zij mag mensen scouten. Ik kan ook van X on the Beach genieten. Maar, zij mag mensen scouten. Zij mag mensen scouten voor Temptation. Ja, serieus? Dus pas op. Ja, serieus? Ja, zou je mee willen doen? Als jij nu zegt, ja, voor 40k doe ik het. Zit je erin? Maar je zoekt koppels. Wat zoek je? Heb je een relatie? Oké, het is ingewikkeld. Maar waarom is deze ingewikkeld dan? Het ligt een beetje ingewikkeld. Maar wat deze heb ik nooit begrepen. Waarom zeg je am? Zeg maar nee en ja is allebei een beter antwoord. Zeg maar, nee, dan ik woon alleen. Hè? Ja, okay, nee, dus ben alleen, Je bent wat? Nee, maar hoe bedoel je? Maar je hebt wel een relatie, maar je woont wel alleen. Broer, kom op, man. Je praat over ik doe RTL, ik doe dit, maar jij komt hier. Deze man is Mattie van de Humberto Tanro. Maar bro, luister. Laten we even gaan naar de relatie. Oké, luister. Je woont alleen. Hoe maar heet je ze? Hebt wel een vrouwtje. Dus. Nee, ik woon alleen. Oh, maar je date. Je hebt gewoon een vast dingetje. Hij date. Dit gaat sowieso geknipt worden, dus laat dit. Als je dit knipt, is hij niet netjes, man. Dit is er al uit. Be real. Dit is helemaal niet erin. Dit is eerste Iedereen podcast. Iedereen die het fokt wil zeggen, zeg nu. Want het wordt toch geknipt. Dit is de eerste rookwas. Alles gaat erin blijven. Ik voel dat aan deze hoogte. Alles. Ja, niemand alles. Gaat moeilijk doen. Dus jij ook niet. Wat is de vraag? Oké, de vraag is, kijk, zij vraagt, jij hebt een relatie. Jij zegt, je woont alleen. Ik heb geen relatie. Oké, maar je date. Ja, hij wil opnieuw. Zou je meedoen? Ja, hij is zo dumb. Hij
Hij is echt smerig, man. Maar je date. Je hebt een leuke dame ontmoet, je date. Hij gaat niet eens beseffen hoe die gekat is. Oké, maar je date. Okay, ja, date. Ja, Fallo, stel nog één keer die vraag. Ja. Je date. Oké. Okay. Heb je een relatie? Nee. Hij is aan het daten, Maar je hebt vlinders, man. Ik voel het, man. Gefeliciteerd. Hey, applausje, man. Ik zie het gewoon. Ik loop. Echt een klootzak. Wie heeft deze man uitgenodigd? Ik loop. Ja, maar nice, broer. Nice. Kom, man. Kom in die crew. Nee, maar jij bent in love, dus. Ja. Zeker. Ja, heb je een wifey? Ja, man. Hoe lang? Wat voor wifey heb je? Wat is haar afkomst? Drie kwart Surinaams. Ja, toch wel? Kwart Hindoestaans. Hè? Ja, man. Ja? Ja. Hoe lang zijn jullie samen? 8 maanden zo. Maar ik ken haar al 1,5 jaar zo. Ah. Ja, 8 maanden. Oké, ben in love. Zeker, man. Ben je zo in je nigga die je gaat trouwen? Zeker, man. Ja? Ja, man. Hoe lang ben je samen? 8 maanden, zei je? Ja, man. Nee. Wat schattig. Ja, man. Wat je gaat trouwen? Man. Je wilt trouwen ook? Ja, man. Omdat, kijk, ik heb gewoon zoiets van... Je hebt nu die druk ook hoog voor hem. Nu nee, moet je nee. Het is geen pressure, man. Is gewoon, ik zie het wel als van, oké, het is je vriendin. Maar op een gegeven moment ben je daar soort van ontgroeid, toch? Het is net alsof... Je neemt een relatie omdat je bent dat... Ja stappen, heen en weer stappen, gaan. Dat, stappen. Ja, het zijn gewoon stappen, man. Ja, dus op een gegeven moment denk ik van, ja... was mijn vriendin, nu is mijn vrouw, zeg maar. Ja. Zo zie ik dat. Ik ben getrouwd, hè. Dus zeg maar, een soort van... Laat je horen voor Jack, man. Trouwens, een man aan tafel, op papier, zeg maar. Hallo, we want prenup. Ik heb een vraag, ben je getrouwd in goederen? Yes, ik wist dat hij dat zou vragen. In gemeenschap van goederen. Helemaal niet bespreken, man. Ik zeg je eerlijk. Te personal. Ja, omdat ik weet niet of ik dat zeg maar een situatie vind die je eigenlijk in het openbaar moet bespreken. Ja. Maar wat als ik nu zeg maar ja zeg, dan krijg ik een soort van oordelen terwijl ik zeg maar... Dat, ja, ik weet niet. Bon. En als je nu zeg maar nee zegt, dan klinkt het zeg maar, is het om in disrespectvol. Terwijl er zijn, laat me het zo zeggen, ik ben niet getrouwd in gemeenschap van goederen, maar er zijn, het is niet dat zij niks krijgt als wij uit elkaar zouden gaan, maar er zijn daar heel veel manieren voor om dat af te... Eigenlijk is dat soort van ouderwetse takkie. Er is helemaal niet, zeg maar... Het is zeg maar niet in gemeenschap van goederen. Maar zou jij? Maar zou jij? Zou jij 50% nee, maar wacht. Maak gewoon een contract waar zou je afspreekt. Zou jij 50% van je midden geven? Nee, maar laat me. Zou jij 5 ton aan haar geven? Het was meer voor advies van. Nee, maar Bandy. Wat is handig om te doen, ja. Mocht ik zelf ooit trouwen, snap je? Nou ja, in jouw situatie denk ik hetzelfde als je met een label gaat tekenen. Gewoon 25%. Werk jij of niet? Ik vind. Maar laat me mezelf op zijn minst goed zetten in deze shit. Want je vraagt me iets kan op persoonlijks. En ik geef antwoord. Je weet toch? Laat me wel uitpraten, zeg maar. Er is zeg maar een manier tussen van of je gaat, er is niet zeg maar of ja of nee, snap je wat ik bedoel? Je gaat eigenlijk ga je met elkaar aan tafel zitten. Hij zegt oké, wat zijn de afspraken zeg maar? Oké, stel wij gaan uit elkaar, wat spreek je met elkaar af? Je hebt partneralimentatie, je hebt tantoe shit die je kan afspreken. Mm. En sommige shit ben je het mee eens, sommige shit ben je het niet mee eens. Ik ben het niet mee eens met het feit dat zeg maar huwelijk om soort van geld moet gaan. Dus dat als je zegt van... Oké, wij trouwen nu, morgen gaan we uit elkaar hier 50%. Ja. Dat vind ik een rare afspraak, snap je wat ik bedoel? Dat vindt mijn vrouw zelf ook een rare afspraak. Dus daar heb je een soort van bepaalde afspraken over. En dan ga je gewoon checken wat is wel realistisch, snap je? Als wij 10 jaar lang bij elkaar zijn en wij... En zij gaat minder werken omdat jij veel werkt. Omdat ik een carrière heb die... En je hebt een kind, ja. Is. Juist, en ik vraag aan haar, en mijn vrouw heeft ook een carrière... en ik vraag aan haar om minder te werken voor mij... Moet ik dat ook kunnen compenseren? Tuurlijk, mocht het ooit fout gaan? Ja. Al helemaal, stel, zeg maar, worst case scenario. Zeg, ik ben op een jacht in Ibiza en ze betrapt me daar met 10 prostituees. Je weet toch? Jezus. Nu ben je alleen met mijn kind en moet ik je niet alleen... Snap je dat? Ja. Er zijn allemaal factoren. Kleine fun fact. Vroeger, als je in een gemeenschap van goederen trouwde... en het gaat zeg maar uit... heeft de vrouw of de man, je weet toch, die het minder gaat in natuurlijk... heeft recht op alles, dus wat je hebt opgebouwd, zeg maar. Dus op alles. Maar tegenwoordig is het zo dat het alleen telt voor de jaren waarin je getrouwd bent. Ja, waarin je samen bent geweest. Ja, maar dus ook als je 4 jaar getrouwd bent, wat je in die 4 jaar hebt gemaakt. Ja, maar ik vind is moeilijk. 25% schappelijk. Ja, maar ook dat is moeilijk. Ciao procent krijg je van mij. Je krijgt niet meer dan ciao procent. Je kunt dat niet zeggen. Je kan het niet zo zeggen, toch? Ja, dat is ook. Ik pak goede advocaat ook. Gelijk vanaf begin. Ik kom met advocaat. Oké, maar Bandy. Ciao procent. Bandy, luister. Oké, nu zit je in een situatie. Jij bent dus met je vrouw. Jouw vrouw is. Jouw vrouw is baas van ING. Maar je hebt je rapcarrière. En dat is jouw passie. En haar shit is niet haar passie. Zij skipt haar baan voor jou. Maar ze verdient eigenlijk beter dan jij. Ja.
Nu, maar, en je maakt samen maak je 8 kinderen. Zij moet voor al die kinderen zorgen. En jij weet hoe zwaar dat is. Dat is zwaarder dan een rap. Nee, dat is waar. Dat ja, maar oké, okay, maar dan kan je toch niet zeggen 25% is schappelijk. Nee, we betalen af en toe. Ik check jou nog steeds. Als wij kinderen hebben samen, check ik jou nog steeds sowieso. Ja, maar daar ben ik ook geweest. En daar heb ik ook. Ik heb ook een gesprek met mijn vrouw gehad. Dat ik eigenlijk. Ik was in het begin van. Ik wil helemaal geen financiële afspraken maken. Want als het bij ons, om wat voor reden dan ook, wij gaan uit elkaar. Jij bent de moeder van mijn kind. Dan zorg ik goed voor jou. Dan zou ik altijd ervoor zorgen dat het niet fout gaat. Ja, maar houden van kan ook haat worden. Als je in die situatie elkaar maken. Daarin was ik van, ja, maar daarin moet je mij vertrouwen. Ja. Maar nu is zij van, ja, oké, maar dan moet jij mij toch andersom ook vertrouwen. Dat als ik zeg maar, stel, wij zouden dus samen gaan. En je zou afspraken maken. En zij fokt mij echt op. En ze gaat met Bill Gates er vandoor, bij wijze van spreken. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dat zij dan ook niet gaat zeggen, oh nee, je moet wel dit betalen. Waarom moet dat wederzijds vertrouwen moet er dan ook zijn, snap je? Dus ja. Je moet een middenweg daarin vinden. Het is een moeilijk gesprek, maar het is echt geen leuk gesprek om te voeren met je vrouw ook. Jij bent een slimme nigger, wat zou jij doen, man? Nee, kijk, ik zeg eerlijk, ik denk dat bij mij, je hoort het me vaak zeggen, ik denk situatie ook, man. Kijk, net wat zij bijvoorbeeld zegt, stel je voor, kijk, als je met een vrouw gaat en ze heeft ook gewoon carrière, bijvoorbeeld. Ben ik het met jou eens, dan zou ik zeggen van oké. Minder, misschien zelfs niet. Want als ze gewoon papa als zij meer verdient, dan is het gewoon haar ding. Ze hoeft niet eens meer te verdienen, maar het gaat gewoon goed. Ja. Ze heeft mij, laat me zo zeggen, ze heeft mij doekoe niet nodig. Ja. Dan zou ik... Maar ciao procent is goed. Weet je waarom ciao procent? Omdat je hoeft, zeg maar, terwijl, zeg maar, je hoeft niks te betalen. Hè? Zeg maar, het is niet van, oh, we gaan samen zitten. Oh, zo is zo duur. Jij helft, ik helft. Nee, maar... I got you, zeg maar, gewoon all the way. En je hebt nog steeds ciao gewoon... Krijg je nog nee, steeds. Maar... Begrijp wat ik bedoel? Het is niet, zei jullie van, je moet junta, je moet... Begrijp wat ik bedoel? Nee, maar, ja, maar daar moet zij jou in vertrouwen. Ja. Nee, maar jij het niet in het contract wil zetten. En daar moet je ook eigenlijk... Daar vind ik dat je ook voor moet betalen. Dat, zeg maar, als een vrouw, zeg maar, een soort van haar leven in jouw handen legt. Zeg maar. Dus het is nee, maar dat zeg ik. Nee, maar in mijn optiek gaat het erom inderdaad van wat offert zij daarvoor op. Snap wat ik bedoel? Ja. Dus inderdaad, stel je voor ze. Het gaat niet eens of ze echt papping af. Als ze gewoon werkt goed, ook hoe je er tegen bent gekomen. Ze werkt gewoon papping, ze heeft de osso, dit, dat, alles relaxed. Bro, misschien wat ik doe, misschien voeg dat gewoon toe. Het is lauw dat je dat erbij krijgt omdat je met mij bent. Maar als alles gewoon doorloopt eigenlijk gewoon. En jij dan daarna na mij gewoon weer eigenlijk op diezelfde fassie bent. Was mis. Waarom moet ik eigenlijk? Zouden jullie? Ja, maar waarom trouw je dan? Dit is een goede vraag. Nee, maar ik ben er niet mee eens dat het een financieel moet trouwen omgaan. Zou je kunnen zijn met een vrouw die meer money hebt en zo? Ja, man. Ja, man. 17 Ferraris. Ja, man. Dat, kijk, licht. Kijk. Ja, kan. Hey, 17 Ferraris word ik rapper. Nee, zeker. Ik ben rapper, gelijk. Kan, bro. 17 Ferraris, raar. 10 rare bakjes naar buiten. Kan. Maar weet je waarom? Kijk, en dat is goed dat je deze vraag stelt. Omdat, en dat zit een beetje in de man. Je weet toch, veel mannen hebben dat gewoon een beetje. Dat ze, zeg maar, de basis van een relatie, vanuit hunzelf, is toch een beetje gebouwd op van, ai, hoe kan ik, zeg maar, voor haar profijten, toch? Ja. Dus daar zoeken ze, zeg maar, ook hun kracht in, zeg maar. Snap je? Ja. En nu wat jij zegt, dat valt eigenlijk gewoon weg. Dat is er niet. Snap je? Dus... Dan krijg je een gelijkaardige relatie. Is een andere verstandshouding. Dan is een hele andere verstandshouding. Gaat ze voor jou, zeg maar. Nee, hoeft niet eens. Hoeft niet eens. Het gaat er gewoon om van wat je zegt. Daar zoeken veel mannen gewoon kracht in. Van oké, je weet toch, ik ben jij. Het valt op mij. Maar dat is small dick energy. Van ik ga voor jou zorgen. Snap je? Hoeft niet eens. Ja, zonder jou moet ik ook een leven. Snap je? Maar zou jij dan kunnen met een dame die meer dan jij verdient? Ja, maar ik zou niet kunnen. Nee, maar luister. Ja, maar dat zegt toch iets over je mindset? Ik zou niet kunnen. Nee, maar luister. Want ik ben een man, ik moet kunnen zorgen voor jou. Ja, oké. Dat begrijp ik. Ik kan zorgen voor jou. Maar als je vrouw zegt, eet mijn poenie, bitch, want ik heb meer money, dan zeg je toch tegen haar, ja, bitch, dat doe ik niet, zeg maar. Van ja, je kan toch ook voor jezelf opstaan? Money is toch ook niet alles, zeg maar. Sta voor jezelf op, Bundy. Plus, jij doet dat sowieso. Nee, maar zeg maar. Hij is dieper in, neusblassen, alles daarna. Het is ook misschien voor jou dan. We praten over hoeveel verschil moet het gaan als je nu even bij wijze van spreken. Zou jij het kunnen met een vrouw die meer money hebt als jou? Ik zou het wel kunnen. Waarom is dat een vraag voor mannen? Dat vind ik echt sick. Ja, man. Ik hoor je helemaal. Nee, maar hoor je helemaal. Als man. Nee, maar als man wil ik kunnen voor je. Ik wil kunnen zorgen. Ik moet belangrijk zijn voor jou. Ja, maar dat hoeft toch niet alleen financieel. Nee, maar buiten ook al financieel. Kijk, dat hoeft niet alleen voor te bieden en een man moet het financieel doen. Ik moet gewoon belangrijk zijn voor jou. Nee, kijk, Bandy, waar ik met jou ben. Ik ben wel een beetje ouderwets in dat. Hij is op die genderrollenmodel. Weet je waar ik met jou ben? Een beetje. Hij is op die genderrollenmodel. Nee, maar het is makkelijk om, zeg maar... Het is makkelijk om daar een soort van je ego in te vinden van... Ik verdien meer. Maar dat... Als je nu, zeg maar, van... Oké, nu ik ben langere tijd met mijn wifey, zeg maar... Als ik nu kon kiezen van... Ja, jij gaat nu in één keer meer verdienen dan ik. Ja, let's go, man. Verdien 10 keer zoveel. Is teamfight, maar, bro. Je weet toch? Maar ik wil wel mijn passie kunnen blijven... beoefenen, snap je? Ja, want het kan ook morgen met jou slechter gaan en dan... Ja. Hey, ik zeg je eerlijk, zodra mijn vrouw 10 keer verdient wat ik verdien,
Ik ga rappen of zo. Ja, ik ga sowieso domme shit. Ik kom met piano albums. Ja, maar jij praat, instrumentaal. Zij praat zo, zeg maar, omdat zij zeg maar, vaak waarschijnlijk degene is zeg maar, in de relatie met meer money. Hoeft niet. Nou, bandie. Nou, niet eens. Maar dat, nou, ja. Daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat... Ik weet dat het zo is, omdat het vroeger gewoon vaak was dat een man ging werken. Vrouwen mochten vroeger niet eens werken. Die gingen naar de huishoudschool, whatever. Maar... Nu daar ben ik geen fan van, hè? Nee, zeg maar, ik ben geen fan van, zeg maar... Oh, nou, wat goed! Jij blijft nee, nee, maar... nee, maar ik zeg altijd... Weet je waarom? Ik zeg altijd van... Wat ik jammer vind, zeg maar, is van... Er zijn bepaalde vrouwen die huisvrouw willen zijn. Ja, als je dan huisvrouw wil zijn, dan zijn er, zeg maar, andere vrouwen die tegen jou gaan zeggen... Oh, je moet geen huisvrouw zijn. Maar vrouwen zijn niet leuk voor elkaar, hoor. Want als je werkt, is het je zorgt niet voor je kinderen. En als je voor je kinderen zorgt, is het ze werken. Begrijp wat ik bedoel, zeg maar. Dus ja. Er is altijd wel iets, zeg maar. Dus wanneer jij zeg maar zegt van ik ga zorgen voor mijn kinderen, ik ben gewoon... Ja, waarom laat je je moet vrouw zijn? We zijn in 2023, weet je veel. Al die bullshit. Maar ik vind gewoon dat iedereen moet doen waar ze zin in hebben. Als jij als vrouw voelt van ik wil gewoon huisvrouw zijn. Vind ik ook zeker. Gewoon huisvrouw zijn. Dus daarom vind ik ook, niet, als jij... Ik ga ook niet, sorry dat ik onderbreek, schat. Ik ga ook niet tegen iemand, tegen een mattie van mij zeggen die ik weet, hij moet gewoon werken voor een baas. Tegen hem zeggen, joh broer, ga ZZP. Werkgever, bro. Ga, werkgever. Of werkgever. Ja, toch. Ik ga dan ook niet tegen hem zeggen van, joh, ga werken, ga ZZP'er doen. Want ik weet dat jij gewoon, zeg maar, een guy bent die op die manier... Ja, het werkt voor jou. Het werkt voor jou. Als jij een vrouw bent of je niet meer dan je man, dan moet dat ook gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Waarom zou die man dat... Wat gaat er dan mis in je ego als je dat niet aan kan? Als je vrouw meer verdient dan jij? Want je bent toch een team? Als jij meer verdient dan dat zij doet, dan ga je haar toch ook... Dan ga je samen lekker... Het is niet zo van, ik heb een tas voor jou gekocht, nu moet je me pijpen. Lieverd, vergeef mij, maar zeg maar... Ik vind dat wel. Maar heeft het bij jou ook misschien het inkomensverschil? Want luister, als jij even bij zou spreken, een 50k per jaar verdient... Hij gaat punten scoren, hoor. Dit is die opbouw. Ik ga je gewoon iets vragen. Ik hoor wel wat hij zegt. Want ik bedoel, ligt het bij jou aan het volgende? Oké, jij verdient 50k en je vrouw verdient 60k. Vind je dat niet erg of is het dan ook? Nee, 60k is niet is cool. Precies, dus het gaat om het van verschil. Van die 10 doezoe gaan we gewoon, zeg maar, vakantie. Zijn we gewoon weer allebei even skeer. Of allebei even rijk. Gaan we gewoon door. Precies, maar het gaat bij jou om een immens verschil. Ik pak 50 doezoe en jij gaat, zeg maar... Je komt Kim Kardashian tegen, ze wordt helemaal verliefd op jou. Nee, ja, maar ze is ook niet jouw leen, dat is een andere leen, toch? Dat is ook, snap je? Maar dat wat maakt die leen uit? Kijk, voor dat betere leven, je bent gek. Ik zeg je eerlijk, Dan heb je een zieke ego wat jou zo in de weg gaat. Timer. Kijk, luister, dat is een hele andere leen. Dat zijn ook hele andere dingen. Ja, of je vindt Kim gewoon niet zo. Nee, maar ik heb echt, ik heb jou nodig in mijn leven, maar. Wie is je droomvrouw? Nee, maar zij verdient meer dan jij, dus kan dan niet, zeg maar. Nee, maar ze verdient meer dan mij, maar dat kan. Maar dat is een ander leven, Kjell. Dat is niet eens. Ja, dat is leuk. Ik heb ook bij een vrouw die meer verdient. Het ligt eraan wat ze wil doen, maar ik zou niet met een vrouw die bij zou spreken 10 miljoen per jaar verdient en elke week, weet ik veel, op een boot wil zitten. Ja. Nee, dat voel ze belt, ik niet. Maar je moet gewoon zitten. Je hoeft niet, ik hoef niet elke week op een boot te zitten. Luister je wel naar FMG of zo? Lekker bezig. Nee, maar kom op, ik hoef niet elke week op een boot over te zitten. Man. Over ik hou van mijn snackbar, snap je? Over boot gesproken. Je mag ook, neem mijn vriendin wel mee op het jacht. Over boot gesproken, je wordt samen wakker, je ligt samen op bed, je wordt samen wakker. Nu belt Jean-Pierre. Jean-Pierre is raar in een kan op de boot. Hé, hey, hoe is het? ze maken samen money. Yeah. Française. Stokbrood. Hé, hey, zie je, maar dit kan wel, hè? Nee, praat Nederlands. Deze is ook een beetje. Deze is ook shaky. We gaan door. Shaky, nee, bro, niemand vindt het erg, bro. Maar French blaming is oké, bro. Ja. Nee, ja. Ja. Kom op, man. Kom op, man. Je lacht elke dag om GDP. Zeg nou Jack, man. Jack neemt het helemaal op hier, man. Ja. Maar ik hoef niet elke week op Nee, maar oké. Okay, dus nu, jullie worden zitten samen... Zaken, jullie worden samen wakker. Zij hebben constant contact met mensen die ook die money maken. Ja? Ik ben een man, ik ben onzeker. Ik ga niet hier zitten tegen je en zeggen dat ik niet onzeker ben. Want dat is het probleem. Maar dan is dat het probleem. Ja, maar iedereen is onzeker. Ja, maar, nu gaat zij bellen met Jean-Pierre. Daarna gaat ze bellen met... Bill Gates. Iedereen is onzeker op een bepaald gebied. Nee, heb ik niet. En jij kijkt naar die niggas stijlen van... Ja, oké. En nu heeft ze gebeld, nu zegt ze... Volgende week, I'm going to meet Jean-Pierre, want ze praat alleen Engels ook, hè? Ze praat alleen Engels. I'm going to meet Jean-Pierre in Paris, so.
I don't know what you want to do. If you want to take the jet, you can go to Curaçao. You can go to Curaçao if you want to. Ja, dan ga je toch die jet naar Curaçao pakken en dan ga je naar Campo met je vrienden. Nou. Nee, maar kijk, nee, nee, nee. Is dat oprecht? Nee, maar kijk, welke mindset? Algemeen, dat kan ik me gewoon voorstellen, man. Kijk, als zij, dat is gewoon een hele andere tempo. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat je dan denkt van, je voelt je een beetje klein. Kijk, dat kan zo zijn. Dan passen jullie levens in elkaar. Ik snap echt wat je zegt, zeg maar. Dan pas je levens niet. Je vindt het kut om met jouw vrienden je verjaardag te vieren en dan moet je haar inner circle gaan uitnodigen. Denk je, dat gaat niet. Die twee werelden passen niet bij elkaar. Maar als je daar gewoon niet naar kijkt. Als je gewoon, zeg maar, jij denkt nu aan een miljardairsvrouw die op een boot zit en met allemaal zakenrelaties, maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee. Het kan ook je crush uit de buurt zijn, alleen zij verdient gewoon meer, omdat ze een hele hoge functie heeft, ergens wherever dan ook. En ik zou het wel tot een bepaalde, dus als je het dubbele van mij, dat is een max, denk ik. Ja, maar het gaat ook om een bepaalde money, toch? Maar waarom zijn we nog een beetje in de buurt, waarom denk is het dan meer... Ja, ik snap wel. Maar niks driedubbele, vierdubbele, vijfdubbele, zes. Want je contacten, zeg maar, je hele life, alles verandert. Nee, maar je leeft gewoon anders. Ik zou niet, zeg maar, dit gaat niet over om het feit dat je vrouw meer verdient. Daar ben ik helemaal cool mee. Sterker nog, 5 keer meer vind ik zelfs nog prima. Maar ik zou niet met een wifey willen gaan die 10 miljard heeft. Meer omdat ik zou zelf ook niet per se 10 miljard Nee, dat snap willen. Ik. Alleen, zeg maar, waarom is het, zeg maar, meer gevalideerd als een vrouw wel denkt van... Oké, ik ga met deze guy en hij heeft 40 miljoen en we zitten lekker op een boot en doen dit. Dat is dan allemaal... Dan zegt niemand van... Oké, best wel gaar van haar. Jawel. Nee, maar het is gewoon een leuke ervaring. Laten we ervan uitgaan dat het wel gewoon echt liefde is, snap je? Nee, maar je bent dan twee... is het niet van, ja, really? Dan kijkt niemand van die... Jawel, dat is niet waar, man. Maar als man is het soort van de ego van, je kan niet voor je vrouw zorgen. Ja, klopt. Zij kan maar zelf zorgen. Ja, maar vrouwen doen. Je kan toch nog steeds voor jezelf blijven zorgen? Je moet allebei voor jezelf kunnen zorgen. Ja, maar dit is toch gewoon haat die je altijd krijgt als iemand gewoon rijk is. Dit is toch, zeg maar, als een meid uit de buurt nu gewoon met een guy gaat die 40 miljoen pakt, is zij ook een gold digger. Klopt, maar ik heb het idee dat bij vrouwen een soort van meer is van, ze heeft voor een beter leven gekozen. En bij man is het nu van, ja... Ik kan echt niet verkroppen tegenover Jean-Pierre, dat hij dan denkt... Ik denk dat dat meer met een soort van ding te maken heeft dat jij meer vrouwen onderling spreekt en wij meer mannen of zo. Want bij mij is het meer... Ik weet niet, bij een guy is het meer een soort van... Ik zou meer denken bij die guy van, hij heeft zijn leven geregeld. En bij mij denk je eerder van gold digger, zeg maar. En jij hebt dat dan misschien andersom. Snap je? Nee, maar kijk, denk even zo. Laten we het even realistisch maken. Bijvoorbeeld, stel je voor inderdaad een man. Hij verdient gewoon een normale salaris. Laten we zeggen 2-3 duizend per maand, toch? Ja. En nu gaat hij met een miljonairs vrouwtje. Ze heeft een... Casual gewoon. Ja, toch? Ze heeft een Ferrari of zo. Laten we zo zeggen. Weet gewoon een Yusuf Ferrari. Ja. Om op jou in te haken. Nu gaat de motor kapot. Amal kan die motor niet eens betalen. Ja, zij toch? Nee, maar snap je? Als je het niet kan betalen, dan kom je... Nee, maar dan kom je... Ik weet welke takkie jij heeft. Het gaat om het gevoel. Want jij kan niet inspelen als haar man. Maar die weg is toch verzekerd? Ja, maar luister, het gaat niet... Nee, want kijk, nu doe je alsof je alleen die man bent als je die motor kan fixen. Maar nee, je bent die man als je haar kinderen daarna mee naar huis neemt. Nee, 100. Maar ik zet even gewoon even een fysieke situatie neer. Het kan een situatie zijn waarbij, hoe hij het zegt, dat je kan denken van... Ja, maar zij weet toch in welk verhaal ze stapt. Ze weet toch dat jij dat niet gaat maar kunnen doen. Is een gevoel. Maar dit komt ook gewoon voort vanuit onder andere genderrollen. Gewoon van de man is de... Ja, maar dit zit ook wel een beetje in ons. Maar dat zit in ons. Als ik met een miljardair ga en we staan langs de weg, want zijn Ferrari is kapot. Ja, moet ik me dan kut voelen dat ik... Dat is wat hij zegt. Je bent een vrouw. Waarom is dat andersom? Ja, maar ik ben helemaal met jou, Mo. Maar toch op het moment dat als ik nu, zeg maar... Stel, ik zou het nu even opfokken en ik wil even betalen bij de Albert Heijn en ik heb geen saldo. Ik zou nooit mijn wifey bellen en zeggen, joh, ik heb geen saldo. Kun je me even helpen? Ja. Ik ben wel bang, man. Help me alsjeblieft, want ik wil echt niet weten dat ik skeer ben. Ja, ik denk dat een soort van mannelijkheid is die in stand gehouden wordt door dat iedereen Ik ga draaien naar jou, ja? Oké, stel je voor, ik zeg tegen jou van, oké, we kunnen in een relatie gaan, maar ik heb al iemand die voor mij kookt. Ja. Ik heb al iemand die voor mij strijkt. Mogen dat niet erg, man? Nee, dan ben ik fucking blij. Ja. Dan ben ik juist met je gaan. Serieus? Als jij al vrouw hebt die voor je kookt en je was... Verkeerde voorbeeld, ja? Nee, ja, verkeerde persoon blijkt. Mo is zeg maar... Ik weet wat jij zoekt, 90% van de vrouwen zouden bedoel, ja, 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 ik snap, omdat sommige... Laat me zeggen, sommige vrouwen die gevoel van... Je wilt dingen doen. Oh, je wil de koffer van je man inpakken. Dan ben je gek.
Nee. Nee, toch? Maar er zijn sommige vrouwen die hun vrouwelijkheid daarin... Ben je niet zo? Nee. Maar maak je geen broodjes ochtends? Nee, fijn, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Maak je geen broodjes ochtends? Maak je geen broodjes? Als ik een broodje voor mezelf maak en ik heb ook zin om voor jou een broodje te maken, dan ga ik een ei voor je pakken. Jij gaat een broodje voor haar maken, hoor. Monica, ik heb een vraag voor je. Ik heb een vraag voor je. Twee vragen. Avocado en zo, ja. Kalm, avocado op een cracker. Mo, maak je geen broodjes? Ben je geen lieve vrouw? Ik maak wel broodjes, maar gewoon omdat ik denk van, nou, we hebben een gezellige avond. We gaan broodjes maken, net hoe hij ook een broodje voor mij kan maken. Ja, daar hoor je het al. Ik ga niet een. Laatst was er een vriendin van mij, die ging mij een outfit strijken. En ze vroeg aan mijn vriend, zal ik je overhemd ook even doen? Zei hij, nou, je hebt al meer voor me gestreken dan Mo ooit heeft gedaan. Okay. Maar dan denk ik, van, ja, jij hebt ook nog nooit mijn pyjama gestreken. Goddamn, het is gewoon, het is toch gewoon gelijk. Maar even tussen de strijken en je pyjama's? Dat is wel gewoon... Maar we zijn echt tegen Polen. We zijn echt tegen Polen. Nee, maar... Stel even die vraag. Wat wil ik ook weer vragen? Waar vindt zij de vrouwelijkheid? Oh ja, dat wil ik. Waar vind jij je vrouwelijkheid in? Want sommigen vinden het juist in van, hé, als ik dit doe, dan voel ik mij echt. Ja. Op en juist, top. Ja. Vrouw, snap je? En jij hebt dat misschien in andere dingen. Ik voel me vrouw als ik me lekker heb klaargemaakt, we gaan uit eten en ik zie hem naar me kijken van, ja, ik vind je mooi. Je ziet er goed uit. Ja, dan denk ik, nou, dan voel ik me vrouwelijk. Ben jij een, nou, zo te horen niet, maar ben jij een zorgzaam type? Of misschien op andere manieren? Man. Zeker, ik ben wel echt een zorgzaam type. Het is niet dat ik weiger een broodje te smeren voor mijn man. Alleen het is niet van, ik ga dat doen want ik ben de vrouw. Of ik doe de was want ik ben de vrouw. Maar niet eens als ik ben de vrouw, maar op welke manier ben jij? We doen allebei onze eigen was. Ik wil niet dat ik jou... Doe je eigen was, hè? Ja? Allebei jullie eigen was? Gewoon gescheiden gewoon. Dat is wel kinderen. Ja, is niet raar, maar ik vind het wel kinderen. Met je kinderen. Ik ben benieuwd. Ja, maar wij hebben aparte wasmanden. Ik wil je nog meer vragen. Maar, ik zei het tegen je, je gaat helemaal geen ontbijt krijgen. Maar ik wil je met meer vragen. Oké, jullie hebben dus mijn wasman zit veel voller, hè. Die van hem is altijd clean en schoon. En met de kids? Ja. Doen we 50-50 ook. En mijn kind om de dag. Wat is mis met 50? Het kind dat wij samen opvoeden is niet van hem. Ja, zij heeft geen apart. Maar oké, kijk. Dus oké, je bent dus... Maar op welke vlakken ben jij een zorgzaam type? Vind jij jezelf? Ik vind wel... Ik ben wel een lieve vrouw. Zeg maar, het is niet dat ik zeg van, ik ga jouw was niet doen, daarom. Nee, hij heeft allemaal van die kashmiren truitjes. Ja, als ik dat verneuk, dan is hij boos op mij. Andersom ook. Als hij mijn leuke crop top gaat verneuken, dan ik doe het liever zelf. Ja, maar terug naar de vraag. Op welke vlakken ben jij een zorgzaam type? Wat is een zorgzaam type? Wat is één ding waar jij altijd voor zorgt? Voor hem. Ja, altijd voor zorg. Ja, maar dat is het ding juist, denk ik. Ik fix zijn leven niet, maar hij de mijne niet. Mo, je klinkt niet als een zorgzaam type. Maar juist, zij is zeg maar... Zijn dat jouw vriendinnen? Wie is vriendinnen? Zijn dat jouw vriendinnen? Hij moet gewoon gebeuren. Nee. Jouw manager zit daar, hè? Wat doet ze? Wat is zorgzaam? Waar is ze echt zorgzaam in? Nodig hebt, dan is zij er. Ja, dat wou ik ook zeggen. Maar ze is meer een gangster. Mo is niet iemand. Haar hele ding en haar hele story die ze probeert uit te leggen is, zij gaat niet buiten proportie iets voor jou doen. Dus zij gaat niet elke dag jouw ontbijt maken. Ze gaat als jij aan mij vraagt, schat, ik hoe wil je mijn ontbijt maken? Natuurlijk ga ik het doen. Maar als ik een afspraak met Mo heb, is ze er altijd, is ze op tijd, doet ze de ding. Ik hoef nooit iets voor haar te doen, ik hoef nooit iets extra's te doen. Ze is altijd daar, snap je wat ik bedoel? Dat vind ik ook. Maar, weet je, zorgzaam is misschien niet het perfecte woord, maar wel betrouwbaar en gewoon, je kan op haar bouwen. Weet je wat het ook is trouwens? Want dat is ook weer een ding. Het ligt er ook aan, jullie kennen je toch de love languages, je liefdestaal. Geloof je daarin? Geloof je erin? Het is... Laat me niet die kant op gaan. Ik vind die love language echt zo'n clubhouse. Luister. Nee, ik weet niet wat dit betekent. Het is gewoon een simpele rekensom, toch? Jij bent iemand die van cadeautjes houdt. Daar word je gelukkig van. Maar ik geef jou quality time. En je wordt daar niet gelukkig van. Dat zijn die liefdestalen, toch? Als jij van quality time houdt en ik shower jou met gifts en dat maakt je niet gelukkig. Oké, dat is een goede discussie. Oké, cool. Ja. Dus nu, jij bent zeg maar, wat je zegt toch? Jij houdt van cadeautjes toch? Dus nu geef jou een jaar lang cadeautjes. Ja. Op een gegeven moment hou je niet meer van cadeautjes toch? Dat is normaal voor jou. Je hebt mensen die echt gelukkig worden van cadeautjes. Nee, hoeft niet. Maar het hoeft niet. Na je 100ste cadeautje ben je nog gelukkig. Nee, kan wel, het hoeft niet. Als je begint met een dropje en je eindigt met een AP, dan ben ik nog wel blij. Als je bouwt, het moet wel gaan bouwen. Maar kijk, sommige mensen... Oké, maar wacht. Mag ik wat zeggen? Nu heb je al die cadeautjes gekocht.
Maar je ziet niet eerder hoe je partner die cadeautjes aan heeft. Of iets in die richting. Wat? Dus je hebt al die cadeautjes. Je hebt die cadeautjes. Nee, nee, ik bedoel, maar wat was de. Waarom? Jij praat over cadeautjes. Ja, ja? Ik zeg bijvoorbeeld, nu heb je al die cadeautjes gekocht. Mm-hmm. Maar je geniet niet van hoe jouw partner die cadeautjes aan heeft. Hij zegt eigenlijk nu, hij heeft één keer cadeautjes gekocht aan de cadeautjes. Nee, dat zeg ik niet. Oh. Je bedoelt, maar heb je er nu over, zeg maar, een soort van: je bent een miljardair en je stuurt gewoon. Nee, jullie spraken over een stukje van tijd en energie. Ja? Of 100 cadeautjes. Bijvoorbeeld, toch? Ja. Ja? Ik zeg, nu koop je al die cadeautjes, mm-hmm. een jaar lang. Maar een jaar lang zie jij niet hoe ze die Louis Baga draagt. Hoe ze die pols omdoet. Je bent er niet om, niet eens om een vrouw gaat loezen bij je gaan. Dat is waar. Ja, je bedoelt gewoon, je moet die aandacht altijd blijven geven. Ja. Het gaat niet om. Dat bedoel je, ja. Die cadeautjes en zo, dat zijn allemaal kerstballetjes. Je moet die vrouw het gevoel geven dat jij voor haar gaat en niet voor, Een vrouw moet zich gewaardeerd voelen. Ja. Nee, kijk, dat sowieso. Maar iedereen heeft, ik geloof wel in die liefdestalen. Maar het is gewoon van, physical touch bijvoorbeeld is eentje. Sommige mensen houden echt van een knuffel, aanraking. Sommige mensen weer helemaal niet. Dus als jij niet weet... Dat geloof ik. Kijk, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik, toch? Dat je een love language hebt, zeg maar, in een bepaalde fase van jouw leven, geloof ik. Maar wanneer, zeg maar, als jij nu van money houdt, toch? Ja. En ik geef jou nu 10 miljoen, hou je nog steeds van money dan? Denk het wel, man, ik bro. Wel. Ja. Ik denk dat je die volgende 10 ook wel hebben, man. Maar bro, op een gegeven moment heb je alles gekocht wat je wil kopen, zeg maar. Maar het gaat er niet om kopen, het gaat erom... Kijk, het is net als wat hij zei bijvoorbeeld met knuffel of zo. Dat verlies je niet, bro. Al krijg ik miljoen knuffels. Precies. Vind ik gewoon traag. Ja, maar dat is wel iets anders dan money, toch? Kijk, knuffels is cool, toch? Ja. Nu moet jij voor jouw Junta knuffels. Nu moet jij 8 uur per dag knuffelen. Vind je dat knuffelen nog steeds leuk? Maar dat bedoel ik met jou. Dus zeg maar, nu weet jij, zeg maar, het is niet meer spannend. Het is niet meer, hij gaat me verrassen vanavond. Nee, je weet al, hij gaat vandaag komen. Hij gaat je neuken. Hij gaat jou een loei bakken. Niet jou. Dat is een knuffel, man. Ik geef je een voorbeeld, zeg maar, van een vrouw, toch? Een vrouw die love language cadeautjes, toch? Zij gaat langskomen, hij gaat jou neuken, hij gaat jou een cadeautje geven en dan gaat hij weer door. Op een gegeven moment is dat toch een soort van play-out. Nee, maar kijk, jij vertelt het nu ook op zeg maar, een structurele manier. Ja, maar misschien, dat hoort het uiteindelijk. Nee, maar wat hij zegt, kijk, misschien zijn houdt van cadeautjes. Ik wil niet zeggen dat je elke dag cadeautjes krijgt. Bro. Ja, maar daar hadden we het over, toch? Nee, maar hij dat zegt helemaal niet. Hij zei letterlijk als je een jaar lang elke dag cadeautjes krijgt. Nee, maar we kunnen praten over aanraken. Oké, jij vindt het leuk zeg maar, om op de bank te zitten en Netflix te kijken elke keer. Zeg maar. Oké, is goed. Nu hebben we heel koude Netflix gekeken na een jaar. Ja, maar kijk, love language. Wat gaan we kijken? Gaan bro, love language is niet structureel, bro. Luister. Het is niet structureel. Jij weet gewoon, en je kan het ook bij Matties toepassen. Jij weet misschien van, als je met een biertje komt bij deze Mattie, wordt hij echt gelukkig. Die andere Mattie, als je hem rozen geeft, wordt hij echt gelukkig. Ja. Dus je handelt naar wat diegene nice vindt, toch? Ja. Ook jouw maar dat dame verandert. Bijvoorbeeld. Dat verandert. Ja, het verandert. Dat verandert constant. Natuurlijk verandert het. Dat is wat ik probeer te drukken, is, zeg maar, wat zijn mensen? En mensen gaan door fases. Mensen hebben, zeg maar, door een bepaalde film, door een bepaalde pokoe, door een bepaalde gebeurtenis in die persoon zijn lijf, is die persoon nu, zeg maar, ik hou nu van affection. Ik hou nu van, we moeten kroelen. Je weet toch? door een bepaalde tory in haar lijf, een nigger heeft haar zomaar een cadeautje gegeven. Oh, nee, ik vind cadeautjes leuk. Oh, nee, ik wil cadeautjes. Zeg maar, soms weten mensen niet eens wat ze willen, bro. Nee, dat is ook zo. Nee, maar dat snap ik. Maar wat heeft dat eigenlijk met... Nou, maar als we teruggaan naar het punt, betreft die liefdestalen. Ik ben gaan plassen, maar ik weet... Maar waarom zijn die liefdestalen dan niet echt? Omdat het kan veranderen. Daarom moet je niet. Nee, maar bro, alles kan veranderen. Maar bro, bijvoorbeeld, het is niet nep, maar ik denk dat je wel rekening moet houden dat het verandert. Tuurlijk, maar dat is een hele leven toch? Ja, maar zomaar hebben we deze discussie dus. Nee, ja, precies. Maar ik wil alleen maar dat jij snapt dat als jij iemand nu van cadeautjes houdt, dat jij niet zeg maar heel 40 jaar cadeautjes moet geven. Nee, toch, maar... Na een jaartje of na 6 maanden of na whatever wil die persoon misschien juist... Maar liefde is ook een beetje studie toch? Zo zie ik het tenminste. Een beetje studie toch? Maar weet je wanneer die 40 jaar cadeautjes sens maken? Op het moment dat jij ook de tijd aandacht en liefde geeft. Dan is die cadeautjes voor speciale. Snap je? Ja, je kan iemand een ring geven, leuk, bedankt. Maar ik zie je nooit. Maar als je een ring krijgt van iemand waar je heel veel herinneringen mee hebt. Snap je? En het gaat daarna uit, dan leg je misschien nog waarde aan die ring, wat emotionele waarde heeft. In plaats van dat maakt het. Ja, maar als je elke dag een ring krijgt, gaat die ring wel wennen na een tijdje. Maar dat zijn jullie plakken dat structurele er tegenaan. Dat gaat het niet per se om. Dat bedoel ik. Dat is helemaal niet. Waar we heel simpel gezegd, alles wat structureel is, 9 van de 10 keer wendt. Dat is daar niet gelijk in. Dus dan wat je zegt, dan kan het makkelijk zo zijn dat na een bepaalde periode dat gewoon niet meer interessant is. Zoals hits maken, bro. Hits maken niet voor jou.
dan, zeg maar? Dat bedoelde ik, normaal. Zeg maar, van iets kleins. Stel normaal zelfs, voor jou? Stel, normaal. Doe je nog je best in de studio? Nee, maar ik ben... Ja. Zijn intuïties zijn nee, man. Ja, ik heb... We hebben niet eens een shotje gedronken. Ja. En ik heb al dit. Maar... Heb jij een shotje gedronken? Ik zei, we hebben niet eens een shotje. Oh. Je hebt dan toe bier is gedronken. Ja, doe even shotjes inschenken dan. Zorgzame vrouw. Maar... God, ik ga voor jullie allemaal mannen. Jullie big dick energy en shotjes inschenken. Nee, maar ik heb... Pas op. Deze is voor jou. Ja, lekker. Skip deze takje ook, man. We zijn te dieper in. Ja. We zijn te ver gegaan, waar het begon, Nee, we zijn te diep. Nee, maar waar het begon was, zeg maar, of we naar Temptation zouden gaan. Ja. Dus zeg maar, oké. Fuck of je zo gaan of niet zou gaan, toch? Ik ga niet gaan, bro. Ik vind het concept wel interessant, hoor. Zou je niet gaan? Maar, zou je een week stijgen voor... Van USA zou ik gaan, trouwens. Wat was de vraag? De vraag is, nee, ik ga nu de vraag stellen. De vraag is, zeg maar, fuck of je zou gaan of niet zou gaan. Ja, doe gewoon alsof je zou gaan. Maar stel je, kunnen jullie, zeg maar, een week in een oosten zijn, op zo'n eiland, of in zo'n klimaat, en dan zeg maar niet wiepen in weken. Stel ja, dan, tuurlijk. Maar is dat moeilijk? Dat is toch niet moeilijk? Ja, kachel, man. Is dat een struggle voor jou? Je hebt issues, man. Kachel, man. Bro, ik vraag, nee, het is geen struggle, maar het is gewoon een vraag. Dat is een psychologische 100% story, dit, man. Wat een week niet wiepen, zeg maar, in een soort van tropisch mooie... Bandi, laten we makkelijk maken. Wat is het lastige? Laten we heel makkelijk maken. Al die bitches zijn lelijk. Ga je het niet verhouden? Ik zeg je eerlijk. Als je gewoon geil bent, ben je gewoon geil. Ik geef jou drie shotjes heen, zeg maar, dan ga je anders praten. Nee, maar bro, echt. Ik ken zulke niggas. Mannen praten altijd zo. Luister, ik praat niet over... Ik praat echt over, in jouw optiek, lelijk. Bro, nee. Nu ga ik... Maar nu dit is Temptation rookworst. Ja, toch? Ja, toch? Dus Bonnie gaat zelf naar Colo. Bonnie gaat zelf rare scouten. Ik kom met rare Nicki Minaj. Ik kom met een paar Halle Berry. Ik kom met een paar... Lauren London. Ik kom met een paar dingen die je, zeg maar, moe maken, zeg maar. Ze gaan je echt... Ja, ze blijven op je uit. Ze blijven op je ja, maar uit. Maar dan is het moeilijk, toch? Dat kan ik me voorstellen. Dat is moeilijk. Ik wel, man. Tuurlijk ik wel, man. Als je bro, je hebt toch trots. Bro. Camera's zijn op jou, alles. Bro, ik zeg je eerlijk... Jullie praten nu zo. Nee, bro. Voor mij is het simpel, hè. Ik snap waar jij bent. Wat ik al ben is... Dat wat je ziet is niet normaal. Snap wat ik bedoel? Het is niet normaal dat jij op een plek bent en bijvoorbeeld 7 lekkere pepers zijn dagelijks op je huid. Mensen die zeggen, ik ga Temptation met 2 vingers in mijn neus halen, dat is gewoon onzin. Wat zeg je? Mensen die zeggen, ik ga Temptation met 2 vingers in mijn neus halen, is onzin. Wat je ziet op tv, is misschien dat je denkt, ik zou die chick nooit palen. Nee, oké, jij misschien niet. Maar als jij daar zit en je hebt 10 lekkere wijven om je heen waar jij van houdt, die jou leuk vinden, die je de hele dag aandacht... Ik kan me voorstellen. Je zit bij het 100. Kampvuur en je ziet dat je chick, die staat heel blij te doen met een gozer waar jij denkt, je gaat niet met hem. Want dan trap je me echt in mijn ego. Ja, maar dan wat ga jij niet mee. Ja, maar ik zeg je eerlijk, nee, wat ik sowieso vind bij Temptation is van, oké, je weet waar je aan meedoet. Je weet helemaal hoe het in elkaar zit. En toch heb je laten piepen door bepaalde... Ja, maar je bent ook een mens met gevoel, dus je ziet ook leuke meiden. Wat is jouw favoriete Temptation moment? Heb je eentje? Pfff, moet ik even nadenken. Mijn favoriete Temptation moment. Maar je bent toch ook een typetje als je meedoet aan die shit? Wat zeg je? Dat bedoel ik, ja. Wow, die mensen die meedoen aan die shit zijn toch niet daar om uit te vinden... Wow, als jij gelooft dat... Wacht even. Als jij gelooft dat Temptation jouw relatie... gaat redden of gaat definiëren van dit is een gezonde relatie, dan... Nee. Sorry. Nee, dan wij zijn geen vrienden. 100. Ik snap dat, ja. Daar ben ik het ook mee eens, bro. Dat is wat jij vindt dat je gaat... Dat gaat jou redden, gewoon. Nee, maar zeg maar, het is wel een test. Het is een test. Daarom zeg ik van, het zal niet mijn mo zijn om even terug te komen op je moment. Ik heb geen goed moment in mijn hoofd, maar welke ik wel leuk vond, toen die white guy naar Orfeo kwam en zei, ik heb je meisje gezien, hè? Dikke akka, veel grip. dat ik denk van, bro, en dan gaat je meisje toch in op die guy. Op die niet guy! Dat doet pijn. Ja, want hij zegt iets over jij, dit kan je echt niet zeggen. En, jij nog in je hoofd van, no, mijn wijf, je gaat niet pikken. Deze guy, Iedereen is anders. Het ene stel vindt monogamie ook een hele andere prioriteit dan de ander. En die heeft weer op een andere manier respect hoogstaan in die relatie. Ik heb wel een vraag voor jou. Maar... Voor een guy staat het bij jou, wat zou je doen? Zou je dat wordt die chickie doen? Bro, ik ben waar hij is. Ik zeg van, kijk, bij mij, want daar vroeg ik net van, als die pepers lelijk zijn,
laat me terug. Nee, maar daarom zeg ik, Paper Lady, bij mij 100, twee vingers in mijn neus. Maar dat ben ik. Als ik je niet voel, voel ik je niet. Maar wat hij zegt, nu Nicki Minaj, noem het maar op de pub, is een andere tory. En ze zijn op huid, dagelijks. Wat zou je het doen? Is moeilijk, ik weet niet. Ja, maar je kan niet voor zeggen dat je het 100% niet zeggen of het zo is. Ja, maar je kan wel gewoon sterker voor staan en zeggen, ja, dat ga ik eigenlijk niet doen. Ja, toch? Maar mannen als Defano willen zeggen, ga niet. En kijk, ik ben met jou. Je gaat een elf van op tv, wat je ook doet, je verliest. Nee, man. Nee, maar kijk, ik verlies je ook. In Nederland voel ik gewoon niet, die USA... Ik zou meedoen. Ik wil jou zien, dag 4. Op huid, hè? Dag 4. Dag 40. Die vind ik echt een experiment ook. Het duurt ook 4 weken, hè? 4 toppers. Ik weet, je hebt dingen. Ik weet niet of ik het wel of niet zo kan zeggen. Ik heb echt geen moeite, man. Echt niet. Oké, maar gewoon 4 vrouwen waar je denkt van, ai. 4 vrouwen. Nee, maar Julien is echt de meest principiële gozer die ik ken. Luister dan. Mij ga je echt niet pakken, bro. Jij gaat hem echt niet pakken. Deze jongens gaan het ook over mij vertellen, weet je toch? Maar... Weet je wat ik doe? Ik download Football Manager 22, krap mijn iPhone hele week. Broer, geef mo. Dat mag dus niet. Geef voorna. Oh, je mag geen telefoon. Broer, nee, je bent gewoon real life. Ga je toch gewoon bellen? Ik ga baantje zwemmen, man. Ik ben daar. Ik kom fit terug. Ik stop met roken, zeg maar, die week. Mo. Vertel even één ding over Jack wat niemand weet. Vertel wel iets gewoon. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk? Dat is een goede vraag. Denk iets over haar, hè, ook. Iets over jou dat niemand weet. Of dat mensen wel weten, maar uitvergroot mag worden. Nou, ik denk dat mensen niet weten dat jij best wel een mentale guy bent. Psychisch. Is psychisch. Mentale guy? Dat is een mentale nou ja, guy. Gewoon, hij zit wel echt heel erg... soort van, je bent wel heel erg... of je hebt heel veel gestruggeld met je mentale gestel. Wel als dat je weet wel echt. Dat heeft hij. Ja? Ja, dat heeft hij vaak gezegd. Van de 200 interviews in mijn leven, dat 199 daarover zijn gegaan. Maar ik kijk dan misschien je interviews per se. Of, nee, maar jij bent wel echt op een dwangneurotisch niveau. Jij scheurde je sigaretten af voor de helft, omdat je bang was dat het anders dat er iets in zat. Ja, maar dit heeft hij verteld. Maar ik ben ook gewoon benieuwd van, misschien wel iets wat mensen weten, maar wat gewoon uitvergroot mag worden. Zoals jij net zei van, zij staat altijd zo voor mensen klaar. Eigenlijk precies ook wel. Wat? Dat je als iemand jou nodig heeft, dat je daar wel bent. Nou, tenzij, als je in de inner circle zit. Mensen met talent. Ja, maar als je bij mij erin bent, ben je wat is dit voor kerk, man? Jezelf niet voor, man. Waarom, lig jezelf niet zomaar voor, bro. Wat zei je? Bro, deze man, hij chillt. Hij zegt gewoon, iedereen met talent komt laat. Broer, slapen, man. Nee, ik zeg, mensen met talent komen vaak te laat. Creatieve mind zijn vaak te laat. Nee, maar het is wel waar. Maar het enige talent. Ik ben niet op te laat komen. Vandaag was ik gewoon maar je bent laat. Op tijd hier. Ik vraag nee, je nee, niet. Nee, ik kom daar. Wacht. Dit is een hele goede vraag, man. Defano, zou je jezelf zeg maar een nigger zeg maar noemen met talent? Of zou je jezelf een nigger noemen met doorzettingsvermogen en... Messi of Ronaldo. Wilskracht. Oh, ja. Ik heb heel veel talent. Ja. Ja, ik heb talenten. Ja. Ik heb wel talent, man. Ik vind jou wel meer Ronaldo dan een Messi, zeg maar. Ik ben sowieso meer Ronaldo fan. Dat ja, maar ook. Ik vind jou ook meer een, zeg maar, meer een... Doorzettingsvermogen. Ja, dat klinkt altijd vijand tegen Nee, ik waardeer dat misschien meer dan talent, zeg maar. Nee, maar, ik vind jou meer een hosselaar dan een guy die soort van alles in zijn voet heeft geworpen, want je kan het. Nee, maar... Als je talent hebt, betekent dat niet dat je alles in je voeten krijgt geworpen. Vind jij dat... Of wat voor type ben jij? Sorry. Wat voor type vind jij jezelf? Ik vind mezelf 100% Ronaldo, man. Maar je hebt wel talent. Geloof ik niet echt in. Oh, je gelooft niet in talent? Jawel, maar ik geloof niet dat Nee, maar ik Messi heb. Is gewoon natuur talent. Ik heb vaker dat mensen tegen je zeggen van, je hebt geluk. Want je hebt ja, maar jij kan toch iets wat heel veel andere mensen niet kunnen? Ik kon dat niet. Maar kijk, dan heb jij het nu echt over van, jij hebt het nu over van Messi, je wordt geboren en je bent meteen, dat bedoel jij. Het is al bepaald vanaf kleins af aan, jij gaat dit doen. Ik was best amatties met Ronnie. Iedereen, we woonden samen in één huis. We hadden nog nooit de pokoe gemaakt. Hun wilden niet op mijn beats rappen. Het is niet alsof het, zeg maar, lauw was. Ja, maar dat snap ik. Maar je hebt wel talent. Nee, bro. Die beats waren kut, bro. Ik heb hard gewerkt, bro. Nee, maar kijk, dat snap ik. Maar kijk, dat je iets hebt ontwikkeld, betekent niet dat het geen talent is. Ja, vind ik ook, man. Jij hebt je talent ontwikkeld. Jij hebt het nu over, je wordt geboren, je maakt meteen beats als baby. Nee, Messi ook niet. Ik vergelijk mezelf met Ronnie. Ik vind Ronnie een guy die talent heeft. Oké, ik snap wat je bedoelt. Gewoon met alle liefde en alle respect voor hem, met zijn manier van leven en gedrag en persoon en alles,
Als hij geen talent had, was het heel moeilijk geworden. Ik vind Ronnie ook een goede voorbeeld van talent, zeg maar. Waarom? Omdat Ronnie ook echt één ding kan. Ik denk dat mensen met talent... Ja, toch? Ik denk dat mensen met talent, zeg maar, echt goed zijn in één ding. Ik vind hebben gewoon hun passie gevonden en zijn daarin doorgegaan. Ik denk dat ik ook niet, zeg maar... Ik wil heel graag een Messi zijn, maar ik ben geen Messi. Jij bent wel een beetje Messi, man. Ik zou mezelf niet... Ik wil het echt heel graag zijn, maar ik zal mezelf uiteindelijk... Ik ben ook podcast aan het doen nu, zeg maar, bro. Ja, maar bro, ik kan me ook aanpassen aan dingen, zeg maar. Begrijp wat ik bedoel? Misschien is dat mijn talent, zeg maar. Begrijp wat ik bedoel? Maar niet per se, zeg maar, dat je kan zeggen van... Oh, deze nigger gaat... Bij mij is het gewoon puur, begrijp ik bedoel? Ik had leerplicht, bij mij is het gewoon puur... Ik moest kiezen. Ik moest, zeg maar, een opleiding doen en ik kon, zeg maar, nergens... Ik had, zeg maar, niet de gradaties om een opleiding te doen, zeg maar, want ik had school niet afgemaakt. En toen werd ik aangenomen op een soort tekenschool en op een soort muziekschool. En daarop heb ik mijn keuze gebaseerd. Gewoon tanto stoont. Vroeger, dat was gewoon, oké, je gaat pokoe maken. Toen kwam ik in de klas bij Ronnie en zo. Zeg maar, daar is het voor mij... Snap ja, maar oké, en dat is weer, zeg maar, een stukje dat dan weer God komt kijken. Om dat vind jij, maar oké, dat snap ik. Maar geloof ik. Dan. Maar wat is de maatstaf? Ja, ergens, gewoon, ik ook. Hoor. Sommige dingen moeten ook zo lopen, zeg maar. Je geloof niet in toeval. Nee, maar wat is de maatstaf dan? Ik geloof niet in de maatstaf. Ik denk de maatstaf is, zeg maar, als je gewoon goed bent in één tori. Ja, maar ik was dan niet bij echt talent. Ding. Dan heb je talent voor één tori. Nee, man. Denk ik. Waarom ja. Nee, man? Nee, ik heb dit ook altijd gedacht. Ik heb altijd gezegd, ik haat mezelf dat ik niet echt een talent heb. Ik zou heel graag piano willen kunnen spelen of een tastbaar talent hebben. Maar eigenlijk de laatste jaren heb ik gewoon ingezien. Ik heb een talent voor inzicht. Ik weet wat ik goed kan. Ik weet precies op welk moment ik moet inzicht. Ik heb wel heel veel talent. Maar ik heb altijd gedacht van, ja, je hebt ooit die kamer. Dan ga je een beetje zo neerbuigend over jezelf praten. Wij zijn gewoon slimmer. Wij zijn niet slimmer, wil ik ook niet zeggen. Wie is wij? Wij. Want ik de talentlozen. Ik denk dat wij allemaal aan deze tafel niet per se, zeg maar, talent mensen zijn. Zeg maar. Want ik zeg, Ronnie is een talent. De definitie van talent moet even Messi gewoon... is een talent. Waarom is Messi een talent? Omdat Messi niet weet dat hij zijn moeder op kerst moet zeggen, fijne kerstdag. Hij weet alleen maar hoe hij die bal ja, maar je bent niet alleen een talent als je een artiest bent. Ben je toch niet... Maar kijk, voor hetzelfde geld... Het is een lastige discussie, man. Voor hetzelfde geld kan die man nu super eng tekenen. Architect niet voor alles. Je weet maar nooit. Dat weten wij gewoon niet. Messi. Is Virgil Abloh, zeg maar, niet zo'n guy die, zeg maar... Kanye. Kanye is toch de definitie van een talent? 100%. Ja, maar als ik nu 100%. Dan ben ik het niet met jou 100%, man. En Kanye maar, kan kleding hij is gewoon zo'n genius, en ja. En hij is een genie. Kijk, Kanye heeft wel, zeg maar, dingen gedaan in een bepaalde branche, zeg maar, in dezelfde branche, zeg maar. Dus dat zou je, zeg maar, een talent niet per se. Noemen. Kanye heeft de hele directing achter is Skims DJ, bedacht. DJ, is gewoon simpel zeggen, alles wat hij Kanye doet, is wel echt, laten we die twee branchen nemen. Als muziek, als muziek en fashion. Hebben, ja, dan is hij het wel. Klikt, maar allebei top. Het klikt. Ja, het zijn wel perfecte soort van voorbeelden. Het klikt wel. En Virgil was Kanye zijn DJ, kill. Maar zijn jullie van mening dat je twee talenten kan hebben? Ik denk het wel, man. Tuurlijk. Maar kan je maar dan echt drie kan hebben uitblinken in twee talenten? Kan denk ook. Ik ook, man. Ja, als je heel goed bent in één sport, kan je drie andere sporten... Geef me een voorbeeld van iemand. Nou, je hebt veel voetballers, die kunnen ook fucking goed padellen, maar die kunnen ook heel goed golfen. Dat is gewoon, ja, dan heb je een bepaald balgevoel of talent voor sport, beweging. Bewezen, zeg maar. Niet voor de fun met je matties. Ja, gaan we het Guinness World... Ja, maar daarom vroeg ik dus die maatstaf. Snap je? Want bij ballie is makkelijk. Bij pro of hoogste niveau, dat weet je. Dat is de maatstaf. Maar met muziek bijvoorbeeld is dat moeilijk. Kunnen we nu iemand opnoemen die, zeg maar, in twee sporten of twee verschillende dingen... Ja, maar de tijd in het leven heb je niet om Usain Bolt, hij was ook ballyman. Hij was ook gaande Ibra, heeft zwarte band, karate. Maar hij kon niet zo goed voetballen, man. Nee, kijk, die Usain Bolt, die neem je niet serieus. Die niveau was zwart. Ja, die niveau was zwart. Maar Ibra... Broer, er zijn genoeg zwarte band, karate, joh. Je hebt nog een keer. Wie was het? Volgens mij is Ibra niet die keer. Ibra heeft karate. Kon hij ook een carrière hebben? Heeft hij geskipt? Oké, heeft hij geskipt, maar hij heeft, zeg maar, niet. Begrijp wat ik bedoel? Ja, dus maar live. Ik geloof dat live, zeg maar, dat je een talent ook moet ontwikkelen. Oké, Kraantje Papi. Kan. Dat? Ja, judo. Wat doet hij? Hij was tante goed in judo, daarna is hij pokoe gaan maken. Ja, maar hij is niet Nederlands kampioen geworden in judo. Nee, maar dat is wat hij zegt. Je moet wel echt. Het moet uitblinken in beide maar die gevallen. Tijd is er. Ja, maar die zijn er gewoon nog op. Dat is waar ik heen wil. Nee, heeft hij bijvoorbeeld kampioenschappen gewonnen of zo? Dat bedoelt hij. Je moet keuzes maken. En je moet keuzes maken. Die keuze kan gebaseerd zijn op wat is mijn passie. Of wat moet van mijn ouders. Of inderdaad, ik ben stoot. Ik ga iemand opnoemen. Quincy Promes. Nee. Vind ik ook hard. Hij is afgeleid. Sorry. Ik heb bijvoorbeeld Kevin Hart. Hij maakt pokoes.
Ja, maar die pokoes... Luister, je zijn pokoes. Nee, maar luister. Luister, je zijn pokoes. Wacht. Hij is cabaretier. Ja. Maar hij speelt ook in films. Ja, maar kijk. Dat vind ik moeilijk. Nee, dat vind ik moeilijk. Jamie Foxx. Jamie Foxx. Klaar, man. Jamie Foxx. Jamie Foxx. Wat doe je, man? Bro, top acteur. Nee, wat kijk. Jamie Foxx. Top acteur. Top zanger. Nee, man. Kijk, weet je wat het is? Voor mij is hij acteur. Als je op een gegeven moment bereik hebt... Nee, bro. Dus jij zegt net tegen mij, wil je geen liedjes uitbrengen? Ja, als ik dat nu ga doen, terwijl dat is niet mijn passie, dat kan ik niet eens, soort van. En dan ga ik dat doen en dan waarschijnlijk zal het wel plays of views halen, whatever. Maar dat is dan toch niet mijn talent. Top 40 sowieso. Weet je wat ik sowieso al... kijk, in deze discussie hebben we het ook over van wanneer is iets een talent? Wij hebben ik hoor jullie praten over sporten of je kan acteren, maar er zijn heel veel meer talenten. Ja, zakelijke talenten of juist heel ja, je kan heel goed ondernemen, de ander kan goed structureren. Dat zijn ook allemaal talenten. Ja, dus hij heeft zo'n wel creatieve shit, voor mijn gevoel, of niet? Nou, niet per se. Alles is een talent. Nee, dan hebben mensen toch genoeg talenten, bro. Jij hebt meerdere talenten. Ja, 100. Ondernemen is ook een talent. Ik denk dat één talent wat ik heb, zeg maar, is dat ik me goed kan aanpassen. Kijk, ondernemen is een talent, maar het talent voor een werkgever te werken. Waar je komt. Waar ik ben, wat ik moet doen. Waar ik ben, wat ik moet doen. Ja, ik denk dat dat een bepaalde goede talent is van ons. Dat is sowieso een talent, man. Ik geloof, ja, misschien ben ik dan raar. Laat even een shotje nemen, man. Laat mij dan. Ik denk sowieso dat iedereen een talent heeft. Monica, zeg iets slims. Iedereen is daar. Zeg iets slims. Iedereen gaat een takkie laat doen, man. Laat je ego je minder in de weg zitten. Wacht even. Ik drink ook geen Henny. Je moet wel ook één Henny. Wacht, Tijmen. Je hebt een vol gemaakt, man. Doe deze maar door de helft. Nee, er zit as in. Kijk hier. Doe deze maar door de helft. Oké, maar... Iedereen moet iets zeggen. Jullie takkie moet ook klaarstaan. Menga, je takkie moet klaarstaan. Ik neem wel echt een wijven shot. Oké, wacht. Neem even het moment goed. Ja? Dames en heren. Iedereen moet een takkie doen. Iedereen moet een takkie doen, bro. Anderhalf uur, want hij was 3,5 uur te laat. Nee. Ik ben al paantje, jullie hebben helemaal fucking show al verpest. Oké, Mo, zeg iets slims. Laat je ego je minder in de weg zitten. Top. Jack, zeg iets slims. Voor iedereen, alle mannen en vrouwen, iedereen die luistert, kijkt. Ik was niet voorbereid, man, ik zeg je eerlijk. Defano, zeg iets slims. Ja. Nee, we gaan naar Menga, toch? Ja, Menga. Teken niet voor te lang contract. Oeh, Menga. Het belangrijkste op onze gezondheid. Wauw, ja. 100%. Doorzetten en volhouden. Het goede doen is makkelijk. Het slechte doen is makkelijk en het goede doen is moeilijk. Slim. Je moest. Maar reageer niet op prikkels. Nee, reageer niet op prikkels. Die was wel goed geweest. Wachten op de perfecte timing gaat je tijd kosten. Spannend. Wauw. En nu jij. Hey, die is diep, man. Ik wil proosten op die eigenlijk al. Oké, wat ik zeg. Als je billen chap echt billen. Ga niet voor de helft billen chap. Zang. Niet voor de helft erin, man. Nee, het is zo. Nou, je moet die ding eten. Er zijn mannen die zeggen, chappen billen, maar ze doen zo. Maar wat, je gaat erin in. Heb je een doekie? Ja, ik wou dat zeggen. Ga je echt met je tong in FMG, dat poepgat? FMG. Chappen jullie billen. FMG. 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 Zo, je wou bijna die andere gooien. Hè? Nee, ik ging bijna die FMG. Nee. FMG. Wow. Wie van jullie doet die ding? Wie van jullie is man? Ik ben de laatste, man. Team Vieze, man. Je bent daar? Tuurlijk. Ik heb het wel eens gedaan. Ja, ik zie jij op Barba, jij toch? Jij was sowieso daar. Nee, ik heb het wel eens gedaan. Ik doe het niet vaak of zo. Ik zeg je eerlijk, broer, ik ben niet die boy. Niet? Nee, man. Hij is die mooie boy van jullie, hè? Ik zeg die mannen altijd, deze mannen hebben nog geen seks gehad. Ja, hè? Dat heeft er niks mee te maken. Pa, je hebt nog geen seks gehad. Is niet erg, komt wel. Fano, wat doe jij wel eens workouts in the backyard? Ja, makkelijk, man. Ja? Ja, makkelijk. Ja. Maar nikke. Fano, komt daarbij. Je billen? Makkelijk. Ik heb niet verwacht. Maar ook weer wel. Hij is ready toch? Zoek jij wel eens kruidenboter? Wat bij mij weet je het antwoord al, toch? Denk ik. Je bent een vieze nigger, jij. Ja, ik sowieso, ja. Hij zegt gewoon nog zachtjes. Ik dacht van welke kant ga je nu? Of ik heb net vrees of ja, ik doe het gewoon. Nee, maar ik ben daar, man. Guilty. Monica, hij sloeg je over, man. Guilty. Nee, maar het antwoord is heel simpel. Dat ga ik echt fucking van mijn leven niet doen. Nee? Ik hoef echt geen kont te likken, echt niet. Je mag mijn kont likken, maar ik ga jouw kont niet likken. Waarom niet?
Ja, ik hoef dat niet. En ik denk ook niet dat... Nou, het ligt eraan. Kijk, als stel dat je man zegt, ik wil heel graag dat je dat doet. Misschien zou ik het dan ooit wel een keer doen. Oké. Okay. Je zou wel een keer gaan, denk ik. Dan weet als, ik even open. Als hij dat wil, maar ik moet zeggen dat mijn Het is niet jouw vriend, ding of zo. Nou, het is niet zijn ding vooral. Je doet het om een ander te pleasen, toch? Zeg maar, nee, als iemand aan mijn kont ligt, ga je dat doen omdat ik het lekker vind. Niet omdat jij het lekker vindt, maar aan mijn kont ligt. Als ik dat niet lekker vind, ga je dat zeker niet doen. Oké, maar hef. Nee, maar je zou het niet doen als er geen reactie was. Als je iemand kont ligt en het is gewoon zo. En ze ligt en ze chillt gewoon zo. Ja, dan kan je net zo goed niet doen. Nee, 100. Ja, alleen maar ja. En is dat dan ook meteen de laatste keer? Ja, dat is gedaan. Ja, maar Bambi. Ja, maar dat is toch... Dat is met alles, toch? Ja, maar dat is logisch. Zeg maar, daar is niks... Ja, toch? Ja, dat is logisch. Zeg maar, ik zou niet eens paga slaan in de ruimte waar iemand dat doet, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Van, ja. Dat is met alles, toch? Ja, zeg maar, seks moet je toch allebei gewoon in het moment, in de heat of the moment. Het is niet van, ik ben een gozer die een kont eet. Ja, maar het kan, nee, maar het kan wel wat voor jou doen, hè? Dat moet is toch wel in de seksrelatie ontstaan en je moet er allebei oké mee zijn. Of je moet allebei onwijs geweldig vinden. Ik zeg je eerlijk, daar ben ik het niet mee eens. Je moet brutaal zijn, je wordt wakker en je zegt, ik ben die nee, guy. Nee, en kijk, je moet het even onder handen nemen. Ja, maar je moet ook bedenken van, oké, en misschien lik ik aan haar reet en vindt ze dat zelf helemaal niet fijn. Ja, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat gebeurt. Dat bestaat niet. Dat ze het niet fijn vond. Dat bestaat niet. Ik heb dat ook niet. Is het wel eens bij je gebeurd? Dat bestaat niet. Vond je het niet nice? Prima, ik maar ik heb het. Nee, maar dat is het. Het doet gewoon niet veel voor jou. Dat voor mij mag je echt ik kan me ook voorstellen. Ik kan me voorstellen zeg maar, dat jij het misschien zo is. Oké, van mij hoeft het niet. Maar zeg maar, het feit dat die persoon. Dus zeg maar, het is altijd een soort wisselwerking, toch? Nee, maar ook persoon. Misschien altijd. Dat staat nergens op. Nee, man. Ik ben genoeg aan mijn reet gelikt om te zeggen dat ik het niet lekker vind. Nee, kijk, dat snap ik, maar ik loef die takkie nooit zo. Ja, zout, ik lust geen zout. Je hebt nog nooit eens goede zout. Ja. Nee, kijk, je moet realistisch blijven. Maar dat is wel waar, toch? Nee, broer. Het kan, maar ik vind die takkie een beetje kort door de bocht. Laat me het zo zeggen. Ja, maar het betekent niet, zeg maar, kijk, een man heeft een prostaat in zijn kont gehad. Dus eigenlijk voor een man zou het lekkerder moeten zijn als ik mijn vinger in jouw reet prop dan andersom. Maar er zijn heel veel mannen die zeggen, nou, hoe stop je? Nee, precies. Dus heel veel mannen zeggen, ja, bij mannen is het eigenlijk veel Ik ben op, jullie zeggen ik heb die boot gemist, toch? Ik ben op, laat die boot maar varen, man. Nee, maar het is even wetenschappelijk gezien. Wetenschappelijk is feitelijk. Is het veel raarder om te zeggen, ik ga aan een vrouw de reet likken? Waarom zou niet? Ja, dus voor een man. Vader was hyped. Sommige mensen, sommige guys, ik heb daar niks mee. Okay, sommige guys houden van een vinger in hun reet. Ja. Ik kan snappen waarom. Het is logisch, want kijk, een man kan alleen... Ik ken boys die toelaten. Ik heb geen prostaat in mijn reet, dat kan ik je wel vertellen. Dus, en any other vrouw die in deze kamer zit ook niet. Dus zeg maar, voor een man is het eigenlijk veel... is het logischer don't assume of goed, gender. Niet woke, of is het niet verklaarbaar ja. dat don't een man gender. Dat feitelijk, ja. lekkerder feitelijk. Zou kunnen, ja. kunnen vinden dan eigenlijk een vrouw het vindt? Drollen uit mijn kont, er gaat niks in. Er komen bij vrouwen ook drollen uit hun kont. Sorry. I hate to break it to you. Bij mij gaat er niks in, hoor. Maastricht. Maar bij Monica ook niet, blijkbaar. Je hebt je akka nooit laten chappen. Nee, het is niet kijk, dat ik er tegen ben. Eerlijk, broer. Alleen. Ik heb dat wel één keer laten doen, man. Nooit. Ja, maar dus er komt wel iets in, nee, toch? Nee. Je hebt een tonkie in reet gehad, bro. Nee. Je moet ervoor nee. staan als een man nee. en zeg ik ben Severio. Tonkie in reet is oké. Okay. Kijk, pa. Ga je gewoon eerlijk zeggen, pa? Maar wacht hoor. Die tong ging niet in die gato zo. Nee, tuurlijk niet. Bro, luister. Ja, bij wie wel? Bro, je bent in de ontkenningsfase. Bro, Severio, zeg gewoon. Tong in de reet. Wacht. Jack, top 5 Nederlandse rappers. Enorm! Hey, ik dacht dat we naar een fijne vraag gingen gaan, maar ik ben blij dat we hier zijn. Top 5 Nederlandse rappers. Nee, maar op dit moment of all time? Je gaat sowieso boef zeggen. All time toch gewoon? All time, sowieso all time toch? Nee, maar ja. All time als luisteraar of als producer vind ik ook nog moeilijk. Ja, ik zeg luisteraar, eerder. Doe maar luisteraar. Gewoon als fan toch? Ja, Heineken 1. Oké, hard. Heineken? Ja, 100%. Ken je Heineken? Rotterdam. Nee. Rotterdam, okay. Bro. Je keek naar die bierie van, hè? Ja, Heineken 1, maar is moeilijk voor mij, want ik heb zeg maar ook politieke belangen in deze vraag, toch? Dus dat is kaka, zeg maar. Ja, want je gaat nu je album uitbrengen.
Nee, en maar ik, als fan, ik werk toch? Voor mensen. Kan je nee, dat maar zeggen? Snap je? Wat, nee, zeg gewoon jouw eerlijke shit. Als fan, als fan. Dit is je werk, dus mensen werken. Moeten jou gaan bellen door deze shit. Ja, weet ik. Maar het is moeilijk. Denk erover na. Monica. Top 5 Nederlandse rappers. Heel kleine. Hij doet het gewoon wel, hè? En ik ben niet zo'n bitch wat ik eruit ga laten klippen. Dus okay. Hij dacht, ja. Hij moet nog even iets uitgeknipt worden, je weet toch? Nee, Monica is nee, real. Het mag. Monica is real. Dit mag. Maar dit gaat er ook in blijven. Zeker. Monica's... En iedereen vond het leuk, toch jongens? Monica... Ik vind het wel moeilijk, want ik ben niet per se een rapluisteraar. Mag ik nog heel even terugspoelen? Eén vraag, zeg maar, van rapper of artiesten? Bro, artiest. Je bepaalt jou, zelf. Jij bepaalt zelf. Nee, maar ik vind het zo moeilijk. Want rapper, of, rapper. Zeg maar, we gaan of in, zeg maar, in een... Maar jij bent een hit. Jij bent een hit. Sticks. Een... Snap je wat ik bedoel? Ik rap of we sticks gaan helemaal in eruit. Een... Ik rap sticks sowieso helemaal eruit. Bro, gewoon favoriet. Maar favoriet. Gaan, ik zei toch have sticks, hè? Niet ik rap sticks helemaal zoek. Ik zei ook geen sticks have, toch? Oh, oké, have sticks, hè. Kijk, Sticks weet blij, Sticks hebben maar 7 maar albums. Maar oké, we gaan of in een half Sticks, snap je? Of we gaan daar, of we gaan in een Frenna, Ronnie, bla bla. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, van... we gaan allebei doen. Bedenk allebei. Ronnie zijn allebei trouwens. Lekker dat bezig, zeg man. Ben je boos? Nee, oh. Zeker niet. Ik heb een beetje spastisch soms, man. We moeten hem breken, man. Oké, okay, ik ben ready. Ja. Voor allebei. Je bent ready voor allebei? Maar moet het echt op volgorde? Of mag het gewoon 5? Top 5 is jij mag, hoef niet op volgorde. Denk jullie okay. Vast na, ja? Als 5 beste rappers, skillful. Jij, Heini. Sorry. En dit zeg maar van, er zijn veel rappers die ik hard vind en die echt tegen goed zijn, maar die ik zelf niet, zeg maar, wat ik niet zelf zou luisteren, snap je wat ik bedoel? Dus die laat ik er buiten. Dus dan heb je jij, Heini, Ronnie sowieso bij mij en allemaal erin. Ook in rap. Hij heeft nooit gedropt eigenlijk, soort van echt die rap shit. Maar ik weet, hij is... Hij kan rappen. Hij is echt heel heet daarin. Ronnie heb ook veel naar mij geluisterd. Dus met die rap shit, Kevin. Ja, jullie hebben Spaarpot ook toch samen? Spaarpot, dat is man. Echt een leuk nummer. Kijk op ook, hè? Ja. Kevin. Ja, hard. Lijpen, maar ik ben nu al bij 5 en dan zijn sowieso nog een paar. Nu ben 4. Nee, jij, Heini, Kevin. Ronnie, 5. Oké, volgende. Artiesten. Maar dat is wel die rap shit. Dus je hebt Ronnie nu gezet bij rappers, hè? Ja, zeker weten, man. 100%. Hij zijn beide. Hij zijn beide? Ja, 100%. Oké, nu artiesten. Maar ik vind, zeg maar, bij die vorige is ook nog moeilijk. Nee, je hebt 5 gezegd, artiesten. Ja, maar ik... artiesten, kleine. Ja. Ronnie. Ja. Denk jij, even snel tussendoor, denk je dat kleine het weer gaat flikken? 100%. Ja. Ik ben met, sorry, maar zeg maar van, wat er ook gebeurt, hij is mijn mattie. Ik ben altijd met hem, zeg maar. Artiest is moeilijk. Dus je hebt nu, wat heb je nu gezegd? Kleine? Ronnie Kleine. Ga je geen vrienden noemen? Maar jullie gaan nu de hele tijd zo'n artiest gooien. Wow, ik vind Frenna... Nee, maar ik vind... Oké, okay, is cool. Ik vind Frenna koude hard. Maar ik moet maar even nadenken. Je hebt geen hits met hem. Oké, okay, wat snappen nu. Ik heb geen wat? Maar hits met Frenna. Hits met Frenna. Verleden tijd, man. Verleden tijd. Drake? Ja. Nee, verleden tijd is niet mijn Pokémon. Oh, wat heb je met hem? Investeer in de liefde en zo. Ik heb wel een paar hits met hem. Maar bij jou is het maar niet Frenna hits. Maar bij jou toch ook gewoon mede wie je echt hebt gezien? Want Lil Kleine en Ronnie heb je misschien gezien op een andere manier dan maar wij. Nee, ik zeg niet, maar, ik zeg niet dat het maar is, maar hè? Die twee zijn voor mij ondisputabel. 1 en 2. Sorry, ik vergeet ook. Opposites. Het mag dat als 1? Oké, okay, Nederlandse artiest. Boven Ronnie en Kleine. Het is moeilijk als fan. Je weet toch, ik was jonger, ik maakte geen pokoe. Dus dan voor mij heeft dat meer indruk gemaakt, tuurlijk. Ja. Dat vind ik heel indrukwekkend wat hun hebben gedaan. Kijk, Ronnie kan ik niet uitleggen. Ik heb alles in mijn leven te danken aan hem. En ik ben zeg maar nog steeds tot de dag van vandaag nog nooit iemand tegengekomen in de studio, internationaal, nationaal. Zoals hoe hij Ronnie, is. Als Ronnie werkt.
Ronnie kan een nigger bellen, zeg maar, voor één lijn. Of een chickie bellen. Helemaal uit Groningen. Kan je alsjeblieft langskomen? En ze komt, hè? Kan je langskomen? En ze komt, bro. Diezelfde dag. Voor één zin, bro. Tweede stem ook. Je doet niet eens die zin. Bro. Je bent echt geen FT, ook. Je bent niet eens in de credits, zeg maar. Ronnie is wel echt een genius. Gek creatief ook, man. Ja, Ronnie is wel. Maar heb ik Lijp in die vorige lijst gezet? Vorige lijst heb je Lijp. Oh, ja, hij was wel daar. Oké. Ronnie is wel echt een genius, man. Campy is ook zo'n nigger die ze opneemt. Hij heeft misschien die nigger die dan, zeg maar, iemand belt voor die shit, maar hij gaat dan zelf, zeg maar... Ik ga gewoon eentje erin gooien. Ik ga eentje erin gooien die, zeg maar, niemand verwacht, maar die ik op dit moment echt, echt, echt vet vind, is Soar, man. Ik ga echt lekker op Soar zijn shit, man. Hard, man. En hij gaat in die lijst met artiesten, omdat, zeg maar, hij pakt precies wat ik hard vind. Snap je? Ark. Ja, oké. Okay. Oh, Sony, Ark, whatever. Nee, Ark, gewoon je Sony. Jiggy was echt vroeg. Jiggy was echt vroeg. Tuurlijk. Soar, en hij heeft het altijd in hem gezien, dat is echt hard. En ik heb bij Soar heb ik gewoon altijd gehad van, bro, alles wat hij aanraakt vind ik hard. Die sound, het is niet goed gemixt, maar het is gemixt hoe ik het wil. Niet hoe het publiek het wil, snap je wat ik bedoel? Het is gemixt hoe ik het echt hard vind. Hij heeft dat, zeg maar. Hard. Hij snapt dat heel goed, terwijl hij eigenlijk het, zeg maar, niet zo goed zou kunnen horen, toch? Bij wijze van spreken. Plus hij pakt Jan Tiersen en dat soort shit als inspiratie. Dat vind ik koude hard, want dat is mijn shit, zeg maar. Die vind ik echt hard. Dat is 4, hè? Ja. Artiest, 5. Brahim voor radio? Moeilijk, man. Wat? Brahim voor radio? Weet je, die lach komt zo, maar ik ben gewoon benieuwd waar je hem komt. Nee, Brahim. Shout out Brahim. Brahim verdient applaus. Brahim verdient echt een applaus. Bro, die man. Hij schrijft tanden mee. Hij is de hitmachine. Ja, hij is de hitmachine nu. Maar dat is niet voor de liefhebber. Dat laten we eerlijk zijn. Brahim, als liefhebber, ik ben geen fan. Als hij maakt het wel kapot. Ik ben tanto fan. Ja. Je regelt het. Ja, hij regelt het. Ik wil dat je die hits aan mij geeft. Jullie moeten met hem zitten misschien een keertje, man. Dat zou goed zijn. Staan ze ervoor op? Nee, man. Staan ze ervoor op? Nee, man. Denk je niet? Hij maakt wel echt hele andere modellen, echt niet. Man. Nee, man. Denk je niet? Nee, man. Nee, man. Ben niet mee eens, man. Waarom denk je dat? Vertel. Ik ben benieuwd. Omdat Brahim moet... Hij schrijft die hits, zeg maar... Dat klinkt fire, je weet toch, maar nee, zonder karakter, zeg maar. Van, hij wil echt, zeg maar, van... Die blate radio hit, die beste hit... Die snelle featuring Antoon en... Beetje pop, nederpop. Misschien doet Boef een verse of Ronnie Flex een verse, je weet toch? Van die, zeg maar... Dat moet je aan Brahim laten, zeg maar. Sigourney, doe nog de... Ik denk dat hij voor jullie ook vindt. No. Ja, hij kan het sowieso. Hij kan alles, bro. Ik weet niet. Ik ben van mening dat ik niet... Maar dat is misschien een andere discussie. Ik wil helemaal niet, zeg maar, dat hun volgende single een hit is. Ik wil, zeg maar, dat die volgende single die tune is die je echt voelt voor de liefhebber. Dat zou ik doen als ik hun was. Maar dat... Wil je niet tekenen? Bro, kom bij mij, maar ik ga geen miljoen betalen. Ik wou net zeggen, heb je een mulzak? Oké, maar top 5, ik ben bij 4. Je hebt wel gratis Jackbeats. Ik weet, ik doe lang, ik ben bij 4. Ik heb nog eentje, zeg maar. Je doet alsof dit jouw fucking podcast is, man. Podcast. Ja, ik ben paantje, man. Like, yo, ik moet optreden, man. Maar stop dan gewoon met drinken. Ga water drinken. Nee, we gaan gewoon door. Even tussendoor, dan ga je daarna weer door drinken. Oké, 5. 5 is echt moeilijk, man. Er zijn echt veel plekken, veel mensen die op die plek mogen, man. Dat is mijn zorgzaamheid. I care for you. Verplassen, man, Jack, die bitch, man. Glenn Faria, man. Oh ja. Oeh! Ja, oeh, dat vind ik hard. Ook heel hard, man. Ja. Omdat die kill gewoon. Hij heeft nog nooit de pokoes gemaakt die ik voel. Snap je wat ik bedoel? Van, ik heb nog nooit dat Glenn. En hij is mijn mattie, hè? Maar dat hij nog, ik heb nog nooit met hem dat hij het genre maakt of de stilo die ik voel. Maar hij heeft altijd de tune die ik voel. Die guy heeft zo vaak zo'n tune gemaakt dat ik denk, die probleemtune en zo van hem. Ken je die? Met Jay. En ken je die, hij heeft laatst weer zo'n tune. Ja, hij heeft wel een paar hele gekke. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ja, dank je wel. Oeh, ja, man. Dat het vlucht op ambitie lijkt en zo. Ja, man. Big tune, hey, man. Ja. Shit. Glenn is een van de heetste artiesten van Nederland, man. En mensen ook hij heeft het duur te lang gewoon geschreven. Weet je wat ik van jou wil weten? Ik ga een beetje gemeen zijn. Binnenkort gaan jullie zeggen FMG zo, denk ik. Zé. Candela. Candela, zé. Ik ben met je, maar... Top 5. Top 5. Mo. Dit is belangrijk, hè? Ik ga echt een goede vraag stellen nu. Top 5 Nederlandse mooie vrouwen.
Oh. Hoezo is dat belangrijk dan? Dat is belangrijk, want jij bent een mooie vrouw. Dankjewel. Dus wat is mijn waardeoordeel daarover? Oké. Okay. Ja, maar dat is natuurlijk altijd smaak. Ik denk dat jij heel veel lakensvies gemaakt hebt. Wow. Wat bedoel je daarmee? Ja, man. Wat ik zeg. Handelingen. Ja, handelingen. Oh, handelingen, zo. Ja. Oh, ik dacht dat je bedoelde dat ik met heel veel mensen naar bed toe ga. Nee. En ik dacht, oké, statement. Nee. Oh ja, oké. Okay, nou ja. Mannenlakens, laat me ja, zo zeggen. Ja, precies. Zonder dat ik er zelf bij precies, was, fysiek. Ja. Oké. Ik vind Anneke Molenaar een hele knappe vrouw. Dus de vrouw van Matthijs van der Ligt. Ik moet googlen. Matthijs Matthijs de Ligt, ja. Wie is dat? Balieman. Verdediger. Balieman. Hoe heet ze? Anneke wat? Anneke Molenaar. Ik denk niet dat het jouw type is. Ik moet googlen. Per se, maar ik vind haar heel knap. Maar wat? Ik vind ook dat een vrouw... Waarom zeggen dat dit niet mijn type is? Oh, nou, dat denk dit is ik. Een, dit is een soort Geraldine Kemper. Nee, ik vind niet dat je dat... Ik vind dat, dat geeft totaal... Maar ik vind een vrouw juist eigenlijk heel erg mooi door hoe ze beweegt. Of soms kunnen vrouwen... Ja. Ik vind vrouwen echt super mooi dat ze bepaalde trekjes kunnen hebben. Of iets met hun haar doen. Of zij is wel echt puur. Gezicht, ze is precies. Wel echt puur. Hun gezicht op een bepaalde manier. Of mooi sophisticated praten. Gewoon een mooie stem hebben. Wat ik vind je van... Matthijs de Ligt, je kent niet voetballen, maar je hebt een mooie... Nee, wat vind je van Abby Hoes? Ja, ook mooi. Abby hoe? Abby Hoes. Actrice toch? Abby Hoes. Hoe schrijf je dat? Abby? Oh, je hebt de boot gemist. Hoe schrijf je dat? Abby Hoes. Je hebt de boot gemist. En dan spatie Hoes. E-Y. Hoes gewoon. Hoes in het Engels. Ja, letterlijk. Abby got hoes. Dan weet ik het. Bro, ik wou je net zeggen, je zit down too close, bro. Schrijf een beetje naar hem. Schrijf een beetje. Ik ga het schrijven. Maar jullie deden niet mij. Takje waren ze tegen mijn brada. Wat denk je, man? Mooiste vrouw van Nederland. Ja. Mooiste vrouw van Nederland. Ben je zo'n mannetje, zeg maar, ga je punten scoren? Wat? Ben je zo'n mannetje? Punten scoren. Nee, ik vroeg aan haar, wat vind je van Abby Hoes? Ik had gewoon het gevoel dat zij haar mooi zou vinden. Ik vind het ook een mooie vrouw. 1,63 meter. Ik ken je wel mee. Ja. Wel, mijn vrouw is zeker... Ja, slinger, hè? Metro had een slinger. Bij je kwik. Mijn vrouw is zeker 13 centimeter kleiner dan Abby Hoes, denk ik. Ik vind mijn vrouw de mooiste vrouw van Nederland. Hoe lang is je vrouw? Preach. Ik vind Ava ook echt een mooie vrouw. Ik heb een mooie vrouw. Maar ook, weet je wel, hoe lang is je vrouw? Ava heeft belachelijk mooie ogen, maar ze is ook fucking leuk. Mijn vrouw en zij is niet bekend. Zij heeft hoe lang? Doet jouw vrouw niet vloggen? Doe je niet vloggen? Doet ze niet vloggen? Nee. Waarom niet? Dat is toch een vraag. Waarom wel? Mijn vrouw heeft gewoon niet echt heel erg de intentie om vlogger te zijn, man. Dat zeg maar. Sinds haar passie. Nee, maar soms heb je ook voor de. Nee, ik vraag het niet. Mijn vrouw doet management. En mijn vrouw doet werken voor Sophia mee. Niet meer. Oh nee, ze heeft ontslag genomen, ja. Wow. Ja, man. Oké, okay, nee, ja. Maar niks, nothing personal. Nee, zeker niet. Nee. Natuurlijk. Zijn nog steeds matties. En. Mijn vrouw doet gewoon... Zij is gewoon zakenvrouw. Ik zit aan haar gezicht, man. Ze heeft geen emotie, bro. Ik heb wel emotie, hoor. Je hebt geen emotie, man. Je bent zo fucking koud. Nee, maar omdat echt gewoon, ze zijn matties. Het is gewoon, er ja, was geen maar, leugen, zeg maar. Nee, precies. Dus zeg maar, ze heeft er even voor gewerkt, maar dat is ook niet... Ja. Ze heeft er opgevangen waar nodig. Nee, ze heeft opgevangen waar nodig. En mijn toen ging ze door. Want... kickboxer management, bla, bla, dit, dat. Dus daar ging haar tijd naartoe. Nou, dan neem je afscheid en dan is dat okay, goed. Oké, mooie vrouwen. Je vindt je nog meer mooi? Ik vind Jolante wel een all-time classic. Kabouw. Echt mooi. Kabouw! Ik hoor deze Jokka voor het eerst. Ja? Wel goed. Ja, ik hoor hem voor het eerst. Ja? Jokka is eentje voor jou ook, hè? Die is alleen in Hoffa. Wat is dat? Joke. Geintje. Ga je echt zeggen dat je niet... Ik. Wie zei Jokka? Hij zei de Jokka. Ik zei dat. Ik ga niet eens zo zeggen. Ik ga gewoon laten, man. Shout out naar de man. Jai. Joka. Bonnet. Ja, Mekaboy Lafu gewoon. Mekaboy Lafu. Mekaboy Lafu, jere. Ik ga het even opschrijven, man. Joka. Oké, nog één, lieverd. Ik vind het moeilijk, want het zijn niet per se busy altijd een soort van bekende vrouw. Het is gewoon, ik kan echt een beetje een soort crush op een vrouw laten ontstaan. Dat ik denk van, oh, jij beweegt mooi. Of hoe jij praat vind ik mooi. Of wat jouw idealen zijn in de wereld. Of zo. Dat vind ik dan, dat kan ik dan... Het is makkelijker om dat in een vrouw te bewonderen dan in een man. Of zo. Ja. Dat doe je sneller bij een vrouw.
Dus ik weet niet, ik denk dat ik eigenlijk op een gegeven moment wel... Ik heb ook wel het idee dat als je... Mijn vinger opsteken als ik iets wil. Ja, ja. Ik heb ook wel het idee dat als je zeg maar... je eigen vriendinnen vind je ook mooi op hun manier. Terwijl als je dan misschien aan je vriend vraagt van... Oh, vind je mijn vriendinnen knap? Dan zegt hij ja, nou ja, nee. Terwijl ik vind mijn vriendinnen allemaal... Lying. Dat is echt niet waar. Ik lieg echt niet. Maar nee, niet jij. Je wel echt, ze, ik dus... heb wel echt een ding zeg maar tegen chickies, zeg maar. Soms heb je zeg maar... Deze ik weet precies al deze okay. Ja, een chick met lelijke vriendinnen, dat downgrade zeg maar, haar. Soms heb je een Monica die echt lelijke vriendinnen heeft, zeg maar. En dan zie je Monica onder haar. You glowing girl. Kom. Nee, maar broer. Monica, broer. Dus luister. Monica comment onder die soort. Die fire chickie van die gang. You glowing girl. You go, girl. Ja, ja. Bro, ik lay girl, slay girl. Wat moet je doen? Wat moet je doen? Wat een lelijke foto halen weg. Je wilt toch je vriendinnen supporten? Dat is waar. Nee, en jij houdt kijk. Van ze, dus jij vindt ze mooi. Buiten dat, hè, er kwam een dame laatst met de comeback op deze. Precies wat jij zegt. Mm. En ze zei, you go, girl. Vond die ook goed. Jullie heren doen allemaal hetzelfde. Je mattische pokoe is koude nep. Je zet vuurtekentjes. Ja. Snap je dus? En je mattie is een crimineel, maar je gaat zeggen... Ja, je bent een money G. Ja, welkom mooi. Ze kwam met die en ik dacht van... Hey, wat kan je daarmee? Je kan niet zijn huis kopen. Wat de fuck? Ik kan sterk. Ja. Je zit allemaal... Ik hoor je, ik hoor je. Je bent bezig. Je bent bezig met wat? Ik wil het voor Monica opnemen in deze man. Monica doet dat niet, man. Monica gaat niet liegen, man. Nee, ik lieg ook niet Monica zo. Monica gaat echt niet liegen. Monica is ijskoud, man. Monica is allemaal zo real shit. Ook weer niet, ik ben echt jawel, niet ijskoud. Nee, maar... Nee, oké. Okay. Monica, waar kom je vandaan? Laat me het zo zeggen, maar je gaat niet iets verkopen wat wel Mootje, waar kom je vandaan? Hendrik Ido Ambacht. Echt? Ben je een... Ze is Roffa Zuid, maar dan zeg maar Dorp Zuid. Nog erger. Een soort Hoogvliet, zeg maar. Hendrik Ido Ambacht, ja. ik ken dat. Ja. Het is niet zo heel ver van Hoogvliet. Nee, ik ken dat. Het is in de buurt van Dordrecht een beetje. Ja, toch. Zwijndrecht. Kom je daar vandaan? Ja, Rotterdam, Bamo. Uit een fucking dorpje gewoon. Ja, man. Je bent zeker... hebben daar maar één zwembad, toch? Nee. Je denkt er lang na. Waarom doe je dat, man? Je doet me pijn, man. Omdat ze van voetbal houdt, pa. Ja, het interesseert me ten eerste eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben voor het Nederlands elftal. Nee, maar ik... Maar je bent voetballer. Je bent een voetballervrouw geweest. En waar speelde die? Sparta. Kijk hem blij doen. Kijk hem blij doen dan. Ja. Oké, Monica, de echte vraag. Ja. Ben je miljonair? Heb je een miljonaires? Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Een vrouw als vrouw? Heb je dat? Is het voor een vrouw anders? Nee, gewoon miljonair. Nee, miljonaires. We maken nieuwe woorden hier zo. Ja, maar dat is niet woke juist, zeg maar. Dat is wel... Miljonair staat vergelijken voor allebei de genders. Oké, sorry. Ben je miljonair? Ja, wat is dan ook? Ja, ze is miljonair. Ja, je kent die rekening? 100%. Ben jij miljonair? Nee. Jawel, want kijk, miljonair is zeg maar... Donder op. Het is je hele vermogen, dus je huis. Moet ik nu mijn internetbank hier laten zien? Ik ben helemaal geen miljonair. Het is je huis, het is alles wat je op je naam hebt dan staan. Dan ben ik miljonair, ja oké. Dus in bezit, zeg maar ook. Ik doe niet aan... Nee. Ik ben geen miljonair. Hoe ver ben je? Tonnenair. Fano, je bent ook miljonair. Fano is gewoon bang dat je miljonair ben je dat ook. Ja, maar ik hou niet van die vermogen takkie. Gewoon wat je op je rek hebt, bro. We zijn bij business class van RTZ. Ja, ik heb het gewoon over bank, snap je? Ik ben geen miljonair. Ik heb geen miljoen op de bank. Ik heb geen miljoen, nooit. En dat ga ik ook nooit hebben, hoop ik. Nee, maar ik denk dat alle mensen die money hebben zeggen altijd van... Ik heb geen miljoen op de bank, maar ik heb wel een paar miljoen in stenen. Bijvoorbeeld. Dan ben je toch miljonair? Precies. Ja, maar dat is opbouwen en vermogen. En miljonair of miljoen op de bank hebben nu is dom. Dat sowieso. Bro, ik heb moeite met rekening betalen soms. Maar alles dat is wat mensen, dat is wat mensen die met millies zeggen. Hoor je wat ze zei, bro? Een miljoen op de bank hebben is dom. Oké. Okay. Maar niet dom als in de... Miljoen op de bank hebben is dom tot op slecht de bank. Slecht dom. Ja. Als jij 300 miljoen hebt, is die miljoen op de bank niet zo erg. Zeg maar daar relatief, zijn we niet. Ja, oké. Daar zijn we niet. Goed. Okay. Ben jij miljonair? Ik ben nog geen miljonair. Maar vermogen? En hun stenen? Ja, vermogen. Hoeveel ossers heb je? Want rekening zegt niks, bro. Als ik jou mijn rekening laat zien, ga je schrikken. Ga je zeggen, heb je dit? Nee, kijk, omdat we zo open zijn met z'n allen. Sta je weer in de min? Omdat we zo open zijn met z'n allen vandaag, ik denk dat ik wel heel goed op weg ben. Sterk. Ik ben wel heel goed op weg. 8-9 ton. Maar heb je een huis gekocht? Nee, nog niet eens. Ik heb wel 8-9. Heb je een huis gekocht, man? Oké. Ik ben hartstikke benieuwd naar wat jij zou zeggen. Ari zegt papi mensen, Ari zegt baas dan nog. Nee, maar. Oké, heb je 8-9 ton op de rekening? Nee, ik heb geen 8-9 ton. Maar dan heb je veel geld. Ik heb geen 8-9 ton op de rekening. Ik denk dat ik wel, als ik mijn best blijf doen, dat ik wel zeg maar zo'n bedrag onderweg heb naar mij toe. Op je rekening? Lekker. Nee, niet gewoon.
Op mijn rekening, zeg maar, dat gaat op mijn rekening komen. Maar heb jij een huis gekocht? Nee, nog niet. Ik ben nu bezig. Waar ga je? Hij gaat. Ik ga loesel, bro. Oh, ik heb het al gezegd. Dankjewel, bro. Laat je horen van Jack Shirek, iedereen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. G, ga pissen, doe niet lekker. Ga plakken. Oké, Mo. Je hebt nog twee mensen, twee mooie vrouwen die je mag noemen. Oh ja. Gaan jullie even door op de artiesten, dan ga ik nog even bedenken wie twee mooie vrouwen zijn. Oké, FMG. Ja, kijk. Wie gaat als eerst? Laat me gaan gelijk, man. Wat heb je al? Top 5 rappers. Ik heb, ja toch? Ja? Top 5 rappers. Helderheid. Doop. Wie? Sorry? Helderheid. Helderheid. Ja toch? Is Rotterdam? Ja, man. Oh, okay. Legend. Ja? Oké, okay, ken ik rest in peace. Doe je research. Je research. Dat, je weet dat deze story viral gaat gaan. Snap je? Snap je? Magoon wil de recherche zeggen zelfs, man. Doe je research. Zeg, Kadele. Maar dat is één. Heineken. Zeg. Ik ben sowieso hard. Je bent een steeds, je bent een zuid. Sowieso Bandy, ik ben met Bandy opgegroeid. Love. Campy vind ik ook echt hard. Laat me goed denken. Rappers. Lijpen, man. Hard. Ja, man. Dat waren mijn vijf rappers. Artiesten. Sowieso FMG. Baanstrit. Zeg. Ik vind Frenna's goed. Nee, niet artiesten. Ik wil van jou zangers. Zangers? Ja. Severio. Nee. Severio. Wat van me? Weet je wat? Zing iets. Laat me zien. Hij gaat het sowieso voor je doen. Kom maar die Whitney Houston wil ik. Maar ja, dat is de liedje. Maar niet die niet. Die andere, man. Niet bepalen. Moet jij. Zing jij. Die kennen we toch al. Die kennen we toch al, Severio, man. Doe een andere, geloof me, broer. Dit gaat viral, hè. Wat doe je, hoor? Bro, doe iets. Laat me kijken of je mag. Want ik heb mijn top 5 zangers. Oké, dat is van. Nu ga je erin komen. Heb jij je top 5? Wacht, nee, jij gaat nu zingen, toch? Huh? Jij gaat nu zingen, toch? Ik ga nu kijken. Nee, maar nu erin komen. Want ik zie je filmpjes. Ik zie je filmpjes op YouTube en zo, maar ik wil het live horen nu, zeg maar. Zie je, die drankje komt aan. Matthij, je kan nu niet die cola gaan drinken. Babari! Maar ik zeg je moet die doen. Stel hem hier! Die wil hij ook. Waar moet ik staan? Wat je wil, bro. Wat jij wil. Maar kom met hem. Kies die pokoe die jij wilt. Ik ga die voor jou doen. Ja? Ik zie je wat hem horen. Ik wil die I don't wanna know, man. Van Mary. I don't wanna know. Nee, geloof me. Nee, maar het maakt niet uit. Dit kan ook. My mind is telling me no. But my body is telling me yeah. Baby girl, I wanna hurt nobody, but I got something. Bro. Weet je. Nee, kijk, weet je wat ik altijd heb met zangers? Waarom moet je alles laten zien in die 10 seconden? Ja, true. Het is, want dat maakt het juist. Fano. Ik heb het van God, je kan daar niet aan komen, bro. Pak gewoon een keer die oeien en de bron niet zo, bro. Dat je die 10 seconden maar hebt, toch? Nee, maar jongen. Maar klonk het goed? Nee, maar wacht even. Je vroeg hem om zich te bewijzen in 10 seconden. Hij deed het in 10 seconden, zeg maar. Ja. Maar pak gewoon een keer die oeien en de bron gemist. Die willen we eigenlijk horen. Ja, die wil ik horen. Doe maar. Hij kan goed zingen, maar hij moest anders doen. Maar in die akoestische versie. Zeg maar wat je ziet. Nee, de band is hier. Applaus. Wat ga je doen? Geef jullie maar een klapje. Wat gaat hij doen? Oh, oh, je hebt de boot gemist. Oh, 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 laat die boot maar varen. Oh, oh, je hebt de boot gemist. Ik wil gewoon die. Je hebt de boot gemist. Laat die boot maar varen. Kandela. Severio kan sowieso zingen, man. Dat is sowieso... Severio. Ik ken deze story, maar ik weet niet eens waar het vandaan komt. Wist je dat? Top 5 zangers. Je top 5 zangers. Deze intro's ook. Oh, van vroeger toch. Je top 5 zangers, pa. Ja, één Severio.
Nee, zonder jezelf. Jawel, dat mag. Ja, dat mag. Dat is juist. Je voegt mij ook niet op 5. Weet je wat, buiten mezelf om. Ja. Nog steeds. Stop met die Surinaamse dingen. Maar je zet jezelf boven iedereen. Stop met die Surinaamse dingen doen, man. Het is niet Surinaams. Het is gewoon een stukje, is de waarheid. Maar je zet jezelf boven iedereen dus. Gewoon je gevoel van number one. Dat is gewoon confidence. Kijk, laat me het uitleggen. Leg het niet uit. Nee, wacht even. Ja, je bent de beste. Fano, ik durf nu te zeggen gewoon dat jij maar 25% van mij hebt gezien. Nee, die tempo is raar. Doe even je tempo uit, dan zien we 5%. Nee, niet geloof, maar in de zin van, kijk. Hey, Faro heeft jullie toch een beetje ontdekt ook op een bepaalde manier? Ontdekt? Nee. Ontdekt? Nee, maar je was het vroeg met hun, toch? Ja, maar niet ontdekt. Gewoon sinds Wayback. Kijk, wij zijn een van de grondleggers van de soort bobbeling urban sound. De sound, ja. Snap je? Kijk, ik word daar niet mee pronken of zo. Wie weet, weet. En dan bye. Maar, kijk, om even op Fano terug te komen, waarom ik mezelf zeg maar wel op inzet, is puur omdat ik weet wat ik kan. Ja. Snap je? Ik kan hier niet komen met een ballad waarin ik laat horen van, hé, ik ben echt een goede zanger. Daar moet ik naartoe bouwen. Snap je? Er moet een bepaalde structuur in zitten. Ik ben nu weer boot, maar morgen kom ik met een ballad. Ik hoor je. Snap je? Ik hoor je. Kijk, kleine voorbeeld, die mashup die ik heb gebracht. Noem één artiest in Nederland die meer views heeft dan mij op die mashup. Bro, kijk, luister, mij ging het allemaal niet om views. Dat vroeg ik niet. Geen antwoord. Bro, ik kijk geen mashups. Ik luister geen mashups. Jij hebt hem wel gekeken. Die van jou? Ja. Denk het niet. Nee, niet cappen. Je hebt hem gekeken. Je zei, ik wist niet dat het voor jou was, man. Hoezo cap ik? Je hebt hem gekeken. Ja, ik weet niet over welke het heb, bro. Ben je een capper, Fano? Nee, maar luister. Nee, maar kijk. Wacht. Laten we even teruggaan. Want het gaat sowieso niet om views. Nee, wat ik je daarmee uit wil leggen is in de zin van... Je ziet dat ik de één keer een stukje zang, het gaat anders kwijt. Ja, maar we zijn hier gekomen vanuit mijn vraag gewoon van, vind je jezelf de beste? Dat was de enige vraag. Bro. Was niet om, zeg maar, iets, maar, nee, gewoon, maar vind jij jezelf de beste? Ja. Oké, dat was het. Oké, en waarom? Top 5. Ik vroeg er niet om iets. Ik vind als artiest moet je dat ook vinden, man. Ik vind niks goed, man. Top 5 beste rappers van Nederland. Ik ook. Oké, dankjewel. Nee, ik vroeg. Jawel. Hij viel echt goed. Dat is precies het juiste moment. Perfect. Maar dat is ook belangrijk. Belangrijk. Nee, maar waarom zou je zang niet de hardste vinden? Ewa. Je bent ook de hardste. Jij bent beste de zangers. Ik ben ook de hardste. Jij bent ook de beste. Iedereen is de beste, bro. Als kan je rekening betalen, man. Kijk, ik vind... Ik vind dat niet... Hoeft niet, man. Moet waarom, niet. Bro? Hoeft jij niet. Bent ook de beste in wat jij doet, bro. Ja. Precies in wat jij doet. En laat niemand je anders zeggen ook. Het is ook waar, ik meen precies dat. Precies dat. Stek Tember in je ton te kiezen. Ik vond dat je net echt bijna pizza had. Hoeveel hebben we gestekt? Ik ging in Stek Tember, maar je had geen pizza. Ik had voordat ik kwam, had ik al gegeten toch? Oh, gratis. Ik weet niet eens wat jij doet, maar ik vind jou de beste. Thanks man, bro. Love. Ik zeg, is niet van je moet jezelf. Ik weet niet, ik hoor je. Jij bent kakka. Maar wat je doet, ik snap je. Ik vind het boom. Thanks man. Maar de reden waarom ik zeg dat ik mezelf de beste vind, het begint bij, als jij niet gelooft in jezelf, wie gaat in jou geloven? Nee toch? Maar bro, als je jezelf niet de beste bent, bedenk niet automatisch dat je niet in jezelf gelooft ofzo. Het kan dat je zegt van, hey, ik rap tan to dom, maar ja, Frenna rapt harder dan ik. Dat kan je zeggen, toch? Tuurlijk. Ja, nee, dat zeg ik. Dat zeg ik. Kijk, vind jij dat iemand... jouw mening is jouw mening. Dat respecteer ik ook. Kijk, ik vind voor mijzelf dat ik gewoon een van de beste zanger ben. Sorry. Love, shout out naar jou. Nooit sorry voor zeggen ook. Wat is dat voor vraag? Nee, niet sorry, maar sorry in de zin van sorry. Is dat toch? Ik hoor je. Ja. Oké, top 5 zangers, bro. Jay Johnson vind ik super hard. Hard. Stefanio. Kom bij Brace, man. Royki. Wie is Royki? West Legend. Royki, bro. Ja, West Legend. Is dat wel Royki? Hij is hard, man. Ik ken hem niet, zeg maar. Ja, dan weet je. Je kent hem wel, man. Ik denk dat je hem kent, maar niet gewoon die link kan leggen nu. Als ik hem zie, misschien. Royki, man. Shout out Royki, man. Ik weet niet meer. Hey, je bent drongen, hè? Beetje. Ja man, je bent gepakt. Ja, laat me even kijken. Gebeurt bij Rookwas, bro. Jij bent een scherpe nigger. Ik vind Bilair ook goed, man. Oh, Bilair. Ja man. Oh, Bilal. Bilair. Oh, Bilair. Ja. Bilair. Wie is Bilair dan? Ik heb met hem in de klas gezeten. Bilair. Ik dacht Bilal. Bilair heeft meegedaan met de Voice of Idols, volgens mij. The Voice of Idols. Nee, de Voice of Idols. Sorry. Kijk, Fano's, niet omdat je niet denkt dat je de... Nee, dat is niet waar niet. Kijk. Bro. Je hebt gelijk. Ik ben met jou. Nee, dit soort dingen, zeg maar... Moet je zeg maar dit gewoon negeren. Dit is niet voor ons. Snap je? Op dit is gewoon zeg maar gewoon van...
Hij denkt nu, hij zit in zijn show. Ik was niet de enige die dit dacht. 020 dingen. Nog één. Maar, over... Nee, sorry. Ik ga hierna. Want over 020 en Rafa gesproken, ik zal nog met iets komen. We komen zo daar. Nee, maar jij moet baden. Ik was bij Bilair, hè. Jij moet liederen maken. Shout out naar Suriname, man. Wauw, man. Shout out naar mijn mensen, man. Liederen. Ik ga binnenkort naar Suriname. Bij kwart uur. Ik ben helemaal vergeten, man. Jij? Kondrein mannetje. 22 december, Bonnie in Paradiso. Koop kaartjes. De kaartjes zijn vanavond. Vanavond? Vanavond te koop. Zeg. Monica Geus doet backups, alles. Kom ik even voor me draaien dan, Monica? Kom een keer, begin even dit normaal te vragen. Oh, je mag haar sowieso niet boeken zonder mij. Ja. Ik weet niet of je daar al weet. Ja, we zijn een duo. Hè? Ja? Tegenwoordig ja, man. Echt? Ja? Als wat voor welk genre? DJ-shows, man. We doen DJ-shows. Welk genre? Alleen maar hits als je het met hem doet. Oh, je draait gewoon met hem? Ja. Nee, wacht. Wij draaien samen als DJ. Zij draait niet met mij. We doen samen. Chirac. Back to back. Monica Geuze. Back-to-back DJ-show. Wat kosten jullie? Oh, maar ik dacht misschien een ander... Wat kosten jullie? Leuke prijs. Wat is die gage? Nee, maar stel voor, ik wil jullie boeken. Wat kosten jullie, Monica? Gaan we het zeggen of niet? Ja, boeit maar niet. Liever meer dan wat je nu gaat zeggen. Maar gaan we meer... Monica, want je moet het ook delen met z'n tweeën. De goedkoopste show die we hebben verkocht... Maar dat is kaka. Nee, ik ben hier... Kan gewoon, toch? Ik haat het. Ja, maar ik haat het. Wat wil je? Kan gewoon, Monica, zeg je. Oké, 15.000 euro. Goedkoopste. Oh ja? Oké, ja. Goedkoopste show. Dat is een mooi zakcentje. Ik was daar normaal veel minder. Maar jullie moeten me even uitleggen wat... Wat draaien jullie dan? Maar back jij to zegt, back. We nee, gaan snap hem. Ik. Maar zij zegt bijvoorbeeld alleen hits. Maar bedoel je dan, draaien jullie gewoon jouw nummers? We draaien wel veel van zijn nummers. Ja, tuurlijk. No, maar we draaien ook house. Maar we draaien ook veel van jouw nummers, tuurlijk. Maar ook houses. Gewoon van alles. Van alles, gewoon eclectic, ja. Oh, oké. Okay. Ja, we gaan. Het gaat gewoon gek. Ja. Waar staan jullie staan alle plekken en zo? In België? Shows in België hebben we alleen die budgetten. Ja, hè? Dat is echt zo, Nederland in clubs. Vind je het leuk om te doen? Nou, ik vond het heel... Ik heb gedraaid in het ver verleden en toen vond ik dat gewoon echt heel kut. Maar nu vind ik het wel heel leuk om met hem te doen. We hebben echt een fucking leuke avond gehad. Het is meer, zeg maar, van... Wij zijn echt matties, zeg maar. Als in van... Dat klinkt een soort van ongeloofwaardig of whatever. Maar wij zijn... Ik hou echt van haar. Dat is echt mijn mattie. En wij hebben een soort van... zij heeft heel lang gedraaid. Zij vond het vreselijk om te doen. Maar ze vond, zeg maar, draaien... Niet per se het draaien zelf echt heel erg kut. Maar gewoon het... Elke dag dit doen, elke dag, snap je wat ik bedoel? Elke dag soort van die meid moeten zijn, een soort onzeker op het podium, bla bla, wat iedereen eigenlijk kut vindt aan optreden. Dat vond zij heel kut. Ik ben al een paar jaar trouwens, man. Je hebt ik merk het ook, Goeie, hoor. Man. Maar, stuur trouwens een keer jullie agenda, man. Ik ben wel benieuwd. Ik wil wel een keer kijken, man. Ik wil nooit meer elk weekend gaan draaien. Dus we doen het gewoon één keer per maand of één keer per maand. Ja, laat me een verhaal ik weet het weer. Op een gegeven moment wilde ik gewoon draaien. En ik weet gewoon, Monica, ik weet gewoon, als ik met haar Vissa, is altijd leuk. Vissa, altijd leuk. En ze kan draaien. Dus ik heb haar gewoon gecheckt. Ik heb haar gewoon gevraagd van, kom, we gaan gewoon... samen draaien. Ja, samen shows doen, man. En dat was gewoon, dat vond ze top. Haar. Ja, het is echt toevallig. Nee, zij zeggen nee, en de mensen money. Er ook nog geld voor over. Ja. Dat is wel leuk, zeg maar. Ja. Dan kan je het echt doen weer als hobby. Zeg maar hoe je misschien bent begonnen. Daarna word je afhankelijk ervan, want dan moet je het doen. Ja. Vind je het niet meer leuk? En als het dan niet meer hoeft, hoe leuk is het dan als je het weer kan doen? En dat je daar alsnog je werk van kan maken. Heb je al twee vrouwen gevonden? Ja, Holly Brood vind ik belachelijk mooi. Hoe? Holly Brood. Ken ik niet, man. Nee, ik denk dat je de ziek is dat de dochter van... Herman, is dat de dochter van Herman? Ja. En, doen jullie trouwens zonder MC of met MC? Ja, met MC. Oh. Ik doe elke show met... Met dezelfde MC, met Lauren. Ja, gaat niet best, bro. Dat is niet voor mij, bro. Oh, ze is actrice ook, hoor. Ja, hele goede actrice ook. Nee, niet Lauren. Oh nee, sorry. Shaquille, man. Nog één mooie vrouw. Nog één, ja. Ik ben aan het zoeken in mijn... ook als ik net op mijn telefoon zat, hij deed net de telefoon weg van doe niet. Maar ik was aan het zoeken naar een mooie vrouw. Ik vind bijvoorbeeld Saar Koningsberger ook een leuk wijf. En daarom vind ik haar mooi om te zien. Het is gewoon een leuk mens, weet je wel. Saar Koningsberger. Mooi haar. Ik weet niet wie dat is. Dat weet ik niet. De Lady Next Door. Zo noemen ze dat, toch? Nee, ze noemen het de Girl Next Door en dat is zij niet. Saar. Zij is toch leuk? Zij is toch een leuke chick? Dat je denkt, zeg maar, je hebt misschien de allermooiste vrouw, maar bij Saar denk je met jou. Zij is en knap,
Maar ook dat je denkt, met jou heb ik een leuk leven. Dat ja, vind Saar, ik meer Saar, meetellen nee, dan... Mag ik dat zien? Aan heel iemand anders trouwens. Saar is leuk. Is zij niet van kledingmerk? Nee, vroeger van TMF en zo. Ja, Saar is leuk. Saar, shout out naar jou. Saar, shout out naar jou. Vind je leuk? Oh ja, zij is leuk. Ja, ja toch? Ja. Met haar denk je van, ja, ik heb echt een leuk leven met jou. Je bent een leuke chick. En ja. Okay. Ja, ja, toch. Nee, ik doe die dingen zeggen, nu. Nee, nog jij, top 5. Ik zeg eerlijk. Nederlandse rappers. Ja, ik ga even nadenken. Ik heb echt alleen top 3, man. Okay. En dat heeft bij mij mee te maken, is ook voor mij wat echt invloed had toen ik nog up and coming was, zeg maar. En dat is Keizer, Campy en jij, man. Ja. Jullie drie zijn... is ook goed. Het is geen accepteerde punchline. Jullie drie hebben ook echt gewoon... Dat is gewoon zo. Blauwdruk slash stempels neergezet, gewoon, je weet toch? Ja. En ik benoem ook dan expres geen mensen waar... in deze tijd. Want in deze tijd vind ik gewoon best wel veel rappers gewoon hard persoonlijk. Je weet toch? Vind ik best wel hard. Dus om ze dan te plaatsen ergens in die idee, toch, dat doet een beetje af aan de rest. Dus daarom plaats ik van deze tijd. Dat is liefde, man. Keizer, Campy, Bondi. 100. Nee, maar Bondi. Nee, je nikker dat. Ah, wat zou je zeggen? Faka, Bodri met Cura versie. Wat zeg je? Ja? Jullie hebben budget? Nou, jullie hebben 14, 17, jullie hebben... Bodrum, wat? Hoe heet jullie label? Ja, we jullie label hebben budget, Roman. Praat met mij, man. Ik kom daar, man. Hoeveel bars wil je, man? Hoeveel wil je zetten? Hoeveel bars wil je, man? Ik ben minimaal 12, man. Zeg? Minimaal. Probleem. Pasha. Probleem. Jij, Dongo. Zeg? Ja, Dongo erop dan. Niet erop. Veel verder. Oh, je hebt die botto gemist. No, toch. Oh, Paperta en botto. Oh, lekker botto, Ziggy Cruz. Ik ga paragno slaan. Hij heeft hem maar uitgedacht voordat hij hier kwam. Candela. Ja. Oh, je zegt Zura Pers. Hij We gaan Paragnos live doen. Oh. Smol. Ik hoor je. Wat is wel een goeie, hè? Wat? Moos Mariko aan het doen, hè? Nee. Ik zei gewoon. Ik zei tegen Patrick. Hoe lang? Hij is Spaans, joh. Hoe lang duurt het dan? Wij zijn wij gaan met jou mee naar je show trouwens. Ja, gaan jullie mee? Ja, leuk. Let's go, man. Thanks voor de invite. We gaan mee. We gaan ook mee, man. Maar zeg maar, vanaf hier gaan we knippen. Thanks voor de invite, man. Ik weet niet of... Ricardo, gaat het lukken? Zeg maar, Ricardo. Ik heb een kaart sowieso. Ricardo. Ja. Maar jij niet, maar jij gaat ook mee. Ik ga ook mee. Ik ben plus 2. We gaan het fixen. Ricardo fixen. Ik ben al Paantje, man. Oh nee, hey, mijn MC moet daar optreden. Ik ben op jouw stage, bro. Ik ben Paantje, maar we komen met z'n allen binnen, toch? Ik denk jou rijden. Ja, Monica is broemtje. En Jack ook. Kakken, we doen boot met jou. En deze man, hebben een USB bij hun. Deze man hebben een USB bij hun probleem. Ik ben jouw DJ vandaag. Oké, take 17, Disney Pixar. We go. Nee, ik ben op een feestje. Je bent toch gewoon aan het chillen. Ik was in IJsselmonde. Mm-hmm. Leuke aarde. Wat deed je daar? Je gets die mo. Kom ik zo terug. Je gets die mo, zeg maar. Snap je? Ja, toch? Ik ben aan het chillen, rustig. Opeens komt de dame. Ze zegt, hey. Ik ben helemaal Scania. Nee! Ja, maar dat is zelfs wel stom, dat is ook nee. Top. Nee! Zij is van Dordrecht, zij is niet van Rotterdam. Ze zegt mij, zij is van Dordrecht. Ze zegt, ik ben heel... Dus ik ben een van de enige Amsterdammers. Ik heb paniek van wat gebeurt hier. Ik vraag nu aan iedereen, wat betekent dit? Ik zoek om me heen. Ze zegt, nee, maar wacht, ik kon het wel invullen, Scania. Ik kon het niet invullen. Wat betekent Scania? Ja, Scaffa en Panya. Ja. Maar ik wil heel even... Maar stronken is toch ook dom? Dat zeg ook ik heb het nog nooit gehoord. Ja, wij kennen het ook niet. Geloof mij, je bent nog niet in Dordrecht geweest. Bro, dit is van Dordrecht. Wow, dit is van Dordrecht. Het is niet van Rotterdam. Kanya is niet van Rotterdam. Oké, bro, zeg je eerlijk, deze stelling van je is gewoon... Ik zeg er, wat is dat? Het klinkt gevaarlijk. Nee, maar ik niet... Ze zegt me... Ik ben Scaffa en dat wist je al. Wow! Hey bro, nee. Maar ga je ik ben nog zeggen? Steeds in dat shock. Is hey. Maar Vanu. Ik ben nog steeds in shock. Ik ben Scania. Doe normaal. Naar huis. Dat is van Rotterdam. Dat is niet van Rotterdam. Dat is van Dordrecht. Maar broer, neem wel. Hoe snapt erop dat dit uit Rotterdam komt? Je is van Dordrecht. Je geeft mijn stad nu schande, broer. Wat zeg je allemaal? Sorry, Abu Taleb. Sorry. Ja, kom op man. Sorry. Laat dit. Weet je waarom? Nee. Sorry. En deze mag je niet knippen. Dit je moet hem ook niet knippen, laat het erin. Dit is die toren wat ik bedoel met influencers. Ja. Cap. Ja. Wat? Is helemaal onnodig. Ja. Snap je wat ik bedoel? Waarom? Influencers, cappen. We hebben nog weinig tijd. Waarom? Hij heeft zijn research niet goed gedaan.
Maar hij benoemt maar Rotterdam in die ding. Waarom benoem je Rotterdam? IJsselmonde is sowieso ook niet echt Rotterdam, toch? Ja, IJsselmonde is Rotterdam. Het is gewoon Rotterdam. Het is gewoon Rotterdam. Nee, maar het is gewoon Rotterdam. Het is gewoon Rotterdam. Het is gewoon Rotterdam. De enkele Rotterdammer. Hé, mensen onder de comments. Wacht even. Mensen onder de comments, als jullie dit zien, als jullie Scania kennen, lijkt het. Als jullie het niet kennen, daar ben ik best die ding. Man, is helemaal Scania. Nee. Hun komen altijd met deze dingen. Stroenoe, Scania. Hun zijn pila als ze dronken zijn. Hun liegen, bro. Scania. Ik zeg, ik had die even nodig. Kom op, man. Scania. Hun liegen, bro. Hey bro, het klopt misschien wat je zegt, maar het komt niet uit Rotterdam. Het komt van die skatebaan in Dordrecht. Top 5 Nederlandse rappers, bro. Je bent ook rapper. 101 Bars Killer. Ja. Ik heb geluisterd. Hey, wacht even. Ik wil even terugspoelen. Ik zeg, het komt van die skatebaan in Dordrecht. Zij weet zelfs waar ik het over bedoel. Ik zeg, onder die brug. Ja, man. Maar wat... Jullie zijn fijn. Het zijn Dordrecht-zakjes. Oké. Scania komt uit Dordrecht. Shout-out naar iedereen in de comments die Scania is. Als je nog niet Scania bent, pak het erbij. Ja, man. Oké, rookworst. Top 5 rappers, sorry naar Rotterdam nu. Wat dan? Die story naar Rotterdam, zo. Hey, broer, man. Alsjeblieft. Broer, je komt eerder met de hele stelling over Rotterdam, zo. Jij hey, moet sorry zeggen tegen Amsterdam. Nee, kijk, broer, ik heb hopie love voor Amsterdam. Dat okay. Is die verschil tussen Rotterdam. Nee, ik heb ook love voor Rotterdam. Dat is die verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Wij hebben love voor Rotterdam. Ik heb ook love voor Rotterdam. Wij hebben ook love voor Rotterdam, ik heb helemaal niks om story voor te zeggen. Er is alleen maar love. Er is alleen maar love. Sowieso. Amsterdam, Rotterdam, we zijn connected. Allang. Top 5 Nederlandse rappers. Ja, top 5 Nederlandse rappers. Ja. Ik rook worst. We zijn hier. Oké, okay, ik heb het idee. We zijn hier. We zijn allemaal Scania. Jullie zijn echt Scania, man. We zijn hier. Wow, man. Maar het was wel goed. Goeie timing. Jawel. Shanna Sharek, hij is sowieso grappig. Oké, kom op. Jij sluit hem af met top 5. Top 5, zijn we al klaar? Ja, daarna zijn we echt klaar, want iedereen is Scania. Nou, we zijn nog niet klaar. Oké, luister. Top 5, Nederlands hebben, dan ga je praten gewoon over... Rappers die het meeste impact op mij hebben gehad. Nee, daarna ga je gewoon 5. Jawel, laat die gewoon, ja. Die gewoon het meeste impact op mij hebben gehad. Op wat voor manier dan ook. Die ik gewoon, je toch echt heb beseft of beluisterd. Met ga ik sowieso beginnen met Rascals. Hij was dan die tijd. Hij kan nog steeds rappen natuurlijk. Maar hij was aan, man. Hij was aan. Dus je toch vooral, ik denk mensen uit Zuidoost hebben hem echt beseft, bro. Hij is gewoon dit soort van Nederlandse Soulja Boy ook, bro. Ja. Hij heeft gewoon alles, hij heeft veel als eerst gedaan. Hij kwam met YouTube-modellen, hij kwam met merch. Real shit. Shanna Metz ook, maar Rascals, je weet toch, hij heeft echt dingen gedaan. Er zijn heel veel rappers ook naar hem gekomen die hem, je weet toch, na gingen doen. Klopt. Gaat het? Sowieso. Campy. Ik denk dat een van de eerste was die ik echt hoorde zingen. Mm-hmm. Wist nooit van, hey, is het zuiver of niet, maar het God klonk. God neem me weg naar een plek hier ver vandaan. Een plek waar papa, mama nooit meer hoeft te slaan. Ik heb zoveel pijn, zoveel stress. Nee, maar Campy, je weet toch? Ja, maar ik ben het, de lieutenant. Die man kan gewoon die Campy. Het liefst zit ik een jonkel te draaien met jou hier naast me. Jij. Ja, man. Weet niet wat ik voel. Ja, man. Campy, maak geen grapjes met die man. Ik wou net mijn vinger opsteken, maar Ik was het vergeten. Ik wou net mijn vinger opsteken, toch? Toen ik zei van, ik mag er nog iets tussendoor zeggen. Campy was in mijn top 5 artiesten, man. Maar ik was hem vergeten erin, man. Ja, man. Campy en Clemma, die hier tot die 101. Zo, het is gewoon... Legendary. Is gek, man. Is gek. Oké, dus Campy, wie heb ik... Hij moet alleen niet tegen mij in Crooks komen. Ze moet alleen niet tegen mij in Crooks komen. Campy is een mooie matchup, toch? Ik zie het wel. Is een mooie matchup. Cura versus Cura. Campy en Clemma, als jullie dit zien. Ik en Crooks zijn nu hier. We zijn ready. Is een mooie matchup, man. Ik zou ook niet weten... Ik wil die bij Red Bull, man. Red Bull, man. Red Bull. Bar voor bar. Bro, Red Bull, zet eens op. Campy. Dit moet Red Bull fixen. Campy. Versus. Om een versus. Eén poko die me gaat slaan. Eén poko die mij gaat slaan is... Yo, Camp, die is er, is pom. Hij heeft wel meerdere pokkels die je kunnen slaan, toch? Rap en Bori gaat ook eng, hoor. Je negeert veel tunes, man. Rap en Bori ook. Ja, maar bro, Sneeuw gaat bij jou ook. Ja. Zou een goede verse zijn. Wat? Zou een goede verse zijn. Ja, dat zeg ik, die Red Bull. Ik denk niet dat heel veel andere niggas, zeg maar, nog zo... Met Red Bull? Red Bull, bro. Red Bull, Soundclash, jij tegen Campy zou epic zijn. Is wel een goeie. Er is misschien ook niet eens een betere match in Nederland dan dat, hè? Hij gaat verliezen, man. Ja, maar hij gaat hetzelfde zeggen over jou. Campy be a ding. Hey, je onderschat. Is een goeie. Hij gaat hetzelfde zeggen over jou. Maar Ronnie en Frenna, wie denken jullie? Ja, maar ik wil Ronnie en Frenna. Bro, ik zeg je eerlijk, ik zie die comments, ik zie Frenna. Ik hou van Frenna. Hij is echt mijn mattie. Maar nee.
Kom maar. Kijk, maar kijk, Ronnie, ik, man, kom op. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik ken. Ik weet. Ronnie wint. Ja, maar kijk, ik denk dat heel veel mensen ook niet echt weten wat. Oh ja, ik presenteer het. Dus daarom weet ik wat er gaat gebeuren. Maar ik bedoel ook van. Nee, ik was even een hersenspinsel. Jouw baga is ook daar. Nee. Jouw baga is ook daar. Luister. Oh ja, daar kwam die tong vandaan. Red Bull had die nieuwe Louis Vuitton tas betaald. Weet je waarom? Nee, omdat ik zat te bedenken van. Maar mensen kennen de inhoud niet. Toen dacht ik, oh ja. Ze kennen niet, omdat het volgens mij nog niet zo goed is gecommuniceerd. Maar heel veel mensen weten niet eens wat er gaat gebeuren. Maar als ze weten wat er gaat gebeuren, schatten ze het ook misschien heel anders in. En met de dingen die gaan gebeuren, die ze moeten doen, denk ik dat Ronnie heel sterk staat. Wat moeten ze doen dan? Ja, ik weet niet eens of ik dat mag vertellen, maar ik weet niet eens. Soundclash. Ik heb ook een keer Red Bull Soundclash gedaan. De dingen die ze moeten doen. Je moet pokus een beetje aanpassen. Je kan zeg maar toffe shows hebben. Ja, je hebt... Het is gewoon die UK shit. Ja, het is die UK. Jamaica. Ja, maar ik denk dat mensen gewoon denken van het is pokoe tegen pokoe en klaar. Maar dat is het dus. Het is niet versus. Hoe het publiek reageert. Hij moet zeg maar komen met boot. En dan zeg maar, er is een, zeg maar, in boot hebben jullie zeg maar een stukje gedaan waarin die zeg maar Frenad is. Ook ja, maar ze moeten dat is, ook, zeg maar, ze moeten zeg maar, ook bijvoorbeeld... Opdracht, zeg maar, dat zou koude hard zijn. Ze moeten ook bijvoorbeeld een ander nummer coveren. Van elkaar. Ja. Van elkaar, maar ook een ander nummer van heel iemand anders. Dus in de categorie, dus waar mensen denken gewoon spokko tegen pokko en denken dan ja, Ron is meer de performer. Frenad is meer de performer, sorry. Skip Red Bull. Frenad tegen Ronnie, pokko voor pokko. Wie wint? Ronnie. Ik denk... En met Major Love naar Frenna, want hij slaat, denk ik, na Ronnie bijna iedereen in Nederland. Wacht, weet je wat we doen? Love naar Ronnie, maar ik denk Frenna, want ik heb gezien wat hij deed op Lowlands zonder geluid. Dat vind ik wel ook niet normaal. Ziek. Oké, weet je wat we doen? We gaan vingers opsteken. Al iedereen die zegt Frenna, steek vinger op. Voordeel van de twijfel, denk ik wel. Ik weet het echt niet, maar ik denk Frenna. Ja, nu moet je vingers steken. Nee, daar ben je gaan overlopen. Dat weet je, want ik vind Ronnie de meest talentvolle guy ever. Gewoon, dat is de verses die wij kennen. Ja. Oké, maar ik wil... Het ligt aan het publiek, want als je van Frenna houdt... Terwijl als jij een OG Ronnie fan met een Innerjet komt, gaat heel dat publiek los. Er is geen publiek. Jij bent die publiek. Jij gaat bepalen. Ja, oké, maar als Ronnie zeg maar Innerjet doet en je bent een OG Ronnie fan, dan gaat dat publiek helemaal los. Terwijl, als Frenna doet My Love, dan kunnen al die chicks op Latin Village helemaal losgaan. Maar wie zijn er in dat... Maar voor jou, persoonlijk. Voor mij persoonlijk, ik dacht van, als ik denk voor het grotere plaatje in het publiek, stel me anders, dan denk niet ik Frenna, wie denk voor je mijzelf. Wie vind jij dat moet winnen dan? Oké, is cool. Dan stel die vraag. Ja, wie vind jij dat moet winnen? Frenna tegen Ronnie. Frenna. Je wil vingers zien, toch? Ja. Nogmaals, ik vind het lastig. En waar judge je dan op? Talent of om op star? Ik weet het niet, ik vind het lastig. Want op bijvoorbeeld Ronnie... Het meeste Ronnie op een festival als ze optreden? Dat is de vraag, dat is de sound. Is dat het? Dan ga je voor Frenna. Maar Ronnie vind ik daar weer veel creatiever en... Even, laten we ook even een beetje structuur weer erin brengen. Frenna is die pops. Kijk, ik ga je gewoon eerlijk zeggen... Breng structuur. Als ik het even goed begrijp... Als hij vraagt, als ze allebei nu een poker zouden maken... Ronnie of Frenna? Nee. 20 beste pokus van Frenna tegen 20 beste pokus van Ronnie. Wie gaat winnen? Ik zeg je eerlijk. Dat is het ding. Kijk, niet om iets. Dat snap ik, dat zei ze. Frenna. Ik ben wel een Frenna mannetje. Kijk, weet je, ik ben dan wel een Ronnie mannetje. Waarom? Ik heb verstand van muziek. Ja, jij... Maar de rest niet. Nee, ik heb niks mee te maken. Weet je wat ik bij Ronnie en Frenna... Het feit dat jullie hierover discussiëren... Boys, jullie gaan fout, die ga ik gelijk zeggen. Weet je waar Ronnie, man? Luister, wat mensen niet eens beseffen. Er is een verschil tussen een pokoe maken... Jij zegt net, Pokuma, het is verschil dat Pokuma geen iemand live on stage hebt. Broer, jij kan kakka zijn live on stage. En dan zeg ik niet dat Ronnie kakka is. Maar Ronnie is de hardste live on stage. Broer, ben je creatief tokoyo in de studio? Ik wil niet zeggen dat je super hard bent. Bro, weet je wat ik zou zeggen? Als ik over op stage moet praten, denk ik dat ik liever naar Frenna luister. Als ik gewoon in de studio... Als ik nu in de studio moet luisteren naar Poku, zou ik Ronnie zeggen. Ik ga niet met jullie discussie. Ik zou het zo zien. Als we over stu praten... Als we over stu praten... Nee, wacht even. Als we over stu praten, vind ik dat Frenna misschien met Ronnie mee mag praten. Ook niet. Want die man maakt hoeks. Maar ik ben nog steeds Ronnie. Maar ik wacht gek hoeks. Als we over live gaan praten,
Wil ik dat helemaal niemand over Ronnie praat, bro. Ja, dat mag, bro. Niet in de buurt. Ja, je dat, niet ja, geweest. Dat mag, zijn mening. Op basis van wat? Maar op basis van wat? Dan heb je nog nooit nee, maar op basis van... Nee, wacht even. Nee. Onderbouwen graag, onderbouwen graag. Op basis van wat? Je maakt het persoonlijk, dat zie ik. Nee, ik maak het. Op basis van wat? Live. Dus noem even 2 of 3 elementen, gewoon iets, live. Drie elementen, bro. Heb je Ronnie live gezien? Zeker. Ik heb allebei. Dus op, noem iets, 1 ding of 2, noem iets op. Mag ik het opnoemen? Gewoon 1 ding. Ja. Mag ik het opnoemen? Ja. Ik ga jou gewoon eerlijk zeggen. Muzikaal. Wacht. Laat me uitpraten. Ja, doe. Muzikaal, op het gebied van zang en zuiverheid. Pak Ronnie Frenna. Dus ze gebruiken allebei autotune live. Maakt niet uit. Geen fokt op shit. Maar ze gebruiken allebei autotune live. Dus zij vrij dit, dat moet ik gauw nemen. Je kan autotune gebruiken, maar je moet autotune ook beheersen. Maar allebei. Zouden allebei die toon aan. Je moet het wel beheersen. Ronnie zouden allebei die toon aan. 10 keer, perfect. Zouden allebei die toon aan. En pak Frenna ook die tweede stem, derde stem die Ronnie. Oké, kortje. Luister bro, Ronnie. Luister boys. Hé broer. Boys. Muzikaal. De Ronnie gaan we even instemmen, boys. Dat is gewoon een koortje. Dat is gewoon een band. Ja, maar boys, ik wil heel even 1 ding duidelijk, hè. Zeg maar, live. Misschien is Frenna nummer 2, hè. Maar voor mij is. Nee, maar wat ik. Nee. Wat hij doet. Ik, nee, kijk, ik vind het niet erg wat je Frenna zegt. Maar ik wil weten zo sterk. Ik wil weten wat. Sterk, ik wil weten wat. Ja. Ben je waar ik ben? Ik wil dat je het onderbouwt. Ja. Wat? Ik vind gewoon. Onderbouwd, bro. Ik wil dat je. Jij zegt gewoon van. No, man, het is zo. Nee, ik wil. Leg maar uit. Nee, maar broer, bij de autotune. Dames en heren, in de comments. Laat alsjeblieft weten. Frenna of motherfucking Ronnie Flex. Ik wil 1 ding zeggen. We hebben nog vijf minuten. Geloof je wel met die promo? Ja? Geloof je. Ja, het gaat lekker organisch. Red Bull stort iets. Maar jij presenteert het toch? Red Bull stort iets. Ja. Oh, we zijn er weer. Deze Island stort iets. Maar hij doet dit. Hij praat hier elke week over. Ja, dat is broer. Oh ja. Maak je rappers af. Opgenomen. Oeh, let me mobile fire. Nee, Green Gang. Rascals. Oh, Green Gang. Oh, dan zeg ik nu Green Gang. Sowieso, Green sowieso, man. Wauw, man. Dat is een harde tijd, man. Je weet toch, die hebben echt een periode van mijn leven. Mike, mensen. Sorry. Ik kan dan zeggen, Green Gang heeft echt een periode van mijn leven unlock gehad. Je weet toch hoe. SO Green Gang over. Sowieso, hoe broertje en JJ kwamen. Sinds ze weten dat we feunen, zoeken ze in de kapsalon. Ja, geen ellen. Maar mij vinden ze niet. Hey, kijk, al die dingen, bro. F.I. maar ook gewoon Sonny Boy. Als we praten over een Edo, die heeft ook echt... Je weet toch? Heel veel mensen klinken nog steeds als hij doet. Snap je? Ze weten het misschien niet eens. Dus, bedoel, kijk het net. Snap je? Dus ja. Green Gang sowieso ook. Op je edel. Wie heb ik genoemd, man? Je hebt er twee nu. Heb je Keizer ook gezegd? Nee, Green Gang, Raskos, Campy. Nee, Campy zei. Campy zei ik. Jij zei Keizer ook, toch? Hij zei Keizer. Oh, jij zei Keizer. Ja. Ja, die man, man. Je bent een soort van promo aan het doen van Zuid-Oost. Die man is geen artiest, bro. Bro, hij is promo aan het doen van Zomer. Wat een groep. Nee. Dat niet eens, bro. Maar ik zeg gewoon wie mij unlock heeft gehad als in de tijd. Topnotch. Nee, maar luister, bro. Die man was een groep, bro. Het was een gelegenheidsgroep. Ja, New Wave was ook een groep. Mag je ook opnoemen. Geen artiest. Ja. Maar die man, ze bestaan toen pokken samen. Het is gewoon die vibe. Hun mol heeft mij gewoon... in extase. Maar wie was de hardste? Je hebt altijd een frontman. Ja, toch? Nee. Maar kijk, omdat gewoon, het is echt, het was gewoon straatremixers, bro. Het is gewoon, daarom moet ik gewoon hun zeggen, want zij hebben gewoon een hele periode ook van mij. Oké, maar wie vind je harder? Lange Frans of Baas B? Lange Frans. Oké, dan is Lange Frans. Ja, maar je hebt ook, Nega erin, je hebt ook Brutus, ze hadden allemaal Brees. Ze zijn sowieso Nega. Yes, sir. En ze hebben allemaal, Nega is kapot hard. Nog één, kan nu ook voor mensen schrijven. Ga niet discussiëren, die man wel in discussiëren, bro. Een beetje paan, hij is een beetje Scania. Ik ben Scania. Heb ik opgenomen. Nog eentje. Naast door de... Sang. Oké, kom er niet zo 1, 2, 3 op, maar hoe zeg maar, hoe café... Café kwam in de game, was ook echt... Sharana Café. Ja. Wauw. In die sessie met Lexus ook. Meisje, luister. Ja, man. Het is ja, zo moeilijk. Die man kwam even raar hier gewoon. Weet voor je wat mij. Lauw was en aan café? En daar buiten. Weet je wat Lauw was aan café, zeg maar, had nog niet zoveel gedaan. En toen kwam die Great Minds album, toch? En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, had Café die album... Had de gered. Album. Een soort van gered, een beetje, ja. Die guy op die album, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat was dan te hard. Hij was niet op Great Minds, hij was niet bij die top. Kleine Wiedrich, waar ben je? Maar hij merkte wel die hele album op die dag. Ja, sick. Oké, je hebt 5 gedaan, toch? Wat is jouw top 5 mooiste vrouwen? Mijn top 5 mooiste vrouwen? Nederland? Ja.
Nou, ik wil top 5 producten. Internationaal, man. Internationaal, ja, daar gaan we zo komen. Internationaal? Ja, man. Alleen Nederland gewoon. Je hebt nog 3 minuten of zo. Nederland, ik vind Geraldine Kemper vind ik een mooie vrouw. Ik vind, zij toch? Die zei ik ook. Chantal Jansen vind ik een mooie vrouw. Nou, ja. Yeah. Is zij wel de girl next door? Zij is dan de girl next door, toch? Ik snap het. Ja, van blond. Ja. Hè? Oh ja, van blonde, blonde. Nee, we hadden over Nederland. Dat is die vrouw waarvan alle mannen denken van, oeh, nou als ze toch eens een keer zo kunnen. Ze is ook echt goed, man. Shout out Chantal Jansen, man. Ze is goed in wat ze doet, man. Presenteren, ze is top. Maar ze, oké. Van een goeie. Hoe vind ik nog meer master, man? Hij heeft een pokoe erover, zeg maar. Jij kan gewoon een hele pokoe. Nederlandse vrouw, help me even, man. Ik jou helpen. Ja. Jolante, kabouw. Je hebt hem zo erg gehyped, je kan het niet, zeg maar. Nee, kabouw valt niet in mee, valt niet in mee. Waar val je op? Karakter. Wauw. Gang shit. Sterk. Gang shit. Woke boy. Woke boy from Hoogvliet. ik heb wel een type in mijn hoofd of zo, snap je? Wat is mijn type? Wacht. Oh nee, laat maar. Nee, laat. Nee, wat is mijn type? Nee, laat maar. Nee, wat is mijn type? Zeg gewoon wat je type is. Bro. Nee, mijn type is wel echt karakter, man. Ja? Karakter. Ik moet me wel echt gewoon vrij. Ik heb geen per se, zeg maar, zo van in uiterlijk een type van, oh, je moet... Nee, kan gewoon. Ik je moet gewoon met die jockey in die hoekkamer kunnen lopen. Biggie Junk of vrij. Ja, toch? Zie je toch? Ja, man. Je moet gewoon je kookt, je kleren was, je reet afveegt. Karakter. Hij heb je echt karakter als jij van een zorgzaam. Hé, Bobby, jij bent gedoemd om alleen te zijn. Denk je dat echt? Al jouw eisen. Ik heb geen eisen gezegd. Wanneer heb ik eisen? Alleen maar het raar dat ik niet de koffer van mijn vriend inpak. Doe jij dat niet? Ja. Dat zo kan je. Je wil ontbijt, koffer. Je wil al die dingen. Yeah. Ik heb niks maar gezegd. Hé, hey, pa, even. Met karakter, zeg maar. Ja, nee, niet met karakter, maar zeg maar. Je wil met karakter. Maar ik wou op karakter, zeg maar, in de zin van. Niet per se met karakter. Of ze leuk is, gewoon een leuke impersonality. Het moet matchen. Ja, matchen. Ik had een vraagje, man. Kleine vraagje. Bro, die poko energie. Mm-hmm. Wat gebeurt daar, man? Leg me even uit, man. Gek, hè? Oh, de story. Ja. Story. Leg me uit, man. Ja, schoon verhaal, man. Liebie, man. Gebeurt. Ik ken die poko niet. Ik ook niet, man. Wat? Jullie zijn kaka! Die poko energie. Ik dacht dat voor Ronnie. Ik ook. Hey, bro. Major. Hef energie. Ja, dat is een beseffer. Oud of zeg maar. Niet super oud. Energie is van Ronnie en Frenna toch ook? En van Hef ook. Van hun allebei hun beste nummer. Is dat hun beste nummer? Vind ik van hun samen, vind ik dat hun beste van hun nummer. Samen, oh, okay. Nee, maar ik val echt op karakter, man, jongens. Ik moet met je kunnen chillen, ik moet kunnen smoken. Ik moet me gewoon mijn PlayStation laten spelen. Je moet gewoon... Mijn koffer pakken en mijn brood smeren. En mijn bek houden. En mijn pijpen wanneer ik dat wil. En dan is het allemaal goed. Dan heb ik gewoon een leuk wijfie. Waarom wil je me zo... Jij hebt dit zelf hiernaar gemaakt. Dat is waar. Maar ik denk, jij loopt gewoon een zorgzame vrouw. Heb ik het gevoel. Een zorgzame vrouw vind jij fijn. Van smeet je broodje. Ja, maar niet iedereen voelt dat. Ik ben aan het einde van de dag... Aan het einde van de dag ben ik een zorgzame vrouw. Nee, man. Aan het einde van de dag ben ik een onzekere boy. Dus ik heb zeg maar veel aandacht nodig. Ik heb veel nodig dat je tegen mij zegt, hoe ben je onzeker geworden? Hoe ben je onzeker? In vrouwen, zeg maar. Benaderen of bedoel je gewoon... Met vrouwen zijn, zeg maar gewoon. De wereld of ze je wel leuk genoeg vinden. De wereld, nee, daar niet per se. Maar de wereld is gewoon een fucked up plek. Mag ik je één ding zeggen, Bonnie? Ja. Ik ben zeg maar tantoe lang in de soort veronderstelling geweest wat jij net zegt. Dat je een soort van een vrouw nodig hebt die voor je zorgt en die al die shit doet. Maar ik heb lijp gevonden dat ik daar mijn geluk niet in vind, man. Ik heb zoiets van een vrouw gevonden die echt geen... Ja, ze geeft echt geen moer. Ja, ze geeft echt geen moer om wat ik doe, kerel. Van, je weet toch, zeg maar, ze houdt echt van me, hè. Dit wat je nu zegt is de realste shit die je kan zeggen. Waarom? Ja, man. Omdat wij als artiesten... Het is niet mannelijk, zeg maar, maar het is wel waar. Wij als artiesten, wij zoeken zeg maar eigenlijk iemand... Wij zoeken zeg maar eigenlijk iemand die zeg maar buiten de muziek is, toch? Zodat ze je leven kan fixen, zodat zij wel de rust is die jij nodig hebt. Want jij kan het niet aan, want je hebt shows, je hebt drank, je hebt vrouwen. Ja, maar hele uiteenzetting. Wil je de realste shit echt horen? Please. Als ik nu zeg maar, als ik nu naar huis ga, gaat mijn meid mijn baar van je hebt gedonken bij die podcast. Ja. Dan ga je drinken. En dan ga ik haar zeggen van ja... Was gezellig. Hij is rookworst, bla bla, ik rook niet. Monica was er ook, zo erg was het niet. Maar zij trapt er niet in, zeg maar. Zij gaat gewoon van ja... Je hebt morgen gewoon je kind, dat is gewoon dom van je. Ja, is cool. Maar ja, ga jij morgenochtend eruit, zeg maar. Zij is koude gangster wat dat betreft. Ja. En ze is echt voor me. Als ik niet ben, als ik het niet doe, dan is ze er voor me. Maar ze wil me echt laten zien van nee, man.
Wat ben je nou eigenlijk? Je kijk, maar zeg je eerlijk, broer. En ik haat het, ik haat het echt. Met alle respect, heb je wel een goede vrouw, man. Waarom ze probeert je, ze probeert je wat te ondersteunen in de groei ik daarvan? Ik ben nog nooit in mijn leven. Maar nu ben ik panja, ga ik zomaar emo gek worden. Is niet waar, het is hele andere kant. Maar oké, eerlijk. Is mooi, ik ben nog nooit, in mijn leven ben ik met een vrouw loyaal geweest. Heb ik al die shit gedaan vanaf het moment dat ik met deze vrouw ben. Ja, maar je zit er ook. Jack, mag, als ik het mag zeggen, je zit er ook anders uit, man, bro. Bro, ik ben je nog zit, nooit vreemd je gegaan. Je bent heel met andere. Alles. Bro, normaal kan ik. Als je niet vreemd gaat. Kan je dat eigenlijk niet eens bij een podcast zeggen, want je bent al bang om geëxposed te worden, want er zijn een paar shaky dingen. Ik kan gewoon zeggen, ik ben niet vreemd gegaan. Ik ben gewoon loyaal aan mijn vrouw. En je was echt een hond. Je was echt een hond. En dat heeft mij geluk gebracht in life. Jack, je was echt een hond, Jack. Ik was echt een dak. Woest en wild. Jack Russell. Jack Russell, irritant. Wat zeg je? Jack Russell, irritant gewoon. Jack Russell, Jack Russell. Jack Russell. Daarom zeg je van mij van ja, je moet een week zonder seks met vrouwen die overlijden, bla bla. Oké, Jack, nog snel, Sorry dat ik wil onderbreken, bro. Top 5 producers, Nederland. Oh, ik heb mezelf weer ingegooid. Jordan Wayne 1, 100.000%. Niks in je fonds, oké. Wat zeg je? Er is niet in mijn fonds. Niks in je fonds. Nee, bro, dan. Ik heb Jordan Wayne gebracht. Ik heb hem gebracht, maar ik heb nog nooit de euro op hem verdiend. Nee, ik gun hem. Ik loop. Hij is de beste, je weet het zelf. Jack, hij is ook echt een lieve Jordan guy. Jordan is een goede boy, man. Ik heb hem zelfs gecheckt voor meer dan dat. Hij weet het. Ja. Jordan Wayne is wel hard. Hij heeft een paar gekke dingen met Kevin gedaan ook. Wayne is beter dan ik. Veruit. Beter dan ik. De allerbeste. Hij is ook echt je moet jezelf de beste vinden. Nee man, echt niet. Dat is wat jij de hele tijd predikt. Maar je moet ook niet vies zijn om te leren. Ik vind mezelf nummer 2, maar ik leer van hem. Hij is de beste. Bro, shout-out naar jou, man. We moeten terugdraaien. Spanker. Hard. Als we Spanker of Rie? Spanker. Nu. Maar Rie is eigenlijk ook daar. Snap je wat ik bedoel? Ik vind Rie ook hard. Terwijl ik heb helemaal geen band met Spank of zo. Hè. Ik zeg dit echt niet uit belangen, zeg maar. Maar ik vind hem hard. Mm-hmm. Hij is Carlo hard. Rie. Reverse. Zang. Dat is moeilijk, man. Dan heb je nog eentje, toch? Nee, ik heb nog 2. Ja, nog 2. Maar ik zit, zeg maar, in een ding met Esco. Ik vind Esco Carlo hard en het ding wat hij doet. Maar hij doet wel één ding, snap je wat ik bedoel? En dat is niet per se mijn stilo pokoe. Maar wat hij voor Joey AK doet, bro. Hij Esco en Joey AK. Is bizar, bro. Man. Is echt bizar. Als ik zie Esco en Joey AK, bro. Weet je al. Hij klapt elk album in Nederland, zeg maar. Hoe muzikaal en lauw ik het ook vind. Ik vind die shit is mijn shit, zeg maar, voor een maand. Dus ik ga Esco daar ook zetten. En ik ga op 5 ga ik zetten. Ik heb producers in mijn fonds en zo, dus het is moeilijk toch? Want dan ga ik hun noemen, maar dat ga ik niet doen. Die ga ik sowieso bij deze al laten. Maar op 5 ga ik zetten. Wie vergeet ik? Is er iemand weet ik, die Ronnie misschien? Zeg maar, die ook produceert? Ja. Flonty. Ja, Flonty. Hij moet in elke top 5. Wakker met Boas. Hè? Boas. Nou. Met alle respect. Ja, gewoon van. Hoe moet ik dat in de top 5 zetten, zeg maar? Ik vind hem Carlo hard. Hij kan het. 100%. Hij kan de allerbeste zijn van iedereen. Als hij wil. Maar ja, hij wil niet, zeg maar. Dus hij is niet, zeg maar. Hij telt nu niet mee voor deze lijst, toch? Voor mij. Laatste vraag voor iedereen. 4 talen of 4 diploma's? Mag ik heel even nog één ding? Idali is wel 6. Hij is ook Hij is ook hard. Idali is ook Carlo hard. Het is wel iets, man. Ja, het is het probleem. Hé! En Rosa Laila zijn zo kalhard en soort. Zij zijn ook daar. Noem anders nog 20. Ja. Ja, maar ik besef nu pas. Je ging mijn tijd stuk toch? Vader, ik hou van jou. Jij moet vaker komen, man, bro. Love, man, bro. Sidekick. Anders gaat hij gewoon hosten. Ga jij gewoon hier zitten. Ja, man. Kom vaker. Ik ben er. Kom vaker langs, man. Ik ben er, man. Ja? 100. Ja, toch. Tuurlijk. Oké, kijk. Is gezellig hier. Laatste vraag. Even kijken wie slim is aan deze tafel. 4 talen of 4 diploma's? 4 talen. Oh, ik zeg eerlijk, 4 diploma's, man. Wat zeg je? 4 talen, man. 4 talen, man. 4 diploma's. Waarom zeg je 4 diploma's, bro? Ik spreek 3,5 talen. Nee, je hebt geen andere talen. Oh ja, oké, 4 talen. Dus, ja. Ik maak pokoe, tuurlijk, 4 talen. Ik wil 18 talen. Ja. Wat denken jullie dat het zegt over je dan?
Veel, man. Als je voor talen kiest of als je nee, ik denk niet dat het heel veel zegt. Diploma's zijn gewoon minder waard. Is het te makkelijke vraag. Vraag is minder spannend. Diploma, ja. Je moet die vraag switchen. Die vraag moet echt anders. Zeg maar, om hem een diepere lading te gaan geven, moet je echt andere vragen gaan bedenken. Nee, niet, maar wat ik vind namelijk wel dat het iets over je zegt. Ja, het lijkt alsof je diploma's nodig hebt. Maar het is ook heel makkelijk om te zeggen, ik ben succesvol geworden zonder diploma, dus je hebt geen school nodig. Dat is ook te makkelijk. Als je nadenkt, wat heb je aan 4 diploma's? Je hebt uiteindelijk voor elke baan die je met een diploma zou kunnen doen, heb je een soort 1 diploma nodig. Ja. Dat is ook iets. Maximaal 2. Maar dan kan je wel om de... zou kunnen helpen om het... Kan je om de 10 jaar switchen naar een andere carrière? Nee, maar je zou maakt ook... misschien de kwaliteit van je leven mooier. Er zijn wel waar je meerdere talen voor kan spreken. Ik zeg gewoon puur 4 talen, omdat vooral als ik kijk vanuit mijn huidige positie, bro. Weet je hoe ver je kan komen, bro? En het is ook bepaalde talen, laten we even wereldtalen pakken als Spaans, Frans. Je komt Chinees. Welke, dat is een goede vraag. Welke talen zou je kiezen? Dat is misschien easy, toch? Heeft iedereen hetzelfde antwoord, denk ik. Denk je? Nee, man. Behalve ik ga sowieso... Chinees, Engels, Spaans. Mandarijn. Ja, Mandarijn. Ja, maar dat is mandarijn gaan? Die kiest iedereen als vierde. Mandarijn, met, zeg maar, die moeilijke talen. Engels. Ja, dat is Engels kan je. Ja, maar nog. Ik ga fully zuur. Ik zeg je eerlijk, man. Ja. Het ligt echt niet, bro. Je gaat verzuur in de top 10. You know, Mekaboy Taxanam leren. Ja, man, ik ga gelijk. Hé, hey, was gezellig, jongens. Ik zou voor zuur gaan. No, ik zeg je eerlijk, man. Ik geloof je, man. Bro, als jij 3 jaar in zuur bent... Het is 3 jaar, een jaartje. En fully, je gaat... No, ik ga voor ja, maar je moet kiezen, dat is ja, oké, okay, ja. dat is waar. Ik ben suur, ik ben kwart suur, man. Ja? Ja, nou, wat heb je met Suriname? Weet niet, man, ik loof het gewoon. Wat moet ik echt doen? Wat moet ik echt doen in Suriname? Naar Hesties, man. Ik ben echt kwart zuur, ik zeg je eerlijk, man. Ja, hè? Maar Mattie zegt het ook, ik ben echt daar, man. Ja, man. Dat is mijn ding. Shanna Patricks, man. Ik weet je, kijk. Shanna Patricks. Bro, we praten over Suriname, je praat over Amsterdam weer. Wat kan met jou? Ja. Hij is Surinaams, hoor. Ja, maar Patricks... No, Patricks slapen legit. Moet jij, hè? Ja, kijk naar voren nu. Je moet slapen. Het gaat niet om dat hij Surinaams is. No. Patrick is... Dit is wel echt waar. Ik chop op Patricks. Europa is geen goede Suriname. Ik ga dit. We hebben niet jawel, jawel. We hebben een paar goede Surinamen, maar Amsterdam overheerst. Bro, hij zat zelf te denken van shit, die man is Surinaams, ik zit fout. Hij kijkt naar die mic. Nee, ik zei Suriname en Amsterdam. Het gaat niet om dat hij Surinaams is. FMG. Broer, top. Ja. FMG, ik wil jullie nog heel veel succes wensen. Is gelijk, man, broer. In jullie carrière. Love. Alleen maar liefde, alleen maar love. Gebruik jullie hoofd. Teken geen rare dingen. Nee. Maak nog een paar rare pokoes. Zeker. Waka, Boudremix? Boudremix, ik ben daar, ja man. Met wie moet ik praten over die pro? Ja, je bent al te laat, bro, volgens mij. Ja. Nee, we zijn niet op die remix. Toch? Ik weet wie. Dit is echt geniet en voeten uit. Wie is er op, Jack? Nee, maar meerdere remixen toch, bro? Meerdere remixen. Er komen meerdere remixen aan. Oké, meerdere. Op de officiële remix. Ja, toch. 23 september. Wat zegt de Amsterdam remix? Gewoon boef, man. Gewoon boef op die remix? Ja, zo zijn jullie. Dope boy. Gaia en Busy, man. Wow. Oh, jullie hebben uitgepakt. Oh, je hebt de boot gemist. Ik heb die boot gemist. Die boot nu wil je hem op die andere boot zetten. Je mist hem niet, toch? Wij zijn kapiteinen, toch? Hij is op die reddingsboot. We gaan op die jacht nu. Maar ze vinden video, even snel, sorry. Hoe is die poko tot stand gekomen, die remix? Die remix? Want Boef, je toch Busy. Mannen hebben een hit, iedereen wil op een hit. Ja, zo werkt het inderdaad, maar hoe is het? Maar kijk, los van dat, ik zeg je eerlijk, een Boef bijvoorbeeld. Hij vond die tune sowieso gewoon zelf hard, snap je? En hij was eigenlijk niet eens erop gaan, maar hij vond die tune zo hard dat hij gewoon zoiets had van, ik moet op deze. Los van dat het een succesvolle nummer is. Boef, treed die tune elke week op, hè? Ik ben met hem elke week geweest in de zomertour. Zie. Hij treed die tune overal, de hele tijd. Love. Je moet zo zien. Maar hoe is het nou tot stand gekomen? Ik sta op de remix. Heb je hem gecheckt? Heb je ze gecheckt of hebben ze jou? Hoe is het? Kijk, we hebben alle drie gewoon gecheckt sowieso. Ook gewoon via, sowieso omdat we sowieso een remix wilden maken. En we gingen gewoon kijken van oké, wie zouden we ongeveer erop op willen. Hebben we gewoon een paar hengeltjes gegooid en ja. Zie. Oh, jullie zouden het eerst met een featuring doen? Dat zeg ik. Man, jullie moesten het sowieso alleen. Deze Pokémon Boost. Deze Pokémon Boost, hij was voor jullie. Deze Blessing was voor jullie gekomen, bro. No, maar met BL zou wel.
Dat weten we niet. Maar weet je wat er zou gebeuren, bro? Misschien dan, zeg maar, dan zou die, die shine misschien meer naar BL. Ja, maar dat is achteraf praten, omdat je weet dat het nu niet is. Dan zeg je nee, beter voor jezelf. Wat zegt Monica op die Boat Remix ook dan? Maar welk label zou je dan onderuit brengen en zo? Praat met ons. Maar Bo, oké, maar Bambi, oké, nu je bent Amps. Je bent BL. Shout out to Amps. Dat is mijn Mattie for life. Maar nu... Je bent zo lam. Nee. Ja, dat echt weet ik, maar... Oké, ja, ik ben maar, ja, natuurlijk. Praat. Maar ja, dat is de bedoeling. Ja, ja, ja. Oké, nu je wordt... Kan ja. Nu is het vraag voor die... Kaya! Oh, ik dacht ze zei Kaya. Oké, nu je wordt wakker, je hebt die pokoe gejaaid, nu die pokoe is een rare hit. Nu je luistert die pokoe, oh, je hebt die boos gemist. Het is mentaal, joh, je bent daar gek voor. Dat is een mooie afsluiter, man. Jack, ik wil je bedanken voor je komst. Alleen maar love, alleen maar liefde, je bent welkom. Ten kom vaker langs. Monica, jij ook. Dankjewel voor je cadeautjes, dankjewel voor je geurkaars. Graag gedaan, dankjewel dat ik er mocht zijn. Hoe noem ik deze? Roomspray, het staat eronder ook. Room. Sophia May Roomspray, get yours now for $15.95. Room. Is het echt $15.95? Nee. Ik weet niet. Oh, oké. Okay. Maar het is wel echt Carlos Spank, zeg je. Get your Roomspray at Sophia May, van mijn girl. From a girl. Heb je deze geproefd ook? Stels. Ja, ik heb geprobeerd. Ja? Je vond het Stels. Stels is lekker, man. Mango smaak vandaag hebben we gedronken. Ja. Hey Bandy, we komen binnenkort ook met bootshirtjes, hè, je weet toch? Maar hij was nog niet bij jou, bro. Hij was nog bij die stelt. Hij heeft even geen gegeven. Nee, helemaal niet. Ik maak me een rondje. Je was met hem begonnen, dacht ik. Nee, laat me eerst even bij de powerful woman. Even. Hij is nog niet bij mij geweest. Bij mij gaat het explosief. Monica, super tof dat je kwam. Weet je wat ik alle tofste van heel deze shit, boys? Dat Monica zelf van mij gevraagd van, wanneer ga je mij uitnodigen? Van, fuck met jou. Ga je mij nog uitnodigen of niet? Het was wel echt dronken, maar ik vond het heel gezellig. Nee, dat is niet om te zeggen van, oh, dat zei ik alleen maar dronken. Dat vind ik ook heel leuk. Precies. Ik vind het ook leuk om te kijken altijd. Eerder. Lekker, als ik me ga opmaken of zo, dan zet ik het altijd aan en dan lekker luisteren. Ik vind het heel leuk. Top. Ja, master. Ik vind het echt tof dat je bent gekomen. Heel veel succes. Ik heb er zelf om gevraagd. Ja, precies ook. Heb je dat niet vaak, dat mensen naar je toe komen en zeggen, ah, wanneer ga je mij vinden? Dat je denkt, ach, ik wil jou er niet branden, in. We gaan niet zeggen ik dat je ook gecheckt. We gaan niet zeggen dat Jack met 3 keer hebt. Je bent kakker. Want je hebt me nooit gecheckt. Je hebt me veel te laat gecheckt. En daar wil ik je ook iets over zeggen, maar ik wacht tot je bij mij aan de beurt. Oké, dat is waar. We wensen je heel veel succes nog bij Temptation Island. Heel veel televisiemoney. We wensen je heel veel leuke shout vlogs. Shout-out Monica, man. Heel veel leuke vlogs. Je hebt ook een kleine, toch? Ja. Shout-out naar je kleine. Alleen maar love, alleen maar lief. 4. Maar mijn is 9. Misschien moeten ze matties worden. Ja, ik denk dat de mijne dat leuk vindt. Dat de jouwe denkt, nee, die vindt, moet ik met dat kleine kind? Mijn is lief. Maar, wel een verzorgend type. Zorgzaam. Yes, moeten we niet soort... Kan ze mijn koffer inpakken al? Zorgzaam. Moeten we niet soort Monica appreciation doen? Nee, het is goed. Ik voel het aan alle... Gewoon, kom uit. Nee, maar gewoon, zeg maar... Letterlijk. Voor alle jaren, voor holding up met motherfucking Ronnie. Voor alle shows ja, met Ronnie. Dat, man. Voor alle motherfucking love die je geeft aan onze motherfucking... Maar gewoon, nee, maar hoeveel mensen, hoeveel mensen zijn als Monica en geven zeg maar niet... Terug. Heel ja, veel, toch? Heel veel, man. Liften mee, heel of veel, bla, man. Bla. Ja, het Monica, klinkt kaka, maar het is wel, ja, het is wel echt belangrijk. Ik ga zo even je nummer vragen bij je manager. Dan kan ik af en toe even een tikje sturen als ik skeer ben. Stuur naar mij, ik fix ja, je zei net dat je onderweg was naar de Millie, dus ja, oké. Alleen maar love, alleen maar liefde, man. Ja, dankjewel, Monica. Naar mijn zin gehad. Ik denk dat alle Rookworst, vrouwelijke Rookworst fans vandaag super blij zijn met de komst. Alle drie? Jack heb gedronken. We knippen heel Jack eruit. Ik was niet eens hier. Ik Pika van Esco, zo ja, editor. Kun je laatst gewoon nuchter worden door Jack. Even geef ik al afgeven, toch? Ja, Fano. Ja. No? Alleen maar motherfucking liefde. Heb je sowieso, ik hoop dat je nog meer motherfucking meer Disney's. Hoe heet die andere? Die andere grote ding? Pixar. Warner Bros. Ja, al die dingen kan doen. Het zou tof zijn als je mij ook een keer kan regelen. Mij ook, man, Fano. Nee, Bandy verdient dit, hè?
Sorry, ik ben Paya. Ik ga de hele tijd. Ja, het is gewoon goed. Nee, ja, man. Ga alleen maar love, alleen maar liefde. Sowieso, man. Love. Mute. Je moet een keer bij mij langs. Weet je wat jij moet doen? Je moet een keer bij mij langs komen thuis. Ja, toch? Laat me weten, man. Kom een keer bij mij langs thuis. Gaan we chillen, gewoon een beetje takkie. Waarom ben je met hem wel thuis chillen? Is goed, man. Diepe gesprek. Nee, want ik denk dat ik en Fano hebben dat nodig. Eerlijk, Hef zou wel het zou koude hard zijn om een Disney film te kijken en Hef zijn voice te horen. Dat is zeker, echt, zeg maar, ik zou gaan. Ik weet, ik ben Paya, dus nu een soort van alles de hele tijd op alles inhaken, maar noem één stem die harder zou zijn dan Hef zijn stem in een €5. €5. Op je mel, geld. Ik zeg je eerlijk, Lexus, man. Ja, oké. Okay. Sorry. Ja. Ik zou het Lexus. Nee, er zijn wel een paar mannen. Oh ja, en Rico. Rico ongelooflijk. Hey, Charlotte, Rico ongelooflijk, man. De buurtje weet zelf. Shout-out naar Rico ongelooflijk. Dat is niks, man. Hey, dat is niks. Hey, ik moet loesoe. Maar dames en heren. Ja, man. Hey. Nee, ik moet Jack eerst love geven. Jack. Heb je al gedaan, bro? Jack, ik ken jou. Nee, en heb ik al love gegeven. Jack, ik ken jou al sinds je motherfucking eerste. Net van niet. Sinds je eerste motherfucking check dat je kreeg van 2 ton of zoiets, van 3 ton of zo kreeg je eerste check. Ik was daarbij. Ik ken jou al heel lang. Ik wens je ook alle geluk in jouw carrière verder. Alleen maar love, alleen maar liefde. Je gaat me echt deze algemene gare takje geven. Bro, waarom? Ik geef je liefde. Kom op. Nee, kom op, bro. Doe me niet zo, bro. We gaan weer back. We waren laatst in Club FIFA, we hadden het over ouderschap. Ja, je bent een goede vader. Je bent een goede... Laat me dan mijn verhaal afmaken, bro. Shit. Iedereen staat al voor de deur van die man moet echt weg. Ja, die man moet echt weg. Maar ik kan me niet zo algemeniseren, bro. Is die wakker dan? Ik ga met je mee, ik ga ook daar. Alleen maar love, alleen maar liefde. Wat ik net zei. Nee. Succes, zeg maar. Succes, zeg maar, in je carrière, maar ook succes in je vaderschap, in je ouderschap. Succes in je bruidschap, hoe zeg je dat? In je geregistreerd partnerschap. Goddamn, bro. Je bruidschap. In je bruidschap. Laak. Je een paardje, hè? Succes in je huwelijk. Alleen maar love, alleen maar liefde. Koude gaat, ik hoop. We moeten weg, man. Kom op, wat is die man? Ik hoop dat je niet. Wij gaan verder. Ik neem gewoon even over. Geen stress. Ik hoop. De camera's gewoon draaien. Kom maar goed. Ik ben sowieso iedereen. Broers, we out. Alleen maar love, alleen maar liefde. Kabau!